NOS Studio Sport. Dames en heren, goedemorgen en welkom bij deze lange schaatsuitzending van Studio Sport. We gaan straks beginnen aan de eerste dag van wereldkampioenschappen allround schaatsen in Moskou. We zijn er tot na drieën. Dat staat in ieder geval vast met het schaatsen. Vier afstanden vandaag staan er op het programma voor de mannen 2 en voor de vrouwen 2. Zo ziet het er ongeveer uit. Straks gaan we beginnen met de 500 meter voor vrouwen. Rond 10:50 is het tijd voor de mannen en hun 500 meter. Om 11:55 de 3000 meter voor vrouwen. En rond 10:50 de 5 kilometer voor mannen. En na het schaatsen zijn we bij u met het koningsnummer van het wereldkampioenschap skiën in Bormio, de afdaling van de mannen. Goed, het toernooi staat op het punt van beginnen. Zoals u misschien inmiddels gewend bent, zijn de analisten, de deskundigen, ook hier aanwezig in Hilversum. Ria Visser voor de vrouwen en straks Henk Gemser voor de mannen. Ria, het toernooi bij de vrouwen. Waar komt de concurrentie voor Annie Vriesinger vandaan? Ja, nou ja, goed, ze is de gedoodverfde favoriete, dat is wel duidelijk. Ik had gehoopt op een geweldige strijd tussen Vriesinger en Klaassen. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst bij een WK Allround in 2001. Toen was het de eerste keer dat Klaassen meedeed aan het WK Allround. Vierde toen Vriesinger wereldkampioenen. En daarna hebben ze elkaar niet meer getroffen, omdat of de een of de ander ziek of geblesseerd was. Dus dit zou het toernooi wat mij betreft zijn, want het zijn twee geweldig sterke vrouwen. Alleen nu begrijp ik weer dat de Canadese vrouwen allemaal te maken hebben met een soort van griepvirus. Dus is het even zieker, afwachten hoe sterk Klaassen in. Maar zij zou echt de enige zijn die in de buurt kan komen van Vriesinger. En dan is er een groot peloton met Perstijn, Anschutz, misschien Groenewold of een andere Nederlandse. Wieteke Kramer, daar verwacht ik ook veel van. Groves is een goeie. En dan, dan is de rest volgt. En natuurlijk kunnen ook Kleinsman en Wüst zorgen voor een verrassing. Want zij zijn die spontane rijdsters. Doen voor het eerst mee aan zo'n geweldig wereldkampioenschap. Een prachtig decor. Dus die zouden boven zichzelf uit kunnen stijgen voor een tweede keer dit seizoen. Kleinsman deed dat bij het NK Allround. Had toen even een dipje bij het EK. Maar kwam weer geweldig terug bij die skate-off. Dus het wordt absoluut een leuk toernooi. En dan zou het kunnen zijn dat Vriesinger zomaar zou gaan winnen. Maar dan is het toch mooi, denk ik, om te zien wat daarna volgt. Oké, nou, dankjewel. We kijken er erg naar uit. We gaan. Dat zal worden geopend door de twee Haas, door de jonge Maren Hawkley en de debutante die al wat ouder is, een dertiger, Christine Holtze. De wereldkampioenen in rit 2, Groenewold. Dan zien we Tarasova en Fisokova. Het is gelukt de twee Russen in één rit te krijgen. Perstijn in de zesde rit tegen de Chinezen. Tabata Kleinsman. Gao, de Chinezen, tegen Lamp, de junioren, geïntroduceerd door Martin al. Klaassen, favorieten toch ook. Meyer en Groves. Klaassen treft Wüst, zoals u ziet. Anschutz, om rekening mee te houden. Deze Duitse, die in de nadagen misschien van haar carrière geacht was te zijn. Maar die in de prijzen rijdt de laatste jaren. Bjelkevik is haar tegenstander. Bjelkevik, die ook al deelnam aan het wereldkampioenschap sprinten. En dan Wieteke Kramer tegen Annie Vriesinger in rit 12. En dan heb je ook meteen met Kramer en Vriesinger twee kandidaten voor het podium genoemd op de 500 meter. Als ook natuurlijk Cindy Klaassen. Dat zijn de vrouwen die hun slag zouden kunnen slaan al op de 500 meter. En Renate Groenewold moet hopen dat het haar overkomt. Die goede 500 meter die ze af en toe rijdt. En dat is ook waar ze een beetje op hoopt, dat het haar overkomt. Ze is natuurlijk als geen ander expert van haar eigen 500 meters. Daar zagen we even Bert Maalderink. Ze is een expert van haar eigen 500 meters en zegt, ja, dat zie je bij mij nooit aankomen. Het kan zomaar gebeuren dat ik een goede rijd. En als ik een goede rijd, ja, dan vecht ik me in het toernooi. En dan ben ik toch van plan om alles te doen wat in mijn vermogen ligt om die titel te verdedigen. Al zegt ze zelf, ik ben realistisch, ik ben geen favoriete voor plaats 1. En eigenlijk niet voor het podium, gezien het rijden de afgelopen weken.
Nou ja, toch is het op zo'n allround toernooi in deze omgeving, dat nou, wat je zei al, maar afwachten. Vorig jaar deed ze het onmogelijke door op de 5 kilometer rechtstreeks ineens met 9 seconden van Pechstein te winnen. De beste 5 kilometer van bijna de laatste 2 decennia. Ze moeten door het toernooi heen. Ja, de luchtvochtigheid is hier laag, 38%. En dat is erg voordelig. Heeft te maken dat deze hal wel beschikt over een klimaatbeheersingssysteem. Dus de Russen zijn in staat om die luchtvochtigheid omlaag te krijgen. En de luchtvochtigheid nu is eigenlijk gelijk als dat de schaatsers gewend zijn in Calgary. De enige baan waar de luchtvochtigheid nog lager is, dat is Salt Lake City. Maar dat is vaak te laag. 33% zo'n beetje. Ja, en met de Olympische Spelen was het extreem. Probeerden ze het naar de 20% te krijgen. Maar dan krijgen schaatsers en ook publiek te veel last van ogen, luchtwegen. Dus het is wel ideaal. En ja, alle opmerkingen die je leest hier in de persuitgave, ja, geven aan dat deze baan wil strijden met Salt Lake City en Calgary om de snelste baan. En ze hopen na dit weekend de snelste baan in Europa te zijn. Dus Hamar, Berlijn, Erfurt en Heerenveen willen ze dan voorbij. Ja, het is overigens geen baan die op hoogte, ja, 100 meter hoogte hier. 80 meter wordt gezegd, dat is dan hoger dan Heerenveen is gelegen. Maar je spreekt dan steeds over een laaglandbaan. Ja, dit zullen twee voorrijders zijn. Dit heeft nog geen betekenis. Nou, ik kan nog één ding meegeven over de omstandigheden hier. Luchtdruk wordt vaak in de gaten gehouden. Vannacht om 2 uur was de luchtdruk hier 1045, dus extreem hoog. De verwachting is wel dat hij iets gaat dalen. Maar vooralsnog zijn schaatsers erg tevreden. En we weer enkel al dat ze snelste temporondjes op deze baan hebben gereden. Onder de ogen van ook de Russische burgemeester van Moskou, Luskov, hebben deze twee voorrijders hun plaats in het beeldarchief gekregen. Zo ziet het eruit. Deze hal in Krilatskoye, die gekost heeft 130 miljoen euro. Het is een van de overdekte banen, ijsbanen die Rusland nu rijk is. Een kilometer of 100 hier vandaan in Kolomna is ook een baan verrezen. Al is daar bij mijn weten nog niet in geschaatst. En Tjeljabinsk zou er een gebouwd gaan worden die volgend jaar klaar moet komen. En ook Sint-Petersburg wil een ijsbaan. Rusland wil weer helemaal meetellen als schaatsland. Hier staat de Amerikaanse Christine Holzer. Zij is 30, zij is debutante. Komt uit Idaho, waar ze weten wat winter is. En zij treft dus de Noorse Maren Hawkley. En die is 19 pas. Hawkley, 11.61 over de eerste 100 meter pupil van Peter Müller, die daar toch de boel aan de praat gekregen heeft in Noorwegen. Hawkley reed een goed Europees kampioenschap, waar ze 13e werd en waar ze op alle 4e afstanden zich persoonlijk verbeterde. Ja, en zo goed aan de praat dat de Nooren 2 grote sponsors gekregen hebben en vorig jaar nog in financiële nood zaten, de Noorse Schaatsbond. Nou, daar, de finish van Hockley in 41-67. Dat is niet een persoonlijk record. Ze zit er 14e boven. En Holzer haalt de finish in 42-73. Die zit ruim een seconde boven haar beste tijd. De kop is eraf. Hockley niet helemaal tevreden. Als lichaamstaal niet bedriegt. En dan, daar begint het verdedigen van haar titel. Daar staat voor de 7e keer aan de start van een wereldkampioenschap Renate Groenewold, regerend wereldkampioen, en zij treft Katrien Kalex. Dit seizoen kwam Groenewold tot 40-62 bij de Nederlandse kampioenschappen in Heerenveen. En Kalex tot 40-82. Dat ligt dus dicht bij elkaar. Ready.
Dit zijn de meters, Martin, de eerste 500 meter van het toernooi waar Groenewold het meeste tegenop ziet. Ja, en ze gaat redelijk goed mee met Kalix, maar Kalix staat niet bekend om een goede opening. Nee. Oeh, en de eerste slag in de bocht voor Groenewold was niet goed. Licht missertje, Rom ging wat achterover. Kalix heeft Groenewold hier te pakken, al bij het ingaan van de bocht. Ze heeft moeite om in tegenstelling tot het begin van het seizoen een wat hoger ritme te rijden. En ze krijgt wel heel erg veel klop van deze Kalix. Ja, dat zou niet mogen. Niet van Kalix. Kalix 40-46. Hij heeft wel een persoonlijk record overigens. Groenewold een 41er. Dat is niet goed. Vergelijkbaar vorig jaar deze 40-26 op het wereldkampioenschap. Weliswaar hamer. Ja, maar 41-01. En ik denk toch echt dat Annie Vriesinger ook op dit ijs tot een 39 in staat moet zijn. En misschien wel sneller. Laten we afwachten. Hier is Groenewold niet tevreden mee. Hier de wereldkampioenen bij de junioren. Eriko Ishino. Zij gaat haar titel niet verdedigen. Haar juniorentitel. Nami Nemoto heeft ook een wereldtitel bij de junioren behaald. Maar dat is al een poosje terug. Ze is nu 29. Ishino heeft op de 500 meter dit seizoen ook nog geen indruk gemaakt. 11-2. Voor deze vrouw redelijke openingen. Nemoto is wel bezig aan het beste seizoen in tijden. Ook nu nog steeds gelijk op. Het is toch de jeugd hier die het eerste de streep haalt. Ishino in 40-59. En dat is haar beste prestatie over 500 meter dit seizoen. Ook Nemoto rijdt haar beste 500 meter in dit seizoen. En trouwens ook in haar carrière. Een persoonlijk record van Nemoto, 40-66. En zij werd wereldkampioen in hetzelfde jaar Jeroen Straathoff bij de junioren. Berlijn. Wojcicka, de Poolse, die al een poos meegaat, maar nog niet eerder een wereldkampioenschap allround reed. Dit jaar plaatsen ze zich daarvoor in Heerenveen, 12e plaats in het klassement bij het EK. Clary Hughes, die werd de tweede bij de Amerikaanse kampioenschappen, ruim achter Cindy Klassen. Hughes moet het ook niet hebben van de 500 meter. Voor haar geldt hetzelfde als wat geldt voor Groenewold. Dit zijn de meters waar ze het meeste tegenop ziet. Wojcicka zal over Hughes heen gaan kruisen, mag je aannemen. Inderdaad. Ja, Hughes is echt een, ook in het wielrennen, iemand van de lange adem. Ja, deze meters, de geringste in aantal van het wereldkampioenschap, maken Hughes dan eigenlijk ook meteen kansloos voor het klassement. Wojcicka, 40-53. Zo snel was ze dit seizoen nog niet. Rijdt er ook een betere 500 dan in Heerenveen. En Hughes rijdt 42-08. Die verliest dus nog eens een seconde op Groenewold. Ja, maar als je vorig jaar deze 42-07. Leuk om te vergelijken met die banen. Maar Hughes komt hier voor de medailles voor de lange afstanden. Ja, dat zal ook het doel zijn volgend jaar. Heden wordt gejuicht, want er worden nu twee namen geannonceerd door de speaker die hier worden verstaan. Namelijk Olga Tarasova uit Irkutsk en Svetlana Vysokova uit Perm. Zijn dus ook van ver gekomen.
hebben meer vlieguren achter de rug dan de Nederlandse toeschouwers om hier te geraken. En Tarasova vestigt hier de aandacht op zich met een brutale start die haar komt te staan op een valse start. Twee Amerikaanse coaches staan op het vlak voor het eind van de 100 meter te discussiëren met de kant. Waar maken ze zich druk om? Permissie voor deze start. Tarasova verbeterde zich in Heerenveen tot 40-34. En dat is zo'n beetje waar Vysokova ook wel toe in staat moet worden geacht. Die reed 40-5 in Heerenveen. En voor beide vrouwen was dat bij het Europese kampioenschap een persoonlijk record. Eens kijken of zij ook in staat zijn tot een verbetering van hun beste prestatie tot nu toe. Zoals Nemoto dat gelukte. En Katrin Kalex. Winst voor Tarasova in 40-74. 14e langzamer dan in Heerenveen. Vysokova rijdt nu een 41er. Zij komen dus niet aan hun Heerenveen-tijden. Hier zit 41-01. Nog regerend wereldkampioene. Die nog niet weet wat zij dan verspeelt op haar concurrentes. Maar weldra komt daar wel duidelijkheid over. Dit is de Chinese Jia Yi. En dit is Pechstein, altijd als hij meedoet. Kandidaten voor het podium uiteraard. Vorig jaar tweede. In de laatste ronde van de 5 kilometer legde zij zich bij de feiten neer. Wierp ze de handdoek. En ze is goed weg, Pechstein. Ze is goed weg. Dit zou je vroeger een pitstartje noemen. Daar laat ze helemaal niks liggen bij de start, Claudia Pechstein. En dan opent ze in 11-01. Dan pakt ze daar 14e op Groenewold. Een hele sterke opening. Kan daar een goed gebruik maken van de tegenstandster. En op weken onrounds rijdt Pechstein over het algemeen wel een goede 500 meter. Ja, ze kan het. De 39er reed ze in Hamar vorig jaar, 39-85. En hier 40-33. Dat valt dan na een opening van 11-01 misschien nog niet eens mee. Als je heel eerlijk bent, 40-33, 14e langzamer dan in Heerenveen. Maar ze pakt 17e van een seconde op Groenewold. Maar zeker, de opening was heel bijzonder. Op het middenterrein zien we nu de twee Amerikaanse coaches discussiëren met de hoofdscheidsrechter en met in hun handen een ISU-boekje, een regelboekje. En waarom? Door de afzegging van Fabrice en het feit dat er geen vervanger is, is de kans zeer groot dat Chad Hedrick alleen moet starten in de allerlaatste rit. Die kans is niet alleen groot. Hedrick had moeten rijden tegen Fabrice. Ja, dus reglementen worden er nu bijgehaald om te kijken wat er eventueel nog mogelijk is. Heb jij je schaatsen bij je? Helaas niet. Monique Kleinsman. Nederlands kampioene. Was debutant in Heerenveen. Bij het Europees kampioenschap debuteert nu alweer. Ja, hij rijdt tegen een hele goede oranser uit het verleden, Tabata. Kleinsman, geen soepele opening. De eerste passen waren ook niet erg zeker. Een beetje plankenkoorts, toch weer een debuut. En ze heeft veel gereden, inmiddels al. Skatov moet rijden om zich hiervoor te plaatsen. Wankel, maar blijft staan. Buiten beeld, ze blijft staan, ze komt de bocht uit. Volgende Universiade wedstrijd over 3 kilometer in Innsbruck. Dus heeft al veel kilometers in de benen. En dat leidt hier uiteindelijk dan toch nog tot 40-91. Geen geboren sprinter, hè, Monique Kleinsman. 40-91, wacht even. Dat was aan het begin van dit seizoen nog een persoonlijk record geweest. Ze begonnen dit seizoen
en had toen nog nooit onder de 41 gereden. Hier houdt ze zich staande. Natuurlijk verlies je daar wat honderdste, misschien een paar tiende van een seconde. Maar ze begon dit seizoen met in de boeken een 41er. En je kunt niet verwachten dat je elke race een persoonlijk record rijdt. Yang Dao, China. Outer lane. Maria Lam, the UK. Yang Gao is de nummer 3 van de Chinese allround kampioenschappen, maar is een geduchte factor op de 500 meter. Denken de Chinezen. Zij denken dat met Yang Gao een medaille te pakken is op deze afstand. Daarom krijgt zij de voorkeur boven Fei Wang. In de opening van Yang Gao is veelbelovend. 11-0-4. Ook de opening van de junioren Lamp. 11-1 mag er zijn. Afgelopen jaar verwachtte Lamp veel van het wereldkampioenschap. Maar struikelde vlak van tevoren. En reed met een verstuikte enkel. Oh, en daar valt ze. Daar valt ze. Martin, boem. De Russische regie maakt de race af. Ik kijk ondertussen over de monitor heen. Lamp. Finish wat je denkt, weer aan Gerard van Velden natuurlijk. Maar zij is overeind. 40-11 was de finish van Gao. Voorlopig eerste op de 500 meter. En met Lamp is het goed afgelopen. 40-11 van deze Chinese, 24 jaar. Als gezegd, ze komt hier vooral voor de 500 meter. En misschien voor een aardige klassering op de 1500. En met 40-11 staat daar voorlopig de snelste tijd tot nu toe. Het is ook een persoonlijk record van Yang Gao. Goed gezien, Martin. Oh. Boom. Tom, ja, dat is niet handig. Maar ja, dat is makkelijk vanaf deze positie. Goed wijd aangesneden, alleen pion meegenomen. Jammer, ik zat vanochtend toevallig met het meisje in de bus. Ja, helemaal blij dat ze eindelijk in Rusland was. Studeert nog steeds. Tom Cushman, een trainer erbij. En hier de nummer 1 van de 500 meter tot zoverre. Zij won de 500 meter ook bij de Aziatische kwalificatiewedstrijden, Aziatische kampioenschappen. Waar de Japanse vrouwen domineerden, maar deze Chinezen dus de 500 won. En dan is het daar de beurt aan Irene Wüst. Als tenminste het ijs geen schade heeft opgelopen na de val van Mariah Lamp. Ik denk het niet, want de coaches hebben het ijs geïnspecteerd. Er staan nog wel mensen te kijken. Wüst heeft natuurlijk een fantastische loting om tegen Sinterklaas op papier een van de snelste 500 meters te rijden. Klein kruisje. Ze pept zich op. Cindy Klaassen is van de allroundsters hier op papier de snelste over 500 meter. Zij reed een persoonlijk record tijdens de wereldsprintkampioenschappen van 38-30. Daar droomt Irene Wüst nog van, al reed zij al wel ook onder de 40. Een paar keer. Ja, goed weg. Klaassen moet het dan niet van de opening hebben, dus die zal wel wat prijs geven op de 11-04 van Yang Gao. Mag je veronderstellen? Nee, dat doet ze al niet. 10-9. Daar had ze op de week een sprint moeite mee. 11-0 van Irene Wüst is ook een goede opening. Alhoewel Wüst al een aantal keer onder de 11 heeft geopend. Wüst was op het Europese kampioenschap de beste in het klassement van de Nederlandse vrouwen. Krijg ik op flink klop. De wereldkampioene van 2003, Gothenburg, legt haar 500 meter af in 39-10. Dat is een seconde sneller dan Yang Gao. En ook Wüst wurmt zich in het klassement boven de Chinezen. Maar kijk eens naar het rondje. Wüst is niet helemaal tevreden. Waarschijnlijk iets met de schaats. In het rijden konden we eigenlijk niks zien. Het circus gaat verder. De volgende act komt uit Italië. En trouwens ook uit Canada. Klaassen 39-10. Wüst een seconde daarachter en weer een honderdste verderop. De Chinese Yang Gao, die is bijna dan haar medaille al op de buik kan schrijven. Want je mag aannemen dat Kramer en Vriesinger
onder de 40 seconden zullen gaan blijven ook. En ook Meijer heeft dat in zich. Groves heeft in haar carrière 1 keer onder de 40 seconden gereden. Dat was in Salt Lake City. En dat zal ze hier dan wel niet gaan evenaren. Meijer reed ook in Heerenveen een 39er bij de Europese kampioenschap. Maar is niet goed weg. Maar Groves is toch de verrassing van dit seizoen. Won een wereldbekerwedstrijd. En ging ook ineens beter dan 500 meter rijden dan dat ze ooit heeft gedaan. 11-11 Meijer. Vergelijkbaar dus met Wüst. Het is interessant te zien wat deze vrouw neerzet als we het gaan vergelijken met Wüst en ook Groenewold. Ja, Groves kan ook een klant zijn voor het klassement. Werd al eens een keer vierde bij dat kampioenschap waar Cindy Klaas in de macht greep. En Groves geeft weinig toe op Meijer, zeg. Maar dat zegt ook iets over Meijer, die hier de finish had in 40-6. We zien wat een god. Dat is niet best. Cindy Klaas nu al slaat ten opzichte van deze twee vrouwen. Ook Meijer niet te vergeten. Nee. Ja, hij zit natuurlijk wel aan tafel steeds naast die Fabris. Daniela Anschutz, dat is een dark horse, hè? Noem je dat in goed Duits. Bjelkevik deed mee aan het sprint wereldkampioenschap. Zag geen kans daar onder de 40 te rijden. Dat is wel precies haar persoonlijke record, 40.00, dat ze 2 keer reed in de carrière. Ja, wat een barrière is dat. Ja. Je hebt een keer van die... in Calgary dit seizoen en ook al een keer in Salt Lake. Anschutz, Martin, die heeft opeens geleerd om ook 39ers te rijden op de 500 meter. En dat maakt haar gevaarlijk. Ja, als ze dat nu weer doet, ja, dan slaat ze een gat. Maar ze is sterk weg. Zeker tikken, de sterke heel hoog ritme, heel hoog ritme. Ook 11.05 opent hier Anschutz. Die het nooit van het sprinten moest hebben. Maar dit jaar lukt alles. In Heerenveen stond daar opeens die 39er. Begin januari, Europees kampioenschap. En een uitbarsting van vreugde volgen. 30-jarige vrouw uit Erfurt. Bjelkevik geeft niet veel toe. Net geen 39er voor Anschutz. 40.07. Pakt ze toch ook een dikke seconde op Renate Groenewold. Het is moeilijk te zeggen wat je nou met deze tijd moet. Er is er maar eentje veel sneller. En dat is Cindy Klaassen. Ja, de volgende rit gaat het leren. Ja, het zal... dat wordt nog een dopper voor Vriezingen natuurlijk. Om daar toch in de buurt te komen. Wieteke Kramer. Die werd vorig jaar derde op de 500 meter in Hamar. En Annie Vriesinger werd toen tweede in Hamar. Reed daar een 38er, een hoge 38er. En moest de gouden medaille op de 500 meter laten aan Jennifer Rodriguez. Die is er niet bij, maar daarvoor is Cindy Klaassen in de plaats gekomen. En er hangt toch veel van deze race nu af. Gedoodverfd favoriet. Maar op de 500 meter kun je een toernooi maken of breken. Ja, ze is dus ook breken. Voor een goed weg. 10-7. 10-7, godsdooi ze. En ook 9 voor Kramer. Een goede opening voor Kramer. Allebei sneller dan Klaassen. En daar is Vriesinger al naast Wieteke Kramer. Jeetje, wat een kruising. Dan moet je toch mentaal ook wel oersterk zijn. Niet uit balans gebracht door die 39-10 van Cindy Klaassen. Rijdt ze met groot vertoon van macht weg van Wieteke Kramer. En komt uit op 39-04. En dat is het baanrecord nu waar Krilatskoje wel trots op zal zijn. Wieteke Kramer evenaart haar prestatie van een jaar geleden. En wordt weer derde op de 500 meter in de tijd die goed is van 40-05. Maar tjonge. Wat is die Vriesinger hier aan het huishouden? 39.04. Die is zelfs niet geschrokken van de 39-10 van Cindy Klaassen. Toch
Nee. Toch een dreun van je welste was dat. Ze was vanochtend al veel bezig met de eerste 100 meter. Deed dat gebied een aantal glijstarts. Was als eerste schaatsenrijdster in de hal, maar wel ontspannen. En in tegenstelling tot de afgelopen jaren is ze vaak gespannen, nerveus. Ja, ze begint heel erg sterk. Natuurlijk, vorig jaar in Hamar was er de 38er. Dat ijs, daar ben je beter mee bekend. Dat geldt ook voor de sporters. Dit is nieuw. Dit is nieuw ijs. Dit is een nieuwe omgeving. Dit is een nieuwe ronde. En de eerste klap is meer dan een paar roebel waard. 39.04 Vriesingen. Klassen blijft in het spoor. Dan een geweldig gat van een punt naar Wieteke Kramer toe op 40.05. Dat is een compact pelotonnetje wat daar achter Kramer aan. Chased, Anschutz, 40.07, Wüst, 40.10. Jan Gao, maar die zal wel wat gaan zakken, mag je veronderstellen. Dan zien we daar Pechstein inmiddels niet meer, die was achtste. Tabata, Kalex, Wojcicka, Ishino, Meijer. En waar vinden we dan de wereldkampioenen? Waar vinden we de wereldkampioenen? Als de Russen zo vriendelijk zijn verder te bladeren, dan vinden we Groenewold in het spoor van Kleinsman op plaats 18. 41-01. De vrouwen hebben van de in totaal 10 kilometer die ze moeten afleggen van hier naar het eindklassement, hebben er pas 500 meter op zitten. Maar de wereldkampioen Martin heeft de afstand van haar troon gedaan. Dat mag je toch wel concluderen. Ja. Dat is niet gedurfd, hè, om dat te zeggen. Nee, 2 seconden is gewoon te veel. Maar het wordt een grote inhaalrace, want achter Klas en Pechstein zit een gat van een seconde. Ja, en dat peloton dat op een seconde zit, wordt aangevoerd door Wieteke Kramer. En dat bezorgt Jacori een goed humeur. En wie weet ook de mensen in de studio wel. Ja, dat bezorgt ons best een goed humeur, wat Wieteke Kramer daar laat zien. Hè? Ja, ik had er wel op gehoopt, moet ik eerlijk zeggen. Ze heeft die vorm, die aankomende vorm heeft ze laten zien vorige week bij de wereldbekerwedstrijden in Baselga was dat. Derde, vorig jaar ook derde bij het WK Allround. Het is een allroundste, dus zij gaat meedoen in dat klassement. Maar wat de jongens net ook al zeiden, het gat tussen de nummers 1 en 2. En dat waarvan ik net zei, van daar hoop ik op, toch die strijd tussen Vriesingen en Klaassen. Ja, Vriesingen heeft de eerste slag gewonnen, ja. Maar Klaassen doet mee, absoluut. Ja, hoe mooi kun je het krijgen. Laten we eventjes teruggaan naar de eerste Nederlandse die op de baan kwam. De regerend wereldkampioene. Hoe vrolijk word je daarvan? Nou ja, ik leef een beetje met hem mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik was het ook wel gewend zelf om te beginnen met die 500 meter die je niet onder de knieën hebt. Dat ziet ze ongelooflijk tegenop, hè? En je ziet het ook echt aan haar. Het was gewoon niet goed. De start was niet goed. Het straalde niks uit. Er zat geen lichtheid in die slag. Nee, je zei ook toen ze aan de start stond, ze ziet er ook nerveus uit. Ja. Dan mag je wel een beetje nerveus zijn, maar op de een of andere manier is het een barrière die ze niet weet te doorbreken. Want ze waar zit hem dat in dan? Dat zit hem toch vooral wel in aanleg, hoor. Je moet je voorstellen dat je op een 500 meter een bepaald soort motoriek nodig hebt. Je moet snel kunnen bewegen. Renate Groenewold is heel sterk, heeft een trage bewegingsritme. En die kan ze niet omzetten in wat sneller. Dus zij heeft lange afzetten. En je krijgt het niet voor elkaar, motorisch gezien, om explosiever te bewegen. Ja, en die 41.01, ik vind hem relatief sowieso slecht, hoor. Ze is een mindere 500 meter rijdster, maar ja, deze is niet goed. Nee, goed, dat was Renate Groenewold, die inmiddels natuurlijk een enorme achterstand oploopt. Ja. Dat kan ze bijna niet meer inhalen. Ja, nee, dat is zo frank ook. Het is niet echt een hele gewaagde uitspraak, maar... Nee, ze moet... Ik hoop, ja, dat hoop je natuurlijk steeds, dat ze niet mentaal ontzettend daarvan in een dip raakt. En wat ze gisteren steeds aangaf, 500 meter afsluiten, op naar de 3 kilometer. Ja, dat moet ze nu laten zien en dan zich richten op die lange afstanden. Denk je dat ze dat kan nu? Knop om, 3000 meter? Oh, dan moet wel even tegen haar aangepraat worden, denk ik. Goed. Ja. Laten we naar een andere rit gaan kijken. Een hele prettige rit. Cindy Klassen tegen Irene Wüst. Dat was een verrassing. Jij riep meteen, dat vond ik heel grappig, die is helemaal niet ziek, Cindy Klassen.
Ja, nou, weet je, je moet altijd voorzichtig zijn met je uitspraak. Maar wat ik zo opvallend vond, was gewoon de felheid en de spirit die ze had op die 500 meter. En die heb je ook nodig. En het was vooral ten opzichte van Renate, die we natuurlijk goed hebben bekeken. En dan zie je zo het verschil tussen iemand die een 500 meter onder de knie heeft, bovendien daar toch vol zelfvertrouwen staat en ervoor gaat. En dan vliegen de spetters uit het ijs. Dat zie je ook bij Vriesinger. Maar dat zag je ook bij Irene Wüst. En ja. Ik vond het echt een hele mooie rit om te zien. Was dat een prettige verrassing voor je, Irene Wüst? Ja, absoluut. Maar die meiden, en ik sta echt onder de meiden, Kleinsman en Wüst. Dat zijn, en Anconé, die meedeed natuurlijk met het EK. Ik vind het een geweldig seizoen wat het vrouwenschaatsen betreft. Omdat we een nieuwe naam hebben en zien hoe nieuwe geïnspireerde vrouwen. Ik vind het ook hartstikke goed dat Kramer er weer bij is. Want dat is toch dat veelbelovende talent van wel eer. Ja. Die een moeilijke seizoenstart had, maar nu pas 23 jaar, hè, dus absoluut nog een goede toekomst voor zich heeft. En nu dus bij de beste drie op de 500 zit. En in die laatste rit op de baan kwam tegen Annie Vriesinger. Dat is een prettige tegenstander. Annie Vriesinger was helemaal niet geschrokken van die tijd van Cindy Klasse. Nee, joh, maar weet je, als je gaat voor die titel, dan hou je dus toch niet echt bezig met wat een ander rijdt. En zeker op zo'n 500 meter. Je weet voor jezelf dat je al je concentratie moet bundelen om die explosieve start te kunnen maken. En dan krijg je amper mee, denk ik, wat een ander gereden heeft. Een tijd voor schrik. Je moet je echt voorstellen dat je volledig afsluit. En je mag ook niet een zijsprongetje maken naar wat een ander gereden heeft. Het is puur concentreren op wat je zelf moet doen. Mm-hmm. En op een 500 meter kan je alleen maar zo hard mogelijk gaan natuurlijk. Ja. Ja. Goed, maar hoe tevreden was jij over de race van Wietke Kramer? Absoluut. Ik vind Wietke doet wat ze moest doen. Ja. Dat klinkt een beetje arrogant, maar dat heeft ze in zich. Ze heeft die goede 500 meter in zich. Je ziet er wel heel anders starten, dat viel me ook wel op, ten opzichte van Vriesinger. Wietke die de schaats korter op het ijs zet dan Annie. Die heeft meer ruimte nodig, beweging nodig in haar slag. En Wietke rijdt wat dat betreft wat hoe zeg je dat? Compacter. Ja. Maar ja, dat neemt niet weg. Je hebt die tegenstandster. Je bent natuurlijk, ze start natuurlijk in de binnenbaan, Wietke Kramer. Eindigt dan buiten. Je weet dan dat Vriesinger onderdoor komt. En je weet dan ook dat je je eigen slag moet blijven rijden. En je vooral niet gek moet laten maken. En dan loop je tegen een giga achterstand aan. Dan komt Kramer toch nog wel iets terug. Ja, 39.04 van Vriesinger. Ja, dan zit je seconden achter de winnares en dan word je er toch nog derde mee. Maar voor Kramer, ja, ze wordt derde in het begin van het seizoen. Ze trainde voornamelijk heel goed, hè? Ja. Maar in wedstrijden kwam het er niet uit. Had jij verwacht dat ze wel nog zo terug zou komen? Nou, dat is gewoon heel moeilijk om dat te verwachten. Ik heb daar best wel met Jack Ory ook nog over gesproken. Van hoe komt dat nou, dat iemand dan toch het in wedstrijden niet kan laten zien? Toevallig las ik van de week ook nog een prachtig verhaal over het complexe van in vorm komen. Hè? En dat het is niet alleen een kwestie van hard trainen, maar er komt zoveel meer bij kijken. Het is ook de psyche. En de psyche is ook alweer afhankelijk van het hormonale stelsel, wat vooral vrouwelijk is. En dan moet je als trainer proberen om daar iets in te vinden. Wat ik wel begrepen heb, en dat zou ook daarmee te maken kunnen hebben, dat ze de krachttraining iets afgebouwd hebben. Mm-hmm. En ook krachttraining doet, behalve dat je er sterker van wordt, ook fysiek andere dingen met je. En ik denk dat haar gewoon ontzettend geholpen heeft. En ik denk ook dat het bij Wietke Kramer zo is, als het dan eenmaal maar weer lukt, ja, dan is ze over die barrière, door die barrière heen. En dan kan ze laten zien wat ze waard is. Want Wietke Kramer, de nummer 3 op de 500 meter. Bert Maalderink sprak met haar. Wietke Kramer, dat was een beetje zoals je kon verwachten. Of waar je op mocht hopen. Nou ja, goed. Het is een mooi begin zo op derde plek. En het was best wel moeilijk om te rijden tegen Annie. Want ze stuit het, ze spuit echt langs je weg. En we waren heel blij om met een derde plek te beginnen. Ja, wat was hij trouwens goed, hè, Vriesinger? Ja, ze reed. Vooral de eerste 50 meter is hij gewoon zo sterk en dat merk je gewoon. En dan voor de rest dan had ik gewoon voor mezelf wel een goede race. Ja, nou wachten 3 kilometer en dan heb ik toch stiekem in gedachten hoe jij vorige week een 3 kilometer reed. Namelijk heel goed. Heb jij dat ook in gedachten? Nou, die zit nog steeds in mijn gedachten inderdaad. En we gaan kijken of het weer zo lukt en ik ga dat zeker wel zo proberen. Want vorig jaar werd je derde op het WK. Startte je ook zo? Ja. Denk jij nou ook zo als ik? Nee. Want het gaat met de mensen die achter me staan, is natuurlijk veel kleiner. En het staat allemaal heel dicht achter elkaar, alle 40-0. En er zijn meerdere volgens mij in de 40-0. En
Vorig jaar had ik een iets groter gat, dus het is een heel ander verhaal. Ik heb jou dit seizoen nog niet zoveel zien lachen als nu. Ik ben er ook inderdaad wel heel blij mee. Het is in ieder geval een mooi begin van een mooi toernooi. Ja, een mooi begin van een mooi toernooi, Wieteke Kramer. We hadden het net over haar presteren. Het is sinds vorige week. Hè? Vorige week kwam ze echt in Baselga ineens naar buiten. In de B-groep, de 3000. Dat was het snelste van de dag op die 3x4.11. Natuurlijk een geweldige tijd op Baselga. Nou, Vriesingen reed dan 4.11. En op de 3 kilometer, dus heeft nu een goede 500 meter laten zien. En nogmaals, het is een echte allroundster, Wieteke Kramer. Mogen we verder denken? Ja hoor, ja, je mag denken. Ik vind, zij zit in dat pelotonnetje wat in aanmerking komt voor een podiumplek. We hebben Klasse en we hebben Vriesinger. En dan komt er een peloton en daar hoort Wieteke Kramer zeker bij. Ja, het zijn de namen Vriesinger, Klasse, Kramer, Anschutz, Pechstein ja, op de 8e plaats. Ja, nooit uitschakelen. Die schakelen we nooit uit. Nee. Groves, 15e. Ja. Kleinsman, wat Wüst, was het voor haar Ja, moeilijk in te schatten hoor. 40-91 was voor haar toch een goede 500 meter. Ging bijna onderuit. Ja, dat kan gebeuren. En wat Frank ook al zei, natuurlijk het seizoen beginnen met nooit onder de 41 gereden hebben. Dan rij je hier 40-91. Die zal die 500 meter, dat is geen talent. Het is sowieso geen super schaatstalent. Mm-hmm. Monique Kleinsman, die heeft het vooral door hard werken en door heel consciëntieus te zijn en consequent te zijn, is ze nu op dit niveau gekomen. En zij zal die stappen maken. En als jij niet echt die sprinters aanleg hebt, dan is het veel moeilijker om daar grotere stappen in te maken. En ze doet dat natuurlijk wel op haar afstanden, de 3000 en de 5000 meter. En op die 500 meter komt ze daar wat achteraan. Maar die missen, die sprint. Ja. Hoe is dat voor Irene Wüst, als we het hebben over die sprinter? Ja, die heeft dat absoluut wel. Die heeft echt die basis ook. En dat zie je ook nu bij Wüst. Vierde, vijfde wordt zo. 40-10, hè, zit dan in dat peloton bij de beste weer. En dat is weer een allroundster met absolute sprintaanleg. Dus die heeft het wat makkelijker. En vooral omdat zo'n toernooi natuurlijk altijd met die 500 meter begint. Wat gewoon heel vervelend is als je die niet goed onder de knie hebt. Ja, het is toch leuk ook om naar die debutantes te kijken. Hè? Daarom kom ik daar ook vaak op terug. Het is zo'n Irene Wüst die daar in knalt, ongeveer. Ja, en ik bedoel, ik heb natuurlijk ook een beetje lopen denken weer over dit toernooi. Maar je moet je dus voorstellen, die meiden die bijvoorbeeld, vooral zo'n Kleinsman die toch meer uit het gewest komt, die nu dit seizoen koffer inpakken, koffer uitpakken, van hotel naar hotel, reizen, nieuw. Vliegtuig. Het is zo nieuw en zo'n ander leven. Daar waar, als je dat een jaar doet, dan word je daar blasé over. Dan heb je, god, moet ik nou alweer daar naartoe? Of moet ik nu weer hier naartoe? Of kom ik weer in een hotel? Maar het is allemaal zo nieuw. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel erg leuk. Aan de andere kant moet je ook wel zorgen dat je gefocust blijft op wat je moet doen. Ja, nou, we gaan kijken of het Irene Wüst bijvoorbeeld bevalt. Ze werd vijfde op de 500 meter. Een prachtige prestatie. Ria, ik zie jou straks terug bij de 3 kilometer. Irene Wüst en Bert Maalderink. Net als voor Kramer geldt voor jou, veel beter kon er niet. Ja, het was een beetje jammer, want vlak voor de start brak mijn ritsje van mijn schaats al. Dat was even stressen, maar... Wat van je schaats? Ja, mijn rits van mijn schaats. Ik heb zeg maar op mijn schaats boven mijn face nog een ritsje zitten. Maar goed, de opening was lekker en op zich wel een lekker race. Ik had een super tegenstander natuurlijk, Klasse. En de bedoeling was eigenlijk als ik uit de buitenbocht kwam proberen naartoe te rijden en proberen onderdoor te gaan. Maar ze was gewoon een stuk sterker dan mij, maar een goede race vond ik wel. Ja, je begint niet voor niks over die rits. Denk je dan toch stiekem van, als die rits oké was geweest, had ik sneller gereden? Nee, dat kun je natuurlijk niet zeggen, maar het is wel even stress, dus vlak voor de staal. Ik had mijn bandje al om en dan kun je zo fysio roepen, maar misschien is het ook wel juist goed, want dan krijg je even adrenaline of zo, ik weet het niet. Maar ik ben op zich wel tevreden over het resultaat. Ja, want ik zag je voor die race ook oppeppen met kruisjes en met gebalde vuisten. Had ik nog niet gezien bij jou. Dat doe ik altijd, dat ben ik goed opgelet. Maar het is gewoon even mijn manier om me klaar te maken voor de rit. En het is niet echt bijgeloof misschien wel, maar het is mijn manier om me klaar te maken. Het EK ging al goed, maar je zou kunnen zeggen, als je naar de klassering kijkt, hier sta je hoger naar de 500 meter dan toen. Daar 7e, nu 5e. Ja, dat klopt. Ja. Op zich is dat natuurlijk wel heel mooi. Dat is heel mooi vooruitstreven voor het weekend. En ik hoop dadelijk gewoon de super 3 neer te zetten, net zoals ik de vorige keer deed. Ik heb het junior als tegenstander, maar ik ga gewoon mijn eigen race rijden en gewoon lekker knallen. Voel jij ook nog goed na zo'n toch lang seizoen voor een junioren? Ja,
voel me echt lekker, zeg maar, lekker fit. En ik heb er zin in en ik voel me steeds een stukje sterker. Dus dat is ook wel mooi. En ik hoop dat dat eruit gaat komen dit weekend. Succes straks. Ja, dankjewel. Nou, Irene Wüst voelt zich prima. Dat is duidelijk. Daar kunnen we nog veel van verwachten, dit toernooi. We gaan verder met de mannen. En daarom is Henk Gemser hier aangeschoven. Straks de 500 meter voor de mannen, Henk. Daar kunnen we straks uitgebreid over praten na die race. Maar laten we eerst even het toernooi neerzetten. We hebben vier Nederlanders met een debutante, Sven Kramer. Wat kunnen we verwachten? Want de concurrentie komt eindelijk nu van de Amerikanen. Hoe zullen we het toernooi neerzetten? Net of wij in het verleden alleen maar geschaatst hebben. Hè? Ja, nou ja. Maar goed, het is wel zo. Ik begrijp ook wel wat je bedoelt. En dat geeft ook dus eigenlijk een beetje dus de vraagteken in het toernooi. Wanneer het gaat om dus de titel naar de heren. Wie zou dat gaan winnen? Ja. In het verleden was het vaak zo dat je dus eigenlijk al een prognose kon maken. Ja. En dat is nu veel opener. En dat betekent ook. Durf je het aan? Ja, ik heb toch een driemanschap. Ik heb Jochem enorm zien groeien. Jochem Uitdagen. Ik begin bij de Nederland natuurlijk. Maar Chet Hendrik, die is er toch heel duidelijk aanwezig. En Davis ook. Ja. Ik vind dat het drietal waar mogelijk dus die titel naartoe gaat. Karel Verheijen? Ja, die heeft, als hij dus de seizoentijden bekijkt, op de verschillende afstanden, heeft hij veruit bij de Nederlanders de beste tijden gescoord. Dus als je dat weer bij elkaar optelt, dan staat Karel weer boven Jochem. En moet hij ook in het rijtje komen. Okay. Maar goed, het moet wel gedaan worden. Goed, we gaan straks uitgebreid verder praten. We gaan nu over naar Moskou voor de 500 meter bij de mannen. Met Martin Hersman en Frank Snoeks. 23 deelnemers dus bij dit 101e wereldkampioenschap allround voor mannen. Met daar die leegte in rit 7. Daar had dus moeten staan Fabrice, maar Marois, de Franstalige Canadees, rijdt alleen. Verheijen in rit 5. Kramer tegen Bukko in rit 6. Hier zien wij nog Parra en Elm die het bal afsluiten. Shawnee Davis en Casey Bouchet, twee Amerikanen tegen elkaar. Dat is een mooie loting. Maar we beginnen bij het begin bij Arne Denkers. Zijn ouders emigreerden in de jaren 80 vanuit Nederland naar Canada. Hij is dus ook een beetje van Nederlands bloed, Arne Denkers. Hier de wereldkampioen, Chad Hedrick. Die nu weet dat hij op de 5 kilometer alleen zal moeten rijden. Omdat hij op die afstand zou moeten aantreden tegen Fabrice. En dan zal hij in elk geval op die 5 kilometer ervoor moeten zorgen dat hij op de goede plaats één keer per ronde van baan verwisselt. Dat zal nog de lastigste opgave worden voor Chad Hedrick. Maar eerst dus de beurt aan Denkers en Hiroki Hirako. Dat klinkt als een Japans gedicht. Hiroki Hirako, eindelijk mag hij meedoen aan een wereldkampioenschap. Hij is de Aziatische allround kampioen. Hij opent lekker met 10-3. Lang geleden dat de Japanners een rol van betekenis hebben gespeeld. En aan deze tegenstander heeft hij dus weinig gehad. Niets. Denkers is echt een man van de hele lange adem. De 22-jarige Japanner uit Obihiro, plaatsgenoot van Hiroyasu Shimizu, 37-94. En daarmee is hij content, want zo vaak heeft hij nog niet onder de 38 gereden. Dit is Japanse blijdschap. Daar hebben we het tegendeel van een rassprinter. En hij heeft een lotgenoot gevonden. Grödum en Siegmund. Hoe krijg je ze bij elkaar? Jazeker, maar het kan wel eens een lastige kruising worden. Precies. Grödum hoopt op dit soort toernooien eigenlijk altijd maar buiten te starten. Want dan weet hij zeker dat hij met niemand rekening hoeft te houden. Het is helemaal moeilijk genoeg. Het Siegmund kon in het verleden wel goed openen. Begon als middellange afstandrijder en die heeft zich ook ontwikkeld tot een steer. Toch moet hij wel een 39 kunnen klokken, Grödum. Het lukte hem in Heerenveen. 39-13 toen. En toen haalde hij bij die gelegenheid drie kwartel van zijn beste tijd af. Maar dit zijn toch
geen schreden die erg veel moed geven. En zo zijn de problemen bij de kruising wel opgelost. Dan. Inderdaad. 11:46, de opening van Vreudum. Dat is wel heel erg langzaam. Dat is vergelijkbaar met Ivan Groenewold. Die klopte dat volgens mij ook. Ik ben benieuwd of Vreudum sneller zou rijden dan de snelste vrouw. Vreudum interesseert dat klassement natuurlijk helemaal niets, Martin. Maar hij wil wel zorgen dat hij de 10 kilometer rijden kan. Maar dat moet hij dan later regelen op de 5. Siegmund, 38:60. En 39:55, dat is... En nou, zag je dat? In het rondje nog sneller dan Siegmund. We zien hem de veters strikken, Chad Hedrick. Maar ik hoor op mijn oortje van Astrid Wisman, die alles van veters weet, dat, dat dit een nieuwe veter is. Omdat de veter zojuist bij het aantrekken, dat overkomt je altijd op een vervelend moment. Bijvoorbeeld als je naar een bioscoopvoorstelling wil gaan en je dreigt te laat te komen. Of vlak voor een voetbalwedstrijd. En hier gebeurt het hem tijdens het wereldkampioenschap. Hij trok net zijn veter kapot. En wat Eric Heiden, die de dokter is van de Amerikaanse ploeg. Maar die is ook een man van alles en nog wat. Die had een veter bij zich. Die kent het klappen van de zweep en van de veters. Die had een reserveveter in de zak. Hoe is het mogelijk dat die man daaraan denkt? Ja, 5 keer Olympisch kampioen. Dan sluit je alle toeval uit. En daar profiteert hier Hedrick van. Van de veter van Heiden. Hier, Johan Reuler, voormalig wereldjuniorenkampioen. Ja, mag door de beugel. En hij treft Keisato Miyazaki. Reuler is goed weg. 10-3. Ja, dat is goed. 10-3 is voor Reuler goed. Hij traint ook bij Pieter Müller. Scandinaviër, landen liggen naast elkaar. Zweden en Noorwegen. En ik denk dat dit de snelste 100 meter ooit is geweest van Reuler. Betaalt zich dat dan ook uit in een bijvoorbeeld stevige 37er? Dat doet het. 37-71 voor Johan Reuler. En 38-31 voor Miyazaki, die dit seizoen zo snel nog niet was. Want Miyazaki opende de Aziatische kampioenschappen met 39er, 39-05 in Ikaho, Japan. En Miyazaki heeft wel de eigenschap om de afstanden die nadien worden gereden steeds zich te gaan verbeteren. Het is meer een man van de langere afstanden. Dus Miyazaki zal tevreden zijn met zijn 38er. Dat zou Bob de Jong ook wel zijn met een 38er. Een lage 38er zoals Miyazaki. Bob de Jong, dit seizoen 1:38 gereden in Heerenveen. En Veldkamp klokte een goeie voor hem in deze fase van zijn carrière. 38-18 bij de Europese kampioenschappen in Heerenveen. Hier Jochem Uitenhagen. Een van de uitdagers van Chad Hedrick. Ik weet niet hoe jij dat beoordeelt, Martin, maar die Veldkamp, hij is 37, schaatst beter nu, vind ik, dan hij in jaren heeft gedaan. Kijk, en een vraagteken op zijn hoofd. Wie wil mij sponsoren? Dat is ook Veldkamp. Hij was de koorstuk de afgelopen jaren. En nu, ja, hij zal het niet moeten hebben van deze afstand natuurlijk. Dat weet u ook inmiddels wel. Hij opent wel voor Bob de Jong. Maar nu is hij gedreven. Is hij in de aanloop naar Turijn ook weer beter dan hij in jaren was. Een 10:60 is voor Bart Veldkamp een waanzinnig sterke opening. En dan kan hij nu hier op de trekhaak bij Bob de Jong. Dat doet hij ook goed. Blijft in de slipstream zolang dat kan. En dan heeft hij Bob de Jong hier bijna te pakken. Bij het ingaan van de bocht. Bob de Jong op een allround toernooi. Dat was voor het laatst. Een internationaal allround toernooi in 96 toen hij wereldkampioen werd bij de junior. Het wordt een fotofinish. Maak jij hem? En de Jong moet dan hopen dat hij verder geen schade oploopt. Omdat hij hier koet-koet wil winnen van Bart Veldkamp. Dat lukte met 100ste. En dan hopen dat het materiaal en
daaronder versta ik ook de ledematen, heel is gebleven. Maar dan wel risico met die finish. Ja. Ja, en waarom heeft hij een snellere tijd? Want dat lijkt alsof Bart Veldkamp sneller is, maar Bart Veldkamp tilt zijn schaats op. En dat mag dus niet. Je moet met een vlakke schaats op de streep. Ja. Dus dat is die honderdste, want mensen kunnen thuis niet goed zien wat er gebeurde. 38-30 voor Bob de Jong. Zo snel was hij dit seizoen nog niet over 500 meter. Dus gaat er een duim omhoog voor hem. En dat is ook een teken aan de mensen die hem liefkozen. Het is allemaal goed met mij. Niks aan de hand. Ingrid Paul is in haar nopjes. En Bob de Jong ook. Veldkamp 38-31. Maar je kan zeggen, joh, wat maken ze zich druk om die 100ste? Bart Veldkamp werd ooit nog eens een keer derde op het Europese kampioenschap allround. Met een 1000ste punt voorsprong op Leo Visser. Ja, het gaat soms om kleine verschillen. Daar heb jij volkomen gelijk in. Ik heb Veldkamp ook zo een keer een 10 kilometer zien beëindigen. Ja. In Nagano ging het ook op een 100ste. In een duel met, ik dacht Lasse Sertre. Die hier niet, ja, mee, die niet meedoet dit weekend. Want Sertre is aan de knie geopereerd. Verheijen. Beste Nederlandse allrounder vorig jaar bij het wereldkampioenschap. Maar hij werd derde slechts. Hij heeft in de aanloop van dit toernooi wat meer rust genomen. Bewust niet voluit gegaan op de World Cup in Baselga. Heidhausen is goed, 10-36. Heidhausen is ook tot de 36er in staat. En Verheijen niet. De 10-5 is voor Verheijen helemaal geen slechte opening. En Heidhausen rijdt gewoon beter dan ook Karl Verheijen had verwacht. Hij was wel blij met deze loting. Ja, hij moet toch een 37er gaan rijden, Verheijen, om goed in de wedstrijd te komen. Heidhausen de 37-23 en Verheijen 37-64. Ja, Verheijen is niet zo scherp als dat hij vorig jaar was. Nee, dat is het verschil. Hij rijdt dit jaar goed en vorig jaar uitstekend. Je ziet het ook aan de lichaamstaal. Hè? Even wat langer het hoofdje naar beneden. Een halve seconde langzamer over de 500 meter dan in Heerenveen. Toen hij bij de eindafrekening Europees kampioenschap derde werd. Maar nu heb je er een paar klanten bij die je op het podium verwachten kunt. Hè? Ja. Hedwig, Davis. Het is heel anders rekenen nu, nu Fabrice er ook niet bij is. Maar eigenlijk zeg je op voorhand, er blijft één plaats over op het podium. Omdat die Hedwig en Davis daar worden verwacht. Vorig jaar was het een verrassing. Ja, vorig jaar werden de Nederlanders verwacht. En nu reken je erop. De twee jonkies hebben elkaar getroffen. De jongste deelnemers. Havard Bukko, 18 jaar, pas geworden. Vierde zijn verjaardag hier in Moskou. En Sven Kramer, ook 18. Maar die is al een verlanglijstje aan het samenstellen, want wordt binnenkort 19. En op dat verlanglijstje staat ook een nieuwe ploeg die hij wil hebben. Ja. Het zou al rond zijn, maar Kramer zelf ontkent dat. Er was gisteren een discussie. Ook andere ploegen zijn zich helemaal niet bewust van het feit dat hij al getekend heeft. En Kramer gaf het ook aan. Dus het wordt nog een leuk weekje. Wat opent Kramer? 10-4. Zijn persoonlijk record. 37-02 gereden in Heerenveen. Bukko, voor een man met lange adem, opent goed. 10-26. Die opent voortreffelijk. Ja, Kramer weet waar hij mee te stellen krijgt over 3 weken. Junioren wereldkampioenschappen. Nou, die Bukko is het paradepaardje in de stal van Pieter Müller. En Bukko en Kramer vechten het uit op de streep. En dan is het Kramer uiteindelijk 37-19. Goed, 37-19, zijn op 1 na beste 500 meter. Ik denk dat het op deze baan een hele goede tijd is. Het oogt toch niet zo snel als het Heerenveen en Hamer zijn. Hij was alleen in Heerenveen een keer sneller, Martin. Dan doet hij het toch uitstekend, 37-19. Maar hij voelde zich niet zo goed. Ja. Hij finisht ook nog met een zekere nonchalance. Kijk, hij laat zich uitglijden. Ja, ja. Zit wel snor. Dus voert Kramer de lijst aan. Heidhausen en Bukko op 2 en 3. Verheijen voorlopig 4, Reuler 5. En dan krijgen we hier de eenling. Phil Marois, Philippe. Dat staat er in het paspoort. Philippe Marois, voor wie speciaal ook zijn coach is meegereisd.
uit Quebec. Het is zijn tweede deelname aan een wereldkampioenschap. Hij was erbij, jij moet dat weten, Martin, in 1999 in Hamar. Legendarisch jaar. Toen er trouwens ook een Italiaan ziek zou zijn. En Itz Posma als reserve werd ingevlogen, maar toen bleek de Italiaan niet ziek. Dat was dus pas nu, dit weekend. Hey, Marois, 10-7. Is dat dan een anti-sprinter? Ja, dat is het. Marois moet het niet hebben van de 500 meter. Verre van dat. Bij het Noord-Amerikaans kampioenschap, 12 deelnemers, werd hij 11e op de 500 meter. Marois plaatste zich ook niet voor dit toernooi. Dat moeten we er wel bij zeggen. Hij neemt de plaats in hier van de junior Vartsilevic. Hij is dus eigenlijk ook al een reserve. En voltooit zijn race in 38-53. Nou, de Canadees een paar jaar geleden erg sterk. Dustin Maliki. Ja, wat is daarvan overgebleven? Ongelooflijk. Hier de leider in het klassementje van de 500 meter na 7 van de 12 races. Daar zou verandering in kunnen komen in de rit die hier nu volgt. Dit is Eskil Ervik. Ja, verrassend sterk op het Europees kampioenschap. En dit is een man die op het podium zou kunnen verwachten op de 500 meter. Takahiro Uchiyama. Stond al eens op het podium in Boedapest naar de 500 meter. Hij is de nummer 2 van de Aziatische kampioenschap en won daar de 500 en de 1500 meter. Man van het korte werk, maar hij staat niet stil. Ja, allebei niet. Hij heeft de bibbers. En Uchiyama heeft de valse start op zijn geweten. Kijk maar, rechterknie. Ervik, goed op de 5 kilometer. Soms heel goed op de 10 kilometer. En dit is ook voor hem die vervelende afstand waar zo'n toernooi mee begint. Nou, hij was niet lekker weg. Trapte zichzelf een beetje achterover. 10-0-5, Uchiyama. En nog een lastige kruising. Voorrang, Uchiyama, Ervik lost het goed op. En Uchiyama ook. Daar leidt Ervik totaal geen schade op de kruising. Dat doen ze heel professioneel. Gaat hij wel de schade op. Daar valt hij. Daar loopt hij wel de schade op. En dan is hij uit het toernooi. En heeft hij niet alleen kopzorgen, vooral ook hoofdpijn. Hij stuitert daar voorover op het hoofd. Uchiyama heeft zijn race voltooid. 36-23. Wat staat er nou? Ik heb het niet gezien. Ik zie 36-28 op het scorebord. 36-28 voor Uchiyama. Ja, klopt. En een rondje van 36-23, dat was het. Ook ik moet aan de bril. En dit is jammer. Dit was ook een man die misschien op het podium zou kunnen eindigen. Ja, maar nu niet meer. Eskil Ervik. Hij viel heel erg vreemd. Ik vraag het jou. Heeft die val bij het ingaan van de bocht iets te maken met de dreigende moeilijkheden op de kruising en misschien de extra inspanning daar geleverd om die moeilijkheden te voorkomen? Nou, we moeten de beelden eigenlijk zien. Ik weet niet of ze gemaakt zijn in die bocht. Maar het lijkt erop dat het ijs beschadigd is. Er is tijd voor, want er zit een wak in het ijs en geen kleintje ook. Natuurlijk raak je gehaast als er iemand over je heen kruist. Ja. Maar of dat de reden is, dat weet ik niet. Hij viel heel erg vreemd. Hij viel voorover, met het hoofd ook op het ijs. En hij voelt in de nek. Ja. Ja, dan denk je gauw aan een whiplash. Kijk, en het pak helemaal gescheurd. Ja, dat is tot daar naartoe het pak. Ik zou daar niet over inzitten, over dat pak. Ze hebben geen reserve meegenomen, de Nooren, maar toch hopelijk een reservepak. Johnny Davis. Jammer. Ervik voelde zich ook vrij, want de druk lag nu niet meer alleen bij hem. Hij werd dat vergeleken met Kos. Die vergelijking ligt nu bij Havert Bokko.
Maar Greuden bereikt goed de 10-5 kilometer. Even Wetten, Petter Andersen op de middellange afstanden. Dus het lag niet meer alleen bij hem. Nee, maar hij was toch de man voor het klassement. Waarnaar gekeken werd voor de klassementen. Hoe vervelend is dit voor de wereldkampioen, dit oponthoud? Aan zwellend geluid, want hij is niet alleen op het ijs, Chad Hedrick. Hij is daar met Yevgeny Lalenkov. Rusland-Amerika. Hedrick is ook gewoon met de bus, zoals alle andere schaatsers, naar het ijs gegaan. Want van de Russische, van de Moskouse taxis heeft hij de buik vol. Hij hoeft maar één keer te kruisen op de 500 meter. Zijn laatste 10 kilometer, daar ging het fout. Daar kruiste hij bij de eerste beste gelegenheid niet. Zijn laatste 1500 meter kruiste hij een keer te veel. Spookt dat nog door het hoofd? De start is goed. Althans, geen valse start. Hij is goed weg. Lalenkov is een goede tegenstander voor Hedrick. Een man die ook op het podium verwachten kan. Goede sprinter te midden van de 10-2 voor Chad Hedrick. Dat is een hele goede opening. Lalenkov zit te ver daar voor Hedrick om de Amerikaan van de rust te laten profiteren. Maar hoe? Wat een laatste binnenbocht voor Hedrick. Maar hoe komt hij dan terug in de bocht? Wat accelereert hij daar in de bocht en ook nog bij het uitkomen van de bocht? En hij geeft de rust klop in de tijd van 36-65. Ja, maar hij verslaat Lalenkov. De man die geacht werd om hier de 500 meter misschien te winnen. Maar het is een hele goede reis. Bart Schouten, de coach, deelt in de vreugde. Hey, en hij is een brillenglas verloren. Ja, dat ligt dus op de baan. Kijk, dat hij attendeert. Ergens op de baan, dat een ander daar niet over struikelt straks. Kijk dan hoe die finisht. Maar daar heeft hij de glazen nog, hè? Ja, hij is getergd. Hij wordt een beetje gepest met het feit dat hij natuurlijk verkeerd kruist, hè? Ja, dan maakt hij het ook naar Martin, hè? Ja, hij zegt het zelf ook. Where do I change lanes? De wereldkampioen klopt 36-65. Dat is vergelijkbaar met zijn tijd vorig jaar in Hamar. Ja, maar deze baan is geloof ik niet zo snel als nee, het Hamar is. Daarom. Daarom is dit zo'n goede prestatie. Ja, Hedrick was een hoofdrolspeler vorig jaar in Hamar. Uitenhagen was dat natuurlijk ook. En die staat nu klaar voor zijn race. Tussen Hedrick en Uitenhagen is het allemaal goed gekomen. Tijdens de trainingen zie je ze ook praten met elkaar, grapjes maken. Al is er voor grapjes nu geen tijd meer. Hier wel even een grapje met Sven Kramer. Nu is het ernst. En nu staat er 36-65 en de bril is weer compleet, zo te zien. Het is goed dat je geen lenzen hoeft te zoeken op zo'n ijsbaan, want dan ben je een tijdje zoet. Maar zo'n donker brillenglas, dat moet toch lukken? En het is gelukt. Uitenhagen, weggereden van de start. Die denkt, je kunt me bekomst krijgen. Ik ga daar niet staan wachten. Op een bus die niet komt. Skoper praat in zichzelf voor de start. En nu is hij er weer gearriveerd. Met Skobrev. De Rus die zelfs overweegt om een Amerikaans paspoort aan te vragen. Maar hier toch vals weg is. Valse start Skobrev. Jan Zwieren starten. Ja, dat is een valse start voor Skobrev. En ook een vervelende start van dit toernooi dan voor Uitenhagen. Ja, er zitten meer Russen in het stadion dan we van tevoren hadden verwacht. Dus. Eerst was er het kleine oponthoud omdat Hedrick het brillenglas verloren was en dat moest zoeken. Nu de valse start van de Rus Skobrev. Hij voelt zelf die spanning ook, hè? Lekker. Als je naar hem kijkt op de training gisteren ook, Martin, maakt hij een in zichzelf gekeerde indruk uit Hagen. Heel scherp. Ja, hij is goed. Spannen.
afgelopen weekend in Baselga. Een fantastisch goede 5 kilometer. Dan mag je eigenlijk niks verliezen op Hedrick. Nee. Hedrick is kampioen. Moet rond zijn persoonlijk record rijden. Iets daarboven mag om in het spoor te blijven. 10-4 de opening. 10-21 van Skobrev. Is gelijk aan de opening van Lalenkov. Uithagen heeft hier al Skobrev naast zich. Skobrev duikt onderdoor. Dat was niet verwacht. Ruime bocht Skobrev, maar de Rus heeft voorsprong. En Uithagen moet hopen dat hij 37-34. Daar geeft hij veel, veel terrein prijs. Daar loopt Uithagen schade op. Loopt hij heel veel schade op. Ja. Je mag niet zeggen van het is al gedaan. Maar het is sport, het blijft sport, maar... Chad Hedrick kent geen zwakke afstand. Het is... 17e van een seconde wat hij hier verliest. Dat is dus al 7 seconden op de 5 kilometer. 7 seconden schade loopt uit de hagen op. We kijken al dan vooruit naar de 5 kilometer op deze wereldkampioen Chad Hedrick. Maar... En dan moet Davis nog rijden. Johnny Davis. Geboren op een vrijdag, de 13e. Maar dat is niet een gegeven waar Davis betekenis aan hecht. Johnny Davis is de regerend Noord-Amerikaans kampioen. Hij treft Casey Bouchet. Op dat Noord-Amerikaans kampioenschap was hij sterk. Wereldrecord op de 1500. En hij vernederde op de Amerikaans kampioenschap. Kijk hier eens. Heeft hij budget al. 10-15, Martin. 10-15. Op de 15. En die bochten. Hij is de master of the curve. De meester in de bochten. Dat dankt hij aan het shorttrack. En liefst zou hij hier de binnenbocht rijden. Maar de loting heeft anders uitgewezen. Hij kan als geen andere binnenbocht rijden. 22 jaar uit Chicago. Johnny Davis nam deel aan het wereldsprintkampioenschap en zet hier 36-33. Hij neemt voorsprong op Chad Hedrick. Ja, en ook Casey Bouchet blijft redelijk in het spoor. Ook een 36er. En Davis loopt dus een seconde weg van Uithagen. En heeft dus nu 10 seconden voorsprong genomen op Uithagen op de 5 kilometer. De Amerikanen staan er goed voor. Als zij geen fouten maken zelf, Hedrick en Davis, zijn ze door Uithagen niet meer in te halen. 36-33 van Johnny Davis. Alleen die Japanner was sneller, Uchiyama. Maar die, daarvan zeg je, die gaat niet tot het einde meedoen om de prijs. Steven Elm heeft zich dit seizoen al 4 keer verbeterd op de 500 meter. Hij deed dat ook al op de 1000 meter. Hij is dus 29 nu. Plotseling verbeterd op de kortere afstanden. Maar op de langere afstanden is Elm geen factor echt van betekenis voor het klassement. Niet meer. En Parra. Ja, Parra. Ja, Parra. Ja, voormalig kopman. Voormalig kopman van de Amerikaanse ploeg. Olympisch kampioen 1500 meter. Opening is goed. 10-23 en 500 meter kan hij al rijden natuurlijk nog. En de 1500 ook. Maar op de langere afstanden heeft hij momenteel te weinig inhoud. Fantastische buitenbocht, die Parra daar. De Amerikanen hebben, zoals ze het zelf zeggen, het Rocky IV gevoel. Elm is gezien. Land van Rusland. Parra rijdt een buitenbochtje. Elm wordt daar niet door gehinderd. En Parra klokt 36-82, toch ook een 36er. Zo staan de Amerikanen er triomfantelijk voor naar de 500 meter bij de mannen. Alle vier in de 36. Vier Amerikanen bij de eerste. Dat is het, vijf. Bij de eerste zes. Ja, Lalenkov zit daar nog tussen. Goed, vier bij de eerste zes dan.
Dus slaat schaatsland Amerika hier de slag. Chad Hedrick en Shawnee Davis halen de allrounders, halen het podium op de 500 meter. Uchiyama krijgt straks een klein goudmedailletje. Daar kwam hij voor. Hij kan ook nog een goede 1500 meter rijden. Davis en Hedrick, de mannen voor het klassement. Parra blijft in het spoor op de 500. Lalenkov, geen medaille. Die was wel verwacht. Bouchet, vierde Amerikaan bij de eerste zes. Dan de eerste Nederlander, Sven Kramer. Heel goed, 37-19. De jonge Bukko staat daar waar de Nooren ook Ervik hadden gehoopt. Skobrev op plaats 10. Uitenhagen op plaats 11 loopt een achterstand op van een vol punt op Shawnee Davis. En 17e van een seconde. Dus ook driekwart punt op Hedrick. Veldkamp hier in de achterhoede, maar dat is op de 500 meter zijn plaats. Ervik en Greudum sluiten de rij. En zo eindigen we met de Noorse vlaggetjes, daar waar de Amerikaanse vlag het hoogste wappert, eigenlijk op deze 500 meter. Dat zijn de morele winnaars van de kortste afstand bij de mannen in dit allroundtoernooi. Dames en heren, goedemorgen. U bent weer terug bij Studio Sport. We zijn bezig met dag 1 van de WK Allround schaatsen in Moskou. En het is spannend, toch, Henk Gemser? We hebben de 500 meter gehad. Uchiyama wint die 500 meter, dan 3 Amerikanen. Wat moeten we daar nou van denken? Nou, dat in ieder geval datgene wat we al een beetje dus als idee hadden bij de aanloop naar dit toernooi. Dat die Amerikanen echt mee zouden gaan doen. Ja. En dat kun je wel constateren nu. Hè? Ja, Davis is de nummer 2. Dan Hedrick, Parra. En dan naar Lalenkov en Bouchet. En daar staat Sven Kramer dan op de 7e plaats. Ja. Is dat goed voor hem? Ik vind het heel bijzonder. Ik weet dat hij, nadat hij dus het voorseizoen tot en met de Europese kampioenschappen, eigenlijk dus vanuit een onverwachte dus positie van eigenlijk nog junior zijnde, echt in het seniorengeweld mee ging doen. Toen werd de vraag gesteld en hij nam wat advies, natuurlijk in eerste plaats van zijn trainer Peter Kolder, maar ook van anderen en mogelijk ook van mij. Wat advies vroeg hij van wat moet ik nu gaan doen, want er ligt ook zo'n druk programma zit eraan te komen. Wereldkampioenschap in junioren vind ik wel heel erg aardig om te doen, daar heb ik al heel veel sympathie voor. Maar ook de wereldkampioenschappen die nu worden gereden, de wereldfinale in Heerenveen. En mogelijk dan als de wereldkampioenschap een afstand en een insel. Wat moet ik doen? Nou, iedereen zei tegen je moet keuzes maken. En droom hem eigenlijk een beetje in de richting van het seniorentraject. Hij heeft nu dus ook in Bezelde geschaatst. Kwam, begrepen van Peter Kolders, zijn trainer die op het ogenblik nog in Nederland is. En dit weekend in Assen op een gegeven moment de Nederlandse juniorenkampioenschappen begeleid. Zijn pupillen bij Oranje. Gisteren vertelde Peter Kolder mij dat eigenlijk in een gesprek met Erben Wennemars, een sprinter, dus niet in het segment waar dus Sven Kramer mee bezig is, maar eigenlijk dus afgelopen zaterdag zei of zondag zei, van luister naar jezelf. Als je op een gegeven moment ontdekt dat je dus geestelijk moe bent, dat je dus inderdaad niet meer die spankracht hebt als voorheen, dan kies je toch datgene wat jou het meest sympathiek is. En ik vind dat een gouden advies wat Erben hem heeft gegeven. Want je moet natuurlijk beginnen bij jezelf. Ja, en het gebeurde ook wel, want hij in Bazelga in een interview kwam eruit dat hij ook wel wat moe was. Ja, allemaal goed, dat pomp je er niet op. Dat maak je niet groter dan datgene wat je dus bij jezelf al hebt geconstateerd. En wilde dan ook wel aanraken, maar ook niet meer dan dat. En dan heeft hij een keuze gemaakt. En wat je dan ook ziet, is dat zo'n jongen, en dat constateerde zijn omgeving en ook zijn ouders, die ook constateerden dat hij op een gegeven moment plotseling die keuze had gemaakt. Het seizoen is nu te overzien. Ja. Dit weekend en dan de wereldkampioenschap junioren nog. En dan is het afgelopen. En dan is het dan. Hij is veel ontspannender. En eigenlijk juist op tijd voor het toernooi dit weekend. Ja, heel goed dat hij oogde ook helemaal niet moe op die 500 meter. Nee, maar de vermoeidheid ligt hem in de belasting die je dus in Nederland als topschaatser zijnde inderdaad tegenkomt met alle aandacht die je krijgt. En bedenk het maar. Lichamelijk is zo'n vitaal jong lijf heel snel in staat om te herstellen. Maar inderdaad, met name de geestelijke belasting is heel erg groot. En nu is het overzien, nu handelt hij dat. En dat besluit wat hij dus na vorig weekend heeft genomen, dat is een hele goeie geweest. Ja. Goed, Sven Kramer op de 500 meter. Laten we even naar zijn race gaan kijken. Dat was prettig om te zien. Zo. Hij ging in de opening, ging hij inderdaad toch inderdaad eigenlijk dus de verliezer zijn.
En wat doet hij dan? Doordat hij dus toch weer de helemaal energie over zichzelf heeft. Hij laat zich de kop niet gek maken. Ondanks dat zijn tegenstander toch 2/10 sneller is. En dat is een behoorlijke afstand hoor. Schaatst hij daarna dus heel resoluut een veel snellere volle ronde. Hij kan niet echt meer dus de slipstream gebruiken van dus de jonge junior Noor. Die is nog jonger dan ja, de Kramer zelf. En dan weet hij in die binnenbocht zo rustig, wel natuurlijk heel erg halfgekwemd bewegend, zijn eigen slagen te maken en dus de techniek goed uit te voeren, dat hij op een gegeven moment, heel resoluut op een gegeven moment, dat gat weer dicht rijdt. En een 3/10 sneller de volle ronde rijdt dan Bokko. Dat hij in een rondje 26-7, ten opzichte van 27-0, geeft hem dan ook de winst in die rit. En heel resoluut, heel zeker. En eigenlijk een vervolg en de consequentie van de besluiten die hij afgelopen week heeft genomen. Kon je aan zijn gezicht zien of hij blij was met deze tijd? 37. Ja, hij oogt wat onderkoeld. Maar hij jaagt natuurlijk van binnen. Hij weet ook wat hij is. Hij is in die zin, al hoe jong hij ook is en hoe weinig ervaring mogelijk nog, hij is inderdaad heel erg zich bewust hoe de situatie en hoe de krachtverhoudingen zijn. En wat goed is en wat niet goed. En hij resoluut zijn bewegingen zoals hij die nu kunt interpreteren, die geven aan dat hij dus inderdaad dus heel tevreden is. Wij zijn ook heel tevreden over Sven Kramer. Enthousiast. En enthousiast. Ja. Zeer waarschijnlijk is hij zelf ook behoorlijk tevreden. Sven Kramer in gesprek met Bert Maalderink. Je hebt een hele goede 500 meter gereden. Dan moet je ook lachen. Ja, nou ja, lachen. Het is voor mij doen een hele goede 500 meter. Nog niet eens zozeer in tijd, maar dat ik hier snelste Nederlander op 500 meter ben, ben ik zeer blij mee. Ja, want ik kan me de verschillen nog herinneren op het EK. Met Uitenhagen was het 17e. Ja. En toen heb je daar eigenlijk je titel verloren. Ja, daardoor ben ik heel blij dat ik gewoon zelfs voor hem sta. En heb ik na het EK aangegeven om de accenten meer op 500 meter te leggen. Omdat het is gewoon zonde als je daar laat liggen. En ik hoop dat nu de lange afstanden ook gewoon goed zijn. Ja, want je kunt daar blij mee zijn. Tuurlijk, beste Nederlander, opzicht van Uitenhagen. Ja, maar je kijkt wel naar de Amerikanen. Ja, kijk, en dat is ik denk het grootste verschil met nummer 1 seconde. En met Hedrick, dat is een halve seconde. 54/100 en ik denk dat het nog niet eens zo slecht is. Nee, want dan krijg ik het dan even om naar de 5 kilometer. Dan is het 5,5 seconden op Hedrick en 8,6 seconden op Davis. Ja, nou ja, kijk, op Hedrick secondes pakken op 5 kilometer is wel heel moeilijk. En hij is, ik heb in de World Cups 1 keer van hem gewonnen op 5 kilometer. Ik hoop dat, dat het vandaag de tweede keer wordt, maar we zullen zien. Ik gok meer op zondag. Het gekke is dan toch, die jongens staan er dan toch, hè? Ik bedoel, we hadden het een beetje verwacht, maar je kunt altijd denken van ze moeten het maar doen. Hedrick laat per ongeluk of met opzet een verkeerde wissel achter. Davis rijdt geen World Cups. Hun richten helemaal op één toernooi. Zand in de ogen strooien, vind je dat? Vind je dat zand in de ogen strooien? Bijvoorbeeld wat Hedrick deed door verkeerd te wisselen, bedoel je dat zo? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het niet eens een slecht vorm geweest is, hoor. Het maakt mij verder ook niet zo heel veel uit. Ik denk dat ik voor mezelf eerste jaar in dit circuit mee te draaien een heel zwaar seizoen heb gehad. En daardoor heb ik ook de World Cup finale laten schieten en daarmee wereldkampioenschap WK afstanden laten schieten. En ik heb ervoor gekozen om WK junior te rijden, ook met het oog op volgend jaar, wat wellicht nog veel belangrijker wordt. En jij kunt dus ook tevreden zijn, punt. Ja. Oké. Okay. Sven Kramer is tevreden. De beste Nederlander op de 500 meter. Davis, Hedrick, Para en Bouchet. De vier Amerikanen staan voor hem. Zouden ze zand in de ogen hebben gestrooid van de concurrentie? Nou, ze kiezen wel op een gegeven moment hun eigen traject. Als Davis zegt van ik krijg geen World Cups, dan is dat zijn pad, zijn plan en zijn route. En de kruising van Hedrick de afgelopen weekend, ja, dat is een slip of the mind, je vergist je. En hij is er niet helemaal bij. En de gebouwen stonden aan de verkeerde kant erop zitten van de start en de finish. Zo heb ik ooit Miel Govaart in Noorwegen een keer zien finishen op 1000 meter naar 800 meter. En toen zei ik, wat doe je nou? Hij zei, de gebouwen staan aan de verkeerde kant. Zo oriënteren zich dan. Dus ja, dat gebeurt wel eens. Oké, goed. Nou, het is duidelijk dat de Amerikanen het goed doen. Dan gaan we naar Jochem Uithagen. Hij werd 11e op de 500 meter. Ja, ik zie het al aan je gezicht. Ja, een seconde boven zijn persoonlijk record. Het is een wereldkampioenschap wat je dus hier rijdt. Een opening van 10-4. In de eerste twee passen waren goed, maar de derde heb je al een misslagje. Ja, dat zie ik. En hij had ook al een valse start natuurlijk van zijn tegenstander. Ja, maar goed, dat gaat er zo. En dan is de opening niet goed. 10-4 voor Jochem is onvoldoende. En
daarmee zet hij eigenlijk al een beetje dus zichzelf op achterstand. En weet dan die volle ronde toch niet voldoende door te zetten. En dan kun je van alles bedenken wat daar de oorzaak van is. Maar dat heeft met datgene wat ook Ria dus al aangaf, mogelijk met vorm en gevoel te maken. En dat is een fractie die meebepalend is. Heel dominant soms is inderdaad in het werk heel erg scherp kunnen presteren. En dat is hier niet het geval. Want schaatstechnisch is er geen bemerking te maken als je hem zo ziet gaan. Valt het je tegen? Ja, ik had hem hoger gedacht. Ja. Ja. En toch werd er vooraf gezegd dat hij in topvorm zou zijn, dat hij scherp is. Ja, nou, dat kun je vanuit hier Hilversum natuurlijk niet zien. Je hebt dus de laatste 10 dagen, 2 weken heb je dus geen observatie meer kunnen doen. En dan is het dat je dus ook afgaat op dus de signalen die zijn geweest. En in die zin had ik hem dus bij de beste 3. In het begin van het toernooi hebben we dat ook zo besproken. Dus achterstand wordt erg groot, hè? En Skobreft, ja, die is duidelijk aanwezig en veel beter presterend dan we ook hadden gedacht. Maar niettemin, het is een man die dus uit de Amerikaanse school uitkomt. Ja. Dus we gaan het nog uitgebreid hebben over Skobreft voor deze dag en morgen. Als hij zo goed blijft presteren natuurlijk. Maar we hebben het nu over Jochem Uytenhagen. En we zijn zo benieuwd hoe Jochem Uytenhagen zijn eigen prestatie vindt. 11e op de 500 meter. Hoe je het ook bekijkt, van welke kant dan maar ook, dat was niet goed. Nee, met name als ik zie toevallig net een stukje op de monitor. De eerste 100 meter was gewoon heel slecht. Ja, ik heb zoiets van de eerste 100 meter van het seizoen was op het Nederlands kampioenschap. Dat ging onwijs goed. En dit was, nou, was gewoon niet goed. Ik moet gewoon daar veel meer aan gaan werken. Of lag het aan het gedoe vooraf? Want je moest wachten voordat je mocht starten. Ja, nee. Ik kan me daar heel goed voor afsluiten. Daar had ik geen last van. Ik vond wel, mijn eerste start vond ik, ja, die voelt altijd wat lekkerder dan de tweede. Maar die valse start heeft me ook niet uit. Nee, dat geef ik zeker niet als oorzaak op. Maar wat moeten we dan? Ik bedoel, want je was zo lekker steeds beter bezig. Ja, en dat lijkt dan nu te stranden als je naar de verschillen kijkt. Natuurlijk, toernooi is al lang niet voorbij, hoor. Maar nee, er zijn al flinke verschillen. Ja, ik vind dat het mijn 500 meters onder de maat. Ik bedoel, als je 10:48, ik zag 10:04. Ik hoorde daarna dat het 48 is. Het is gewoon veel te lang. Maar je moet minimaal 2-3 tiende sneller kunnen zijn. En dan ga je in je eindtijd ga je naar de 37-0, misschien een hoge 36. En ik denk dat ik dat ook, nou, dat moet ik gewoon kunnen. En ja, dan, ik baal er als een sterker van, maar ja, ik doe er nu al helemaal niks meer aan. Er zitten gewoon zoveel fouten in de eerste 100 meter. En dat is toch een stukje, ik denk dat ligt voor een heel groot deel aan mijzelf. Puur de aanpassing op het ijs. Ik merk toch dat ik heb 4-5 dagen nu op het ijs gaan. Hij wordt elke dag weer wat anders. Vanmorgen vond ik hem heel prima. Ik vond hem nu nog weer eigenlijk weer beter. Alleen, ik vond hem niet voldoende aangepast nu. En ja, dat is zoiets waar ik mezelf een flikker voor moet geven. Ja, ik doe het niet. Maar wat je nog kunt doen, dat is nog veel harder rijden dan die Amerikanen in de komende 3 afstanden doen. Ja. Zie je jezelf dat doen? Nou, ik heb hele goede hoop op dat mijn 5 kilometer en mijn 10 kilometer vele malen beter zijn. Met de snelheid aan zich zit het goed. Ik wil een rondje 26-8 met een eigenlijk behoorlijk belabberde opening. Dat is op zich helemaal niet slecht. En wat dat betreft, ja, je moet die 500 nu vergeten. Ik geloof me dat ik er echt goed de P over heb, maar ik kan daar nu niet. Ik moet over 3 uur weer starten, dus als ik daar nu energie in ga stoppen in die 500 meter, dan ben ik verkeerd bezig. En ja, mijn 500 meter, die laten we achter ons. En de 5 kilometer, die is gewoon vele malen beter geworden de laatste weken. En daar vertrouw ik nu op. En ja, ik bedoel, ik kan niet over die 500 meter blijven dooremmeren. Nou, je ploeggenoot de Groenewold heeft ervaring met slechte 500 meter. Die zegt dan afsluiten, klaar. Zeker weten, punt erachter. En na het weekend maar weer eens teruganalyseren. Maar ik realiseer me net wel dat de laatste 500 meter van het seizoen is. Dus voor volgend jaar weten wat er ons te doen staat. En dat, het is gewoon, dat is het meest frustrerende. Dat dus hetgene wat je graag wil, die snelle 100 meter, dat juist op een wereldkampioenschap gewoon compleet misgaat. Dat, ja, punt. Dankjewel. Punt. De knop om na de 500 meter en concentratie voor de 5 kilometer later deze dag. Nu gaan we weer verder in Moskou met de 3 kilometer voor vrouwen. En daarvoor gaan we natuurlijk over naar Martin Hersman en Frank Snoeks. Dit is weer de aanblik op de ijsbaan van Krilatskoje. Waar hier wel wordt gesprongen en gedanst door het Nederlands legioentje. Maar dat is niet naar aanleiding van de uitslag van de 500 meter mannen, waar de Amerikanen een veeg hebben uitgedeeld. Het vrouwentoernooi dat wordt zo dadelijk vervolgd met Annie Vriesinger, als gedacht naar de 500 meter in pole position. Met in haar nabijheid nog Cindy Klaassen. En dan een peloton op groot verschil al gezet. Dit is Wojcicka, de Poolse. Als gezegd, de
3 kilometer staat op punt van beginnen. De lijsten met de paren, zeg maar de loting, die is voorbij gegaan al. Dit is een Russische coach. Die zo lijkt te zijn weggestapt uit de jaren 70. Hockley en Gao zullen straks als eerste over het ijs gaan. Dan Yi en Wojcicka, dan Meijer en Fizokova. In rit 4 Tarasova en Bjelkevik. Rit 5 Nemoto Kalex. Rit 6 brengt op het ijs Holzer en Ishino. Dan is er een onderbreking. Dan wordt er gedweild na rit 6 en dan het tweede blok van 6 races met daarin de Nederlandsen. Te beginnen Wieteke Kramer, eerste race naar het dweil tegen Tabata. In rit 8 Ryan Lamp, de junioren, tegen Irene Wüst, de junioren. In rit 9 de Duitse Anschutz tegen Groves. Rit 10, dat is geen slechte loting. Vriesinger en Pechstein. In rit 11 twee Canadezen, Hughes en Klaassen. En in rit 12... twee Nederlandsen, Groenewold en Kleinsman. Dames en heren, inmiddels goedemiddag. U bent weer terug bij Studio Sport. We zijn bezig met de 3000 meter voor vrouwen tijdens de WK Allround schaatsen in Moskou. Wojcicka is degene met de snelste tijd tot nu toe. Maar de grote namen Ria komen straks nog na de dweil. Het is eigenlijk heel leuk, hè? Want het staat vrij dicht op elkaar. Het is een compact geheel, zo. Zeker die eerste 9. Ja, je moet wel even rekening mee houden dat de eerste 2 natuurlijk veruit aan kop gaan. Vriesinger en Klas. En dan tussen de 6 en 8 seconden heb je een groep. En dan tussen de 8 en 10 seconden. En dan zie je, en dat is wel heel jammer, dat Groenewold en Kleinsman natuurlijk een ongelooflijke achterstand hebben opgelopen op die 500 meter. Teruggerekend naar de 3 kilometer van meer dan 10 seconden. Ja. Dus die moeten wel erg hun best gaan doen om wat hoger in het klassement te gaan eindigen. Je zal ook gaan zien dat natuurlijk mensen gaan zakken zometeen. Ja, het is heel duidelijk. De nummers 1 en 2 hebben een grote voorsprong genomen op de rest van het peloton. Ja, en Cindy Klasse, dat hebben we eigenlijk net na de 500 meter al gezegd. Ze was wat ziekig. Maar niets lijkt daarop hè, op dit moment. Ja, dan moet ik wel zeggen dat grieperig en koortsigheid, dat hoeft zich niet te uiten op een 500 meter. Dat kan zich dan wel gaan uiten op langere afstanden. En vooral een tweede dag natuurlijk. Dus we kunnen nu niet zeggen van oh, die heeft zich aangesteld of daar is niks aan de hand. Maar vooralsnog laat ze dat op de 500 meter zien dat het de schade meegevallen is. Maar we moeten gaan kijken wat het zo meteen op de langere afstanden gaat brengen. Ja, wat vind je eigenlijk van het ijs in Moskou en de tijden die gereden worden? Ja, nou, die tijden die zijn redelijk. Hè. Je kan niet zeggen een ongelooflijke goede tijden zijn. Er is een aantal rijders dat rijdt persoonlijk records. Wojcicka bijvoorbeeld, maar die rijdt sowieso heel goed. Die Poolse die nu eerst staat op de 3 kilometer, reed ook al een goede 500 meter. Maar wat ik me vooral bedacht was, je moet als schaatser moet je dus bedenken dat je gewend bent om altijd op wittig ijs te rijden. En dan kom je in zo'n hal en dan is het opeens donker. Je moet het een beetje proberen te visualiseren. Het is dus een donker vlak wat onder je langs gaat als je schaatst. En ik kan me voorstellen dat dat ruimtelijk gewoon even een verandering geeft. En ik heb ook wat gelezen, een interview met Jochem Uithagen bijvoorbeeld. En Jochem kan het allemaal wel heel erg wetenschappelijk uitleggen. Maar zijn woorden van ik krijg niet terug wat ik aan het ijs geef, dat vond ik eigenlijk heel erg mooi. En het is natuurlijk zo dat je geeft een bepaalde techniek, hè, die voer je uit. En dan hoop je daar een antwoord op te krijgen, waardoor je voelt dat het lekker gaat. En nou, Jochem zag al op de 500 meter, het ging gewoon niet lekker. En ik kan me ook voorstellen dat het ruimtelijke effect van een andere kleur ijs, dat het ook van invloed heeft. Nou, wen je daar natuurlijk wel weer aan. Maar toch, altijd gewend geweest op wit ijs. En nu ziet dat. Maar het is wel een ander gezicht, maar het is ook wel leuk. Het ziet eruit als natuurijs. Ja. Heel natuurlijk. Ja. Goed, we gaan het hebben over een andere baan, althans. Wie aan schaatsen denkt natuurlijk ook meteen aan Calgary. De wonderbaan, waar zo hard geschaatst kan worden. Maar Canada is ook, en haar naam is al vaker genoemd vandaag, Cindy Klassen, maar ook Clara Hughes en Christina Groves. 3 uithangborden van het Canadese schaatsen bij de vrouwen. 2 jaar geleden werd Cindy Klassen nog wereldkampioen. Was dat een uitschieter of misschien niet? Verslaggever Erik van Dijk ging op zoek naar de achtergrond van de Canadese successen.
In het ijskoude Calgary ligt de thuisbasis van de Canadese schaatsploeg. De Olympic Oval. Als we daar op zoek gaan naar de kracht van het Canadese vrouwenschaatsen, komen we allereerst uit bij de meest krachtige schaatser. Cindy Klaassen. De wereldkampioene allround van 2 jaar geleden. Inderdaad, 2 jaar geleden. Want vorig seizoen miste ze voor een groot deel omdat ze te zwaar geblesseerd raakte na een val op de training. So, whereabout was it where you fell? I think I crashed about here and then I slid into the corner and crashed into the bumpers over there. Can you show us what's the result? Yeah, I have a pretty long scar here. And right now I don't really have any feeling in these 2 fingers. Really? So, and I can't spread my fingers all the way, but it's coming along slowly but surely. So yeah, it's a skate of another person in your arm. Yeah. So it cut 12 tendons, a nerve and an artery. So it was pretty bad. Ondanks haar zware blessure schaatste Klaassen toch nog met brace wedstrijden. Op de 1500 meter wint ze zelfs zilver op de WK afstanden. De Canadese heeft dan ook een aardige visie op haar ongeluk. I actually, it might sound funny, but I think it's probably the best thing that ever happened to me. I think that sometimes you don't know if your body is fatigued, and so I think a little bit of rest actually helped me. And it made me a lot hungrier too. Like when I got back onto the ice, I was excited to be skating, where before maybe I was kind of just going through the motions because I've done it every day. And so I was kind of excited to get back into skating too. And I think also my faith grew a lot through that, and I gained a lot of perspective on things, and so I'm happy about it. Cindy Klaassen's innerlijke kracht zit hem dus in het geloof. Maar wat is nu het geheim van alle Canadese vrouwen? Our secret is our weight trainer, Matt Jordan. He gives us the best programs. She's just saying that so I take it easy on her. But I think a big thing is just that we support each other a lot. And so when someone else is out there skating, there's always people on the side cheering them on. And in whatever we do, we're always supporting each other a lot. And so I think that's pretty special with our team. Het woord team blijkt het toverwoord in Canada. Ook voor teamgenoten Clara Hughes in het zwart en Christina Groves hier op kop. Ze gaan vanavond samen op pad. Maar eerst kookt Groves nog even een dinner to go. Misschien kan zij ons wat meer vertellen over het geheime recept van het Canadese succes. Is that the secret of Canadian skating? No, I don't think so. Just dinner. But I don't know if there's a secret. It's just the way it is, I guess, right now. Yeah. Team spirit. Team spirit, but also we like training together. We like being around each other, and we are now good friends, you know? So it's like, I think a bunch of different factors came together to make that possible, I guess, that sort of like all the ingredients, like I'm making dinner and there's all these different ingredients and I could put most of it together and it would probably be okay. But if you add certain other ingredients, you know, it makes it taste a lot better and makes it like a better meal. De mix is dus goed. Helemaal goed tussen Christina Groves en Clara Hughes. De twee collega's zijn buiten het schaatsen om ook echt goede vrienden. Samen delen ze naast de liefde voor schaatsen ook nog een andere passie. Het bewerken van hout. This is your hobby. This is my hobby. Definitely a hobby, not a profession. Something to help me stop thinking about speed skating. It's good. I like to have other things to do other than just skating in circles all the time. And I really enjoy working with wood and working with my hands, so it's fun. Net als Grove ziet ook Hughes de goede verhoudingen binnen het Canadese team als grote kracht van Canada. Want een team, dat is het.
zelfs in zo'n individuele sport als schaatsen. I come from cycling, and cycling, you know, is in some ways is a team sport, but it's a very individual sport because there's only one person that wins the race. And I guess maybe that's something I've tried to bring into the team is my experience of being in an individual sport, but being a part of a team and creating the team environment and, you know, getting along and having fun and really respecting each other. So I think for me, it's not new. Maybe for speed skating, it's new, but it's something that I feel really fortunate to be a part of and to contribute to. And I think we all feel the same way, so. We gaan kijken of de Team Spirit de Canadese vrouwen helpt op de 3000 meter. We gaan weer rechtstreeks over naar Frank Snoeks en Martin Hersman voor de laatste 6 ritten met zo dadelijk Wieteke Kramer in actie. De ijsbaan hier in Krilatskoje is gedweild en ligt nog uit te drogen. En wacht dus op het vervolg van de wedstrijd. Monique Kleinsman luistert naar de top 40. En in de top 3 staat Wieteke Kramer naar de 500 meter. Zij gaat over 3 kilometer rijden in gezelschap van Maki Tabata. Kramer voert dat pelotonnetje aan dat op flinke afstand is gezet dus door Cindy Klaassen, de wereldkampioene van 2003. En door Annie Vriesinger, de gedoodverfd nummer 1 dit weekend. Maar het moet allemaal nog aan gebeuren. Het is sport. Kramer, net als een jaar geleden in Hamar, dus begonnen met plaats 3 op de 500 meter. Tabata werd 9e. Maar het verschil tussen Kramer en Tabata is nou niet zo groot op de 3 kilometer. Dat is minder dan 2 seconden. Nee, als je eigenlijk gewoon een hele objectieve analyse probeert te maken, zou je eigenlijk zeggen dat dat hele clubje jaagt op de derde plek. En het derde plekje, dat wordt bezet door Kramer, net als vorig jaar. En Groenewold, die op de 500 meter 18e werd, heeft een niet overbrugbare achterstand ten opzichte van Wieteke Kramer. Dus het is een clubje wat heel dicht bij elkaar zit. Maar dat weet Kramer. Groenewold moet zo'n 6 seconden goed maken op Kramer. Als Kramer dezelfde indruk maakt als een week geleden in Baselga, toen ze 4-11 klopte, dan is daar weinig te halen voor Groenewold, vrees ik. Naar 1000 meter en dan kijk je toch weer even naar Wojcicka. Die 1.25.85 daar had en daar zit Kramer dus een dik stuk onder. Tabata ook. Ik denk dat Kramer een hoop zelfvertrouwen heeft geput uit die race van vorige week. Dit jaar overgestapt van de opleidingploeg van Jan van Veen naar de ploeg van Jaap Ory. Momenteel is hij de enige van die ploeg die hier start. Maakt op de training ontzettend veel indruk. Maar in de wedstrijden kwam het er tot nu toe niet uit. Hier loopt de rondetijd met een volle seconde op. Goed, dat was te verwachten. Ja, dat is ook wel verstandig. Ik zei al dat Kramer veel indruk maakte in de trainingen. Maar in wedstrijden kwam het er dit jaar eigenlijk helemaal niet uit. Tot vorige week.
op zijn plaats. Hier is sneller dan Tabata. Ja, en, Kramer heeft net een seconde toegegeven op de eerste ronde. Van 32-0, ging het 33-0 en kan hem nou vasthouden op 33-1. Ja, voor de goede orde. Een seconde of drie sneller dan Wojcicka was. Dus op jacht naar het baanrecord ook. En hetzelfde geldt voor Tabata, want ze gaan nog altijd zij en zij. 34 nu voor Kramer. Merkwaardig schema. Ze reed goed vorige week in Baselga, maar dat was in de B-divisie, in de ochtenduren. Ze reed daar zo goed dat aan de tijd van Kramer niemand kon tippen. Ook de winnares in de A-divisie, Vriesinger niet. En nu gaan ze naar de bel. Je moet ze vrezen voor de ritoverwinning. Nog altijd bij de vrouwen ruim sneller dan Wojcicka. Maar Tabata reed sneller dan de voorgaande ronde. En heeft het voordeel van die laatste binnenbocht. Ja, hier duikt ze, hier is ze gelijk met Kramer. En als Tabata dan een goede bocht loopt, dan zal ze de rit gaan winnen van Wiedeke Kramer. Wojcicka zal van plaats 1 worden gestoten. En de Japanse moest een kleine 2 seconden goedmaken op Wiedeke Kramer. Dat doet ze niet. Dus Kramer blijft Tabata in het klassement in de jacht op plaats 3 voorlopig voor. Er staat heel erg weinig over. En Tabata rijdt inderdaad een baanrecord. Voor Kramer zal het heel erg lastig worden om die derde plek van vorig jaar te prolongeren. Ja, maar niemand veronderstelde dat het makkelijk zou zijn. In elk geval houdt ze wel Tabata nog onder zich. En in de rit hierna heeft ze van Ryan Lamb niets te vrezen. Want die kwam op de 500 meter ten val. Wel natuurlijk van Irene Wüst. Want wat moet Wüst helemaal goed maken op Wiedeke Kramer? Dit is dus Ryan Lamb. Zij kwam ten val op de 500. Wüst moet op Wiedeke Kramer een nietig verschil van 0,3 van een seconde goed maken. Dus dan moet zij, laten we zeggen, 4,12,5 rijden. En ze is Kramer in het klassement voor. En kan Wüst dat? Ja, dat kan ze. Dat heeft ze wel gedaan. Dat heeft ze bijvoorbeeld in Heerenveen nog gedaan bij de Europese kampioenschappen. Toen ze onder de 4-9 bleef. Ik kan een snelle 200 meter van Wüst verwachten. Op het Europese kampioenschap missen ze op een haar naar dat wereldrecord voor junioren. Wat in haar bezit is. Als Fritsje maar vast zit nu. Ja. En Wüst heeft wel lef altijd. Ja, van Lamp al geen spoor meer. Nee. 36. 36. Is dat gek? Martinsen zit nu 600 meter onder het schema van het Nederlandse koor. Is misschien een beetje te gek, hè? 36. Ja, ik vind 36 inderdaad te gek. Je mag wel snel starten, maar 36 is ten opzichte van de gemiddelde rondjes die ze zal rijden, is net even te veel. Je ziet het vaak bij de mannen dat ze na een opening een hele snelle ronde rijden en daarna gaan stabiliseren. Ja, en ze rijdt solo, hè? Ze heeft niet een tegenstander aan wie ze zich even kan optrekken. 31-3 nu. Dikke seconde onder het schema van Kramer en Tabata in de race hiervoor. Ja, dat was het voordeel van Tabata en Kramer. Die trokken zich inderdaad elkaar naar op. En dat heeft dus niet. Lamp gaat ze niet meer tegenkomen. En de afstand is te kort om iemand te dubbelen. Dat zit er ook niet in. Maar Kramer is het gewend om alleen te rijden. Sorry, ja. 31-9. Nog altijd 31ers dus. 1,53. 87, 2,5 seconden sneller dan Kramer, die hier nog leidde tegen Tabata.
Hoeft niet echt te werken. Het schema Nederlandse koor stelt u zich gerust. Dat heeft ze inmiddels losgelaten. Maar heel veel zit ze er niet boven, nog steeds. Anderhalve seconde. Hier een eerste 32er. Moest net wat vertragen in de bocht. Wat Wiesel altijd zo goed doet, is die bochten aanvallen en uitversnellen. En je zag het net al een beetje niet uitrusten. Aad van der Wulp zie je daar staan als coach. Dat is niet de coach van Jong Oranje, waar Wust en trouwens ook Sven Kramer deel van uitmaken. Want die coach heet Peter Kolder. Maar die is bij de overige Jong Oranje-leden die zich bezighouden met Nederlandse kampioenschappen. Junioren en zich voorbereiden op het WK voor junioren. Hier staat dus Ab Krook met het bord. Er staat daar ook Aad van der Wulp. En die ziet toch ook dat Wust hier nu enigszins in verlegenheid is. Ja. Hier komt ze in het rood. Ik zag het net al gebeuren, maar toch viel het vervallen ronde wel mee. En ze gaat nu naar de bel en dat is een waanzinnige bevrijding. 33-1 was de voorgaande ronde. Ja, het gaat erg oplopen nu. 34-3, hè. Nog altijd veel sneller dan Kramer en Tabatouwen. Dus op weg naar een baanrecord. Ja, als ze nog een keer zo'n rondje rijdt, rijdt ze wel een persoonlijk record. En dan voelt ze wel die 30-6 van het begin. Maar dan is de pijn nog altijd de baas. Er is wel een meisje dat pijn kan leiden, hoor. Dat kan afzien. .4864 is haar persoonlijke record. En daar duikt ze onder. .4815. Nou, zeg het maar. Wereldrecord voor junioren. En een baanrecord uiteraard. Slotronde 34-1. Daaraan zie je dat het uit de tenen kwam in die laatste twee rondes. Maar wat zij doet, ze gaat zo hard in. Dat zie je niet erg vaak bij vrouwen. Ze heeft lef. Zoekt geen stabilisatie. Ja, op dit is een manier naar rij om te winnen. En wat je net zag bij Fisiokava, proberen om het eind te versnellen. Precies. Je hebt er zo vaak waarvan je dan zegt, kijk eens wat goed. Die rijdt het snelste laatste rondje van allemaal. Maar had hij niet wat eerder moeten versnellen? Zo is Wust niet. Karakter heeft ze. Wust is van brutaal zijn, aanvallen. De methode kijken waar het schip strandt. En het schip is niet gestrand. Het bereikte de veilige haven na 4-0-8-15. En is ook Wieteke Kramer dus dik, voorbij. Dik en dik voorbij. Ja, en dan weer die strijd om plaats 3 voorlopig. Groves staat daar wel een eentje vanaf. Die zal zich nog niet meteen in die strijd kunnen mengen om plaats 3. Maar Anschutz natuurlijk wel, dat is de nummer 4. Anschutz heeft een achterstand op Wieteke Kramer van 1200ste. En een voorsprong op Irene Wust van 1800ste. Niet noemenswaardige verschillen dus. De Anschutz moet om Wust voor te blijven. Ja, dan mag ze 4,8,5 rijden ongeveer. Sneller nog zelfs. Maar er is wel wat mogelijk op deze baan. Het eerste wereldrecord. Voor jullie, hoor. Ja. Nou ja, het zal gevierd worden. Door de functionaris hier. Wust, met het rondje van 30-6, hè? Anschutz en Groves, die zijn daar niet van. En kijk, dan loopt Anschutz na 600 meter al een schade van 2 seconden op ten opzichte van Irene Wust. Natuurlijk, dat zou ze kunnen terugpakken in die laatste twee rondjes. Maar dan moeten die rondes ertussen toch ook wel flink gas gaan geven, mevrouw Anschutz. En mevrouw Groves. En Wust reed nog één keer onder de 32-0. 31-3 hier, de ronde van Wust. Dus ook hier lopen deze vrouwen achterstand op. Groves heeft dit jaar dan een World Cup gewonnen.
Ga maar, 3 kilometer, maar daarna een beetje verzwakt. Wat heet verzwakken? Ja, niet meer op het podium. Vorige week niet meegedaan in Baselga. Griep. Ook in deze ronde zijn deze vrouwen een fractie langzamer nog dan Wüst. En dus is dat verschil met het schema van Irene Wüst zeg maar 2,5 seconden voor het gemak. En rijden ze op het schema van Wieteke Kramer. We hebben ten opzichte van... Maar zijn wel sneller in de rondes dan Kramer, dus daar zullen ze snel van gaan weglopen nu. Ze hebben het voordeel van competitie tegen elkaar. Elke keer komen ze onder elkaar door. En nu is Anschutz sneller in de ronde dan Wüst. Dus nu moet Anschutz haar winst zien te pakken. Kijken of Gross nog een keer mee kan. Dit is de bocht waar je dan onderdoor moet komen. Wil je er strijd van blijven maken? Ja, ze komt bij. Wüst, rondetijd hier, 33-1. En hier kunnen Anschutz en Gross nu hun winst gaan pakken, inderdaad. En gelijk, 3-0-1-39. Dat is competitie, hè? En dat is een voordeel. En Wüst reed solo. Krijgt complimenten van Annie Vriesinger. Ja, daar koop je geen brood voor. Nee, maar ja, ik zei het al. De Duitse trainers noemen haar Wüst in de kop. Ja, ja, ja. En ze heeft de jaren voor zich om nog sterker te worden. Maar hier reed Wüst 34ers. En hier duikt Anschutz. Nog net niet onder de tijd van Wüst door, maar het gaat wel gebeuren in de slotronde. Anschutz heeft dus gerekend. Had een voorsprong van 1800ste, wat je net al zei. Ja, die gaat groter worden, die voorsprong. Want die klokt hier nog wel een lage 33er of misschien zelfs een 32er in de slotronde. Het staat Gross rechtstreeks. En dan komt hier dus ook een nieuw baanrecord aan van Daniele Anschutz. En dat is 4-0-7-97. Ze duikt onder de tijd, zij het nipt, van Wüst. Dat is een bescheiden applausje voor zichzelf. En de punten heeft ze nu 600ste punt voorsprong ten opzichte van. Nou, nu gaat het echt beginnen. Er komen nu 3 ritten van landgenoten tegen elkaar. En waarin je nu zeker niet hoeft te verwachten dat Pechstein Vriesinger zou helpen. Ben ik benieuwd of dat teamgevoel wat we net bij die Canadezen zagen, of Clara Hughes iets zal gaan betekenen voor dat Cindy Klasse. Voor Cindy Klasse. Ja, die kansen. Maar... Ik verwacht het haast niet, maar je weet het nooit. Waarom niet? Maar dit zijn twee vrouwen die geven elkaar helemaal niets cadeau. Nee, maar ook competitie kan natuurlijk hulp zijn. Vriesinger opent de aanval, dat is haar tactiek. Pechstein rekent. Ze staat om in het laatste deel van de race terug te komen. Dit zal Pechstein niet erg vinden dat Vriesinger het initiatief neemt. Is ze wel gewend, hij was op voorbereid. Het verschil tussen Vriesinger en Pechstein, kijkende naar het klassement, is behoorlijk. Is 8 seconden. Dat is niet dicht te rijden in deze race, dat weet en Pechstein rijdt sneller een ronde. Maar Pechstein is natuurlijk wel in staat om een paar secondes terug te pakken op Vriesinger. Om zo te laten zien van, hey, ik ben er nog. En morgen komt nog de 5 kilometer. Ja, van Pechstein weet je dat ze goed is op een wereldkampioenschap. Dat is ze altijd. Vriesinger heeft de periodisering aangepast om hier goed te zijn. Maar ze oogt ook stabieler.
Dit jaar ook betere lange afstanden. De rondetijd gelijk. Verschil een halve seconde tussen deze vrouwen. En ze zijn sneller, zeg maar. Deel van een seconde sneller dan Anschutz. Echte verschil met het schema van de landgenoten. Anschutz had een sterke race. 32-1 de rondetijd hier van Anschutz. Vriesinger 32-0. Pechstein 32-1. Verschillen blijven klein. Vriesinger minder dan een halve seconde voor op het schema van Anschutz. Ik denk dat ze hier beslist een aanval in gaat zetten. Dook heel bewust achter Pechstein op de kruising. En dan met twee binnenbochten voor de boeg. Maar Pechstein laat het toch niet gauw gek maken, Martin. Of ze moet geen slag meer kunnen rijden zoals vorig jaar in de heroïsche race over 5 kilometer. Een halve seconde verschil nog steeds tussen Vriesinger en Anschutz. Is Anschutz nog gevaarlijk voor Vriesinger in het klassement? 6 seconden, behoorlijk gat op de 3 kilometer. Ja. 32-2. Snelste kruis ervoor. Ja. Kijk, gaat gelijk naar binnen, zodat ze zeker weet dat Pechstein niet achteraan kan profiteren. Ja, dat is wat jij bedoelt van elkaar niet helpen. Elkaar geen cadeautje doen. En als je elkaar wel helpt, dan blijf je bewust in het midden rijden, zodat je tegenstander er gebruik van kan maken. Maar het zijn ook geen ploeggenoten. De strijd tussen deze twee vrouwen wordt vaak breed uitgemeten in de Duitse kranten. De Vriesinger verzwakt helemaal niet. Het zijn landgenoten en daar is het mee gezegd. Pechstein en Vriesinger sneller ook dan Wüst. Sneller dan Anschutz. Op koers voor plaatsen 1 en 2. In het klassementje over 3 kilometer. Pechstein komt nog aardig terug. Hij loopt dus toch weer wat schade op deze afstand. Daar is dan weer een nieuw baanrecord. Vriesinger 4-0-5-64. En Pechstein 4-0-6-30. Staat 1 en 2 in het klassement. Pechstein in het klassement. Ook Kramer en Wüst dus voorbij is gestoken. Want die verschillen waren in het gedrang om plaats 3 minimaal. Dan gaan we straks weten of het hier vooral spannend wordt op plaats 3. Of dat er ook nog spanning is om de plaatsen 1 en 2. Dat hangt dan nu af van Cindy Klaassen. 4-5-64 staat er. De tijd op zich is niet zo indrukwekkend voor Klaassen. En ook niet voor Hughes, want dat hebben ze wel eens gereden. Klaassen dit seizoen 4-0-2 zelfs, maar dat was Salt Lake City. Klaassen is over 3 kilometer dit seizoen de snelste vrouw gebleken. Als gezegd die 4-2-15. Hughes reed in Berlijn indrukwekkend al 4-0-3-14 in november. Het gaat erom, kun je het hier en kun je het op dit ijs. Waar nu de standaard is, 4-0-5-64 van Annie Vriesinger, die opende 19-45. Klaassen, ook een sprinter onder de allrounders, doet het iets voorzichtiger, 20-34. Als deze vrouwen, Martin, van betekenis voor elkaar kunnen zijn, moet Klaassen wel haast even wachten op Hughes, want die komt niet zo makkelijk op gang natuurlijk. Nee. In de eerste kilometer zal Klaassen niets hebben aan Hughes. Eerder nog oppassen dat het geen gevaarlijke kruising wordt. En voor Hughes is het 3 kilometer één lange sprint. De eerste rondetijd staat er. 32-0 voor Sydney Klaassen.
En dan heeft ze dus al meer dan een seconde trein gewonnen op Hughes. In rondetijd was ze ietsje sneller dan Annie Vriesinger. Doorkomsttijd niet. Dus dat dan moet de achtervolging nu worden ingezet. Vriesinger reed hier naar de kilometer toe. Net als Pechstein trouwens, die elkaar dus hier nog gezelschap hielden. 32-3. Klaassen 32-6. Het verschilt nog meer dan een seconde. En hier de kruising. Laat zien. Oeh, weer niet. Oh, oh, oh. Daar zitten ze dus in elkaars vaarwater. Ze moet het echt alleen doen. Dat miste de Russen even. Helikopterview. Klasse pakt weer wat terug op de rondetijd. Ze zakte even weg naar 32-6. Verschil anderhalve seconde met Vriesinger. Ze moet winnen. Nu gaat ze voorlopig op de kruising geen last meer hebben van Hughes. Hier ligt bijna een bocht achter nu. 2.28.03, rondje 32 van Annie Vriesinger. 32-1. Rondetijden gaan naar elkaar toe. Het verschil blijft 1/16 seconde. 1/16. En Hughes reed een ronde van 33. En dat duidt erop dat zij ook niet meer van hulp zal kunnen zijn voor Cindy Klaassen. Zo moet dus ook, net zoals Wüst, Klaassen het helemaal alleen doen. Hier pakt ze voor het eerste de tiende terug op Vriesingen. Indrukwekkend voor deze klas. Heeft toch een jaar lang competitie gemist op deze langere afstand. Was wat ziek, zei ze gisteren. Ook nog eens. Haar coach Neil Marshall. Heb ik vanochtend samen met haar zien trainen. En het enige wat hij moet doen bij dit meisje is met humor de spanning weghalen. Want ze vreet zichzelf helemaal op. 32-3 ronde tijd van Vriesinger, 32-6 Cindy Klaassen. En dan gaat ze het toch niet bolwerken tegen Vriesinger. Vriesinger die heeft dan toch, en dat zal niet de bedoeling geweest zijn van Pechstein, over de hele race genomen veel meer kunnen profiteren van de tegenstander dan Klaassen hier van Hughes. Klaassen heeft alleen maar een keer last gehad van Hughes. Vriesinger was binnen. Daar komt Cindy Klaassen, vijfde plaats. Dus 4-0-8-19. Langzamer ook. Ja, langzamer, wat heet. Een paar honderdste langzamer dan Wüst. Om aan te geven hoe goed Irene Wüst het heeft gedaan op de 3 kilometer. Cindy Klaassen uiteraard blijft tweede in het klassement. Maar de strijd om de wereldtitel, die nog lang niet is beslist, is er toch wat minder spannend op geworden. Want Cindy Klaassen moet na te hebben gebogen op de 500 meter... ook op de 3 kilometer buigen voor Annie Vriesinger. Nou, een jaar geleden, toen was ze niet tevreden over haar 500 meter, Renate Groenewold. Toen leed ze een schade op Annie Vriesinger van 1,3 seconden. En toen begon op de 3 kilometer de grote achtervolging. Groenewold won toen de 3 kilometer. En dat gaf haar in Hamar de moed om op de tweede dag van het kampioenschap iets te doen dat ze zelf na die 500 meter voor onmogelijk hield. Namelijk wereldkampioen worden. Maar nu moet ze van veel verder komen. Nu is het verschil naar de 500 meter groter. Voor de wereldtitel wel, maar het podium is niet uit zicht. En we hebben gezien twee Duitsen die elkaar niet liggen, maar die elkaar onbedoeld wel wat hebben geholpen. We hebben gezien twee Canadezen die elkaar wel liggen, maar elkaar niet hebben kunnen helpen. Hier twee Nederlandsen. Hoe doen die dat?
Kleinsman gaf Groenewold op het Europese kampioenschap natuurlijk een geweldige tik. Door eerst weg te gaan. Vervolgens kwam Groenewold weer onderdoor. Maar uiteindelijk, als een duveltje in een doosje, kwam Groenewold in de laatste ronde nog één keer bij Groenewold onderdoor en won de race. Ik denk dat die tik op het Europese kampioenschap belangrijk is geweest voor het moraal van Groenewold dan haar 3 kilometer zelf. Kleinsman nu ook sneller in de ronde. Een loodzwaar programma in de benen. Ging vrijwillig naar de Universiade, waar andere schaatsers bewust kozen om eventjes een weekend geen wedstrijden te rijden. Ja, maar ze heeft daar wel met volle teugen van genoten. Van de aparte sfeer die die wedstrijd heeft. En ze had het voor geen goud willen missen. En goud pakte ze uiteindelijk op die Universiade, op de 3 kilometer. En ze geven elkaar hier zo goed partij dat ze in ieder geval bij elkaar blijven. Bij de ronde van 32-3. En sneller in de ronde dus dan Cindy Klaassen. Kan Kleinsman nog mee? Weer Groenewold. Weer sneller in de ronde dan Klaassen. Ook sneller nu dan de Canadees na 1400 meter. Maakt weinig gebruik van Kleinsman. Dat is opvallend. Dat ze zo snel naar de binnenkant gaat op de kruising. Kleinsman reed niet alleen een fantastische universiade. Maar moest zich nog een keer plaatsen voor het wereldkampioenschap middels de befaamde skate-off. En misschien heeft ze daar wat de laatste energie op gemaakt, want ze kan echt niet mee. Kijkende naar plaats 3 in het klassement, dan moet Groenewold op dit moment kijken naar Pechstein. Daar zou ze een seconde of 4 op moeten goedmaken op de 3 kilometer. Pechstein klokte na 2200 meter. 3-0-1-15. Voorlopig maakt Groenewold op plaats 3 dus nog niks goed. Ja, hij rijdt een rondje van 32-8. Dan gaat ze wel een sprong maken in het klassement, hoor, de wereldkampioene. Maar niet een sprong die haar meteen naar het platform zal brengen. Ze moet ook de regie helemaal zelf voeren over deze race. Kleinsman blijft wel in het spoor. Maar Groenewold moet alles zelf doen. 32-7. Het verschil met Pechstein wordt hier groter. En dan zal Wüst de beste Nederlandse zijn op deze afstand. Hoewel die de slotronde reed natuurlijk van in de 34. Ik denk wel dat een licht bestaat te zien dat Groenewold eronder gaat blijven. Dan kan ze in elk geval het podium halen als ze daaronder blijft op de 3 kilometer. Dan moet ze onder de 4-8 komen. Dat lukt niet, hoor. Nee. Geen podiumplaats op de 3 kilometer voor Groenewold. De afstand die ze vorig jaar voor zich opeiste in Hamar en toen begon de zegentocht, dat is nu niet het geval. Groenewold heeft na deze 3 kilometer, durf ik zeggen, in het klassement ook nauwelijks meer uitzicht op een podiumplaats. Kleinsman is op moe, maar niet gebroken. Zij is een pure genieter ook van dit seizoen. Debutant op het Europese kampioenschap, Nederlands kampioene geworden. Wint de 3 kilometer op de Universiade. Het leven lacht haar toe. Moeizame laatste meters van de wereldkampioenen Groenewold. En we weten dan dat op de 3 kilometer de beste Nederlandse Irene Wüst is. Die nog later in februari een gooi gaat doen naar de wereldtitel bij de junioren. Een gooi naar de wereldtitel hier wordt nadrukkelijk gedaan door Annie Vriesinger, die ook de 3 kilometer in haar zak steekt. Pechstein, verslagen in een rechtstreeks gevecht, wordt tweede.
En Anschutz, 1, 2, 3, wordt derde. Beste Nederlandse, Wüst, die ook Klaassen voorbleef. Groenewold op plaats 6, Groves en Kleinsman. Het zijn Canada, Nederland en Duitsland. Die regeren dan de rest met Tabata. Joes, Kramer. Kramer duikelt in het klassement. Wojcicka, die sterk reed op plaats 5. En kijk zomaar het rijtje af. Dan is vooral van belang hoe dan het klassement eruit ziet. Wel nu, als de Russen daar aan toe zijn. Annie Vriesinger, 1,5 seconde voor. Morgen op de 1500 meter op Cindy Klaassen. De Duitsers zullen dit een Vorentscheidung noemen. Perstein op plaats 3, Anschutz op plaats 4. Wüst en Kramer, de beste Nederlandsen. Het is met name op rond plaats 3, nu ingenomen door Perstein, dringen. Anschutz en Wüst kunnen ook nog dromen van de derde plaats. Kramer is op een lichte afstand geworpen. En natuurlijk heeft Renate Groenewold al lang afstand gedaan van de titel. De titel die Annie Vriesinger nog niet als vanzelfsprekend zal ervaren. Want morgen met een 1500 meter en een 5000 meter moet het langste stuk van dit kampioenschap nog gereden worden. Dames en heren, goedemiddag. U valt binnen bij Studio Sport. We hebben de 3000 meter voor vrouwen gehad tijdens de WK Allround schaatsen in Moskou. Gewonnen door Annie Vriesinger. Het is bijna geen verrassing meer. Voor Claudia Perstein en Daniela Anschutz. Irene Wüst. Ria reed een prachtige 3000 meter. Alhoewel, prachtig, daar wil ik wel jouw mening over horen. Ze begon als een waanzinnige. Was dat verstandig? Nou ja, verstandig. Rondje 30-6 is natuurlijk niet echt verstandig. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het schema van Vriesinger met allemaal rondjes van 32 en de laatste 33er. Ja. En Perstein bleef in de 32 zelfs hangen, alleen die had hoog 32ers. Ja, maar ik neem het er niet kwalijk, moet ik eerlijk zeggen. Want het is toch... ze is 19 en zij gaat nu ontdekken hoe je een 3000 meter moet rijden. En ik vind dat je dan vierde wordt en een geweldige tijd rijdt. Weer een nieuw wereldrecord voor junioren. Ja. Dan doe je het niet verkeerd. Alleen hij had anders gekund. En met wat iets rustiger beginnen zou ze hem wat vlakker kunnen houden. En dus nog harder kunnen rijden. Maar ja, je hebt die ervaring nodig om dat te ontdekken. En het zal ook in haar karakter zitten. Zou ze hebben gedacht, kan mij het schelen, ik ben er toch... Nee, dat is, zo gaat dat niet. Je gaat niet denken, kan mij het schelen. Het is veel meer dat het makkelijk gaat in de eerste ronde. Mm-hmm. En dat je nog niet genoeg ervaring hebt om te voelen wat je dan rijdt. Hoe lang zijn we al? 1980. Eric Heide was een van de eerste, of de eerste, die puur op zijn gevoel de rondetijden wist. Dus die wist exact op een tiende wat hij aan het rijden was. Nou, dat is vroeger reden we nooit op rondetijden. Dat is er op een gegeven moment ingekomen. Zijn die borden gekomen. En dan door vaak te rijden en veel te rijden, dus ervaring en jaren van praktijk op te bouwen, ga je dat gevoel daarvoor krijgen. Maar Irene Wüst, denk dan in de eerste ronde... God, wat gaat het lekker. Ja. En dan krijgt ze die ronde van 30, zoveel was het, 30-6. En dan schrikt ze natuurlijk wel. En natuurlijk krijgt ze dan de opdracht van trap even op de rem. En dat heeft ze dan niet gedaan. Ja. Maar goed, hier heeft ze dus nog dat gevoel van... Hey. Dit is Kramer, hoor, tegen... Nee, we hebben hier een... Tabata. Ja. Wieteke Kramer. Ja, dat was tegenvallend. Ja, dat was tegenvallend in die zin dat hij vorige week natuurlijk goede indruk maakte in Baselga met die winst in die B-groep, met die 4-11. Ja. Toen werd natuurlijk wel gezegd van maar ze reed 's ochtends en dus waren de omstandigheden waarschijnlijk beter dan 's middags. Maar dan nog is 4-11 gewoon een goede tijd, dus daar doe je dan niks aan af. Nee. En dan zeg ik van de tijd die Kramer nu rijdt, 4-12-88 is ook geen slechte tijd, maar in het klassement gewoon tegenvallend. Nou ja, ze zakt in het klassement. Ja. Hè, 3 plaatsen. Nou goed, laten we nu even kijken naar degene die trouwens op de 5e plaats blijft staan in het algemeen klassement, Irene Wüst. Dit is wel haar waanzinnige start. Ja, tegen Mariah Lamb. Maar zij heeft echt het gevoel van, ze moet natuurlijk eerst op gang komen. Nou, daar geef je veel. Ja. Ze starten ook nog eens een keer buiten. Dus je moet maar met wat tussenslagen door die buitenbocht zien te komen. Ja, en dan zie je gewoon hoe
explosief, met twee armen los blijft ze lang doorrijden. 1989, oké, goede opening. En dan zou ze hier ietsje meer gas terug moeten nemen. Maar zij heeft echt het gevoel van, nou, dit gaat lekker. Je ziet het ook aan die afzet van haar. Die heel, nu even niet natuurlijk, want nu hebben we Lambton in beeld. Maar een hele explosieve afzet, eigenlijk alsof ze met een 1500 meter bezig is. Nou, dat bekoopt ze dan in die laatste ronde. Twee keer een 34er, daar eindigt ze mee op deze 3 kilometer. Maar nogmaals, het is een kwestie van veel doen en gecoacht worden ook. En op een gegeven moment voelen. En ook niet bang zijn om net even iets minder hard te gaan. Want dat is natuurlijk ook nog een angst die je hebt. Hè? Ja. Van, ik hou me in, maar ik ben met een wedstrijd bezig en ik moet toch zo hard mogelijk gaan. We gaan kijken naar en luisteren vooral naar Irene Wüst over haar race op de 3000 meter. Bert Maaldenk. Als je beter bent dan je ooit bent geweest en je rijdt een wereldrecord junioren, dan kan het niet beter. Ja, gaaf toch? Ik bedoel, ging lekker. Ik had gewoon voor mezelf in voorgenomen, elke bocht moet je aanrennen, elke bocht moet je versnellen. En dan op het recht eind gewoon rustig lekker je slag afmaken en dan je ontspanning terugzoeken. Ja, en pakte deze keer heel mooi uit. Ja, het begin, ongelooflijk hard weg. Ja, dat was misschien wel iets te hard, maar ik wilde gewoon graag. 500 meter was gewoon een beetje toch net niet zoals ik graag wou. En ik had nou moet ik even knallen, dan moet ik er even tegenaan. En toen zag ik het rondebord, rondje 30-6 of zo. Toen dacht ik, dat is wel een beetje heel hard. Maar ik denk, als ik nou weer heel rustig ga rijden, dan gaat je ritme een beetje te veel op en neer. Alleen, nou was het net iets te lang. Het was nou 2 rondjes te lang, maar verder wel een goede race. Want kun je dat beoordelen? Als je langzamer begint, heb je dan op het eind meer over? Werkt dat zo of helemaal niet? Ja, in principe werkt dat natuurlijk wel zo, maar het ligt ook een beetje aan welke baan je rijdt. Kijk, als je in Calgary rijdt, dan kun je gewoon best de kaart van start gaan, want je blijft er toch wel doorglijden. En hier viel het me in principe ook wel mee. Ik bleef wel doorglijden, dus ik ben wel tevreden met mijn rit. En op deze manier lijkt het een beetje een kopie van het EK te worden, dat je om plaats 3 gaat meedoen. Ja, dat zou leuk zijn. Het is jammer dat ik vandaag 2 keer net het podium mis, dus ik ga morgen proberen om dan net wel het podium te halen. Maar ik ben zeer tevreden over vandaag en ik hoop dat ik morgen weer zo'n goede dag heb. En dan is het merkwaardiger dat het van Jong Oranje moet komen, hè, voor Nederland nu. Ja, ik weet niet. Sven reed net een hele goede 500 meter. En ik zal hem dadelijk zeker aanmoedigen om ook een wereldrecord te rijden op de 5 weer. En ik hoop dat hij ook goed gaat rijden. Mag je dat merkwaardig noemen? Ik bedoel, mensen die voor de eerste keer aan dit soort toernooien meedoen en dan ook een jaar lang, maar dan ook steeds dat het daar vandaan moet komen. Ja, het is wel een beetje apart, maar ik weet niet. Ik denk dat onze ploeg gewoon goed in elkaar zit op dit moment en goed draait. En we elkaar ontzettend stimuleren. De rest van de ploeg zit nu in Assen bij het NK Junioren. Dus het zou mooi zijn als we daar ook de nationale titels pakken. Dus bij deze. Zit je daar met je kop ook bij? Ja, tuurlijk wel. Ja. Ik had gisteravond geen sms'je gehad van Peter wat ze hadden gereden. Dus, trainer. Ja, dus ik was vanochtend wel benieuwd. En dus ik heb Peter wakker sms'en. Ja, we hebben ze gereden. Want je zit bij je hoofd, zit je daar natuurlijk ook wel bij. Omdat over 2 weken is het WK Junioren. En je wil wel dat ook ploeggenoten van je meegaan. Ja, want dat is dan nog het gekke. Jullie coach. Hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar veel waarde aan hecht. Ook dat hij erbij is. Die is er niet bij. En het gaat toch goed. Ja, maar hij heeft wel heel de voorbereiding hier naartoe heeft hij met ons gewerkt. En we hebben wel contact ook hier in Moskou. Dus in principe, kijk, als een startschot valt, dan moet je het toch zelf doen. En Peter staat op dat moment op de kruising en die kan iets zeggen, maar dat kan eigenlijk net zo goed doen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Alleen de voorbereiding hier naartoe hebben natuurlijk wel gewoon veel aan Peter gehad. En in dat opzicht, het maakt niet zo heel veel uit. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, goed, dat was Irene Wüst. Knallen, enthousiast, prachtig. Ja. Voor de gevestigde namen, zoals Renate Groenewold. Misschien kunnen we nu meteen naar Renate Groenewold om te kijken wat zij vond van haar race op de 3000 meter. Nee, nog? Nee, nog niet. Goed, dan kunnen we even... Nou, dat is grappig, de verbazing van collega Bert Maaldenk over het feit dat Wüst als junior en ook Kramer is natuurlijk... Is dat merkwaardig? Is dat merkwaardig? En dan zegt, dat begrijp ik wel, dat Irene dan zegt... Ja, natuurlijk wel, want die kijkt op tegen alle anderen, zeg maar. Maar ja, op zich, het zijn talenten die zich aandienen. En talenten die hebben ook vaak dat hele spontane... waar oudere en gevestigde namen soms wel door gehinderd worden eigenlijk. Die,
die spanning en die druk die dan op schouders ligt als je wat jaren meedoet, het verwachtingspatroon. En die jonge meiden en jongens, die kunnen erin vliegen. Nou, die begint gewoon met een rondje van 30 en die ziet het wel, ja, bijvoorbeeld. Dus die beleven dat gewoon heel anders. Het verwachtingspatroon ligt bij Renate Groenewold, ja, natuurlijk, als wereldkampioene. Renate Groenewold werd zesde op de 3000 meter en Bert Maalderink sprak met haar. Dat je afscheid moet nemen van je titel, dat was eigenlijk iets wat we al wisten, hè? Ja, nou ja, goed, kijk, ik voelde het gewoon heel goed aan. 500 was slechter dan je had gedacht? Nou ja, er zaten gewoon een paar foutjes in. Bij de start slipte ik weg en bij het ingang van de bocht raakte de pion, waardoor ik uit balans kwam. Ja, daar verspeel je een paar tienden mee. En mijn 3 is goed, netjes vlak, alleen niet snel genoeg. En ja, ik ben op dit moment niet beter. Hoe voel je je dan nu? Het valt op zich wel mee. Ik had gisteren al tegen je gezegd, ik weet dat ik niet goed genoeg ben. Ja, natuurlijk is het vervelend, ik wil graag harder rijden. Maar er zit op dit moment, daar moet ik gewoon, hier moet ik gewoon vrede mee hebben. Want je begint over gisteren, toen had je ook nog hoop, hè? Als die 500 meter geweest is, afsluit en dan begint mijn toernooi pas. Maar zo, ja, dat is ook simpeler gezegd dan gedaan, hè? Zeggen, na de 500 wist ik gewoon, ja, god, het is jammer en we moeten verder. En ik heb een goede 3 geleden, alleen de snelheid is niet in de eerste ronde. Hele mooie vlakke race, alleen niet snel genoeg. Rij je dan zo'n toernooi nog uit voor het klassement? Nou ja, ik wil natuurlijk morgen een goede 1500 en een 5 kilometer rijden. En dan moet je gewoon kijken waar dat toe leidt. Maar ja, voor de eerste plekken doe je niet mee. Of staat het bord nu gewoon richting Incel WK afstanden? Nou ja, eerst dit toernooi uitrijden. Natuurlijk, dat is de volgende stap. Maar eerst maar eens morgen gewoon ontzettend hard mijn best doen. Doet wel een beetje pijn? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik wil hier graag hard rijden. En ik moet er niet te veel mee gaan zitten, want het is nou eenmaal zo. En ik kan er op dit moment weinig anders van maken. Maar ik verlies wel mijn titel en dat is heel vervelend. Maar je mag ook redeneren, je hebt tenminste ooit één keer een wereldtitel gehad. Ja, dat heb ik vorig jaar al gezegd. Kijk, deze heb ik, maar er zijn nog meer prijzen te vergeven. En ook die wil ik graag halen. Op naar Incel. Ja, oké, dank je. Ja, een teleurgestelde Renate Groenewold. Morgen kan het beter gaan. We gaan ons opmaken voor de 5000 meter voor mannen. Eens kijken hoe het jonkie het daar doet, Sven Kramer. We gaan over naar de baan in Moskou. Naar Martin Hersman en Frank Snoeks. Ja, we gaan verder met het toernooi van de mannen. Maar we kijken nog naar de nummer 1 in het klassement van de vrouwen. We kijken nog naar Annie Vriesinger. En ook naar de nummer 2 van het klassement, Claudia. De nummer 3 van het klassement, Claudia Pechstein. Die zeker ook nog zicht heeft met nog een 5 kilometer voor de boeg. Zij staat hier naast haar coach Joachim Franke. Die ook nog wel zicht heeft op plaats 2. Zou zomaar kunnen, want Pechstein werd al 7 keer tweede, heeft erop een abonnement. Door straks met het mannentoernooi met de 5000 meter met Larenkov en Ushiyama in de eerste rit. En dat is mooi, want met Ushiyama hebben we ook meteen de winnaar van de 500 meter in zijn kladden. Zo gaat het hier dan verder en dan zie ik hier Hedrick staan tegen Verheyen. En dat betekent dus dat, als dit klopt, Martin, dat wij een hele nieuwe startlijst hebben. Althans, voor dit deel, want Hedrick zou alleen hebben moeten rijden. En Verheyen, bij ons weten, zou rijden tegen Ervik. Maar Ervik is gevallen en die zou dan uit het toernooi zijn, denk ik. Als we nu stoppen met de wedstrijd, is hij wereldkampioen. Ja. Hij staat in de eerste. Maar hij reed niet sneller dan Heerenveen. En dat deden de meeste vrouwen wel. Dus als die ijsmeester het vuurtje opstoot, dan is het klaar. Ja. Reuler was in Heerenveen 5 seconden sneller dan Skobrev. Dat neemt hij mee in zijn hoofd. En Denkers, dat is dan toch de Canadees die zich wel zal kunnen laten gelden op de 5000 meter. Elm en Marois hebben prestaties geleverd op de 5 kilometer. Een wereldkampioenschap onwaardig. Maar goed,
hebben ook in hun optreden hier niet voldaan aan de limiettijd die je vooraf gereden moet hebben. En die zij wel gereden hadden natuurlijk. Om te worden toegelaten tot dit toernooi. Maar ja, zo'n blamage voor de Canadezen. De Denkers, dat is hun sterkste troef op de 5000 meter. Jongen van Nederlands bloed. Maar niet de chauvinistisch doen. En bovendien heeft hij zich dit seizoen op de 5000 meter al twee keer verbeterd. 6.26 laag gereden in Calgary. Maakt deel uit van de A-divisie bij de wereldbeker. Dan moet je tegenwoordig heel hard schaatsen. Ja, met achtste in Berlijn in die wedstrijd waarin verschrikkelijk knoerd hard gereden werd. Waarin Gianni Romme bijna het wereldrecord uit de boeken reed. 600ste geloof ik kwam hij tekort. Ja, Romme, daar noem je een naam die hier dus ontbreekt. Die in het voorseizoen op de 5 kilometer oppermachtig was. Ja, Romme was op het Nederlands kampioenschap vijfde. Maar deed niet eens mee met de skate of om zich te plaatsen voor dit wereldkampioenschap. Romme zegt dit pre-Olympisch seizoen, dat allrounder, dat laat ik aan me voorbij gaan. Het is ook in het verleden heel erg moeilijk gebleken om alle allround toernooien goed te rijden. En dan ook nog een keer goed te presteren op het weken afstanden. En dat is eigenlijk waarom alles op zit. De weken afstanden. En dan richting de Spelen. Beide mannen langzamer dan de Japanner Hirako die in deze fase van zijn 5 kilometer nog Skobrev achter zich hield. Skobrev kwam er door in 2.54.9. Daar zit Schreuder maar een fractie boven. Denkers schaats in de ploeg van Julie Wang. De tot Canadese genaturaliseerde Chinese die ook Hughes en Groves begeleidt. En voorheen ook Cindy Klaassen in haar stal had. Nu niet meer. Beide een rondje 31-1. Ja, Denkers is aan het versnellen. Eikpunt, 3000 meter. Denkers in deze ronde sneller dan Reuler. Nee, en ze versnellen allebei. Het is voor Arne Tankers natuurlijk heerlijk om zo vlak achter Reuler aan te rijden. Reuler, Zweeds recordhouder op deze afstand. Hij heeft daar jaren over gedaan, tegenaan gehikt om het 5 kilometer Zweeds record van Thomas Gustafsson te overtreffen. En begin dit seizoen raakte hij zijn Zweeds record kwijt aan Sebastian Falk. Maar hij is er dus alweer terug. Nog altijd de Zweed. Die het voortouw neemt, 3800 meter. Onder de 5 minuten. Maar nog niet sneller dan Skobrev. Ja, Skobrev ging vanaf nu een beetje verzwakken. De tijden die we hier zien, die hebben allemaal te maken met de vorm van de schaatsers en de kwaliteit van het ijs. Want de luchtdruk momenteel is 1044, extreem hoog. En Reuler. Die gaat nu een tik krijgen. Ja, die gaat een tik krijgen van Denkers.
De man die bij de Canadese kampioenschappen de twee lange afstanden won. Maar slechts tweede werd in het klassement omdat hij begonnen was met plaats 25 op de 500 meter. Legde steer dus. Ja, en hier gaat de Denkers zijn slag dus slaan in deze race. En dan kan hij met een goede laatste ronde de tijd van Skolbrev komen. Maar hier. De Zweed moet wachten. Denker steekt over. Dan gaat de Zweed knock-out. En dan heeft die kruising ook te veel tijd gevraagd, denk ik, van Arne Denkers. Om nog aan de 6.35.22 van Skolbrev te komen. Of lukt het hem nog net wel? Net wel. 6.35.03. Kantje boord. En daar is ook Reuler in 6.37.31. En dan moet Denkers hopen op een goede eindklassering om zich te plaatsen voor die laatste afstand. Want die 500 meter van Denkers, 38.77. Nee, daar zal hij het niet van moeten hebben. Hij moet hopen dat hij bij de beste 12 zit. Dat zal toch haast wel. Hij is nu de nummer 1. En er komen er nog 10, hè? Nog maar 10. Nog 5 races maar. Na de dweil. En, of nog 6, want we hebben nog Veldkamp en Siegmund. Goed. Prima. Nog 12 man in competitie op deze afstand. Nou, als die alle 12 sneller zijn dan Denkers, dan is hij altijd nog 13e. Dus hij moet er 1 of 2 achter zich zien te houden om een kans te maken op de slotafstand. In Nederland zijn zulke schaatsfanatici die zelfs de Noorse televisie via de schotel aan hebben. En die melden ons nu dat Eskil Ervik een hersenschudding heeft opgelopen aan de hand van de val. Het is een serieuze blessure. Denk maar aan Greta Smit. Ja. Die een aantal weken buitenspel is geweest. En Mike Ireland, de Canadese sprinter die deze zomer met de fiets te val kwam, hebben de hele winter al niet gezien. Dus Eskil Ervik. Een hersenschudding. Dat zou hem dus waarschijnlijk ook 2 weken afstanden gaan kosten. Ze hebben ook al het probleem met Sertre, die ook in de ziekenboek zit daar. Tegenslag dus voor de equipe van Pieter Müller. In de vorm waarin hij dit seizoen steekt, Bart Veldkamp, dan zou hij toch in staat moeten zijn om onder de 6.35 van Denkers te komen, uiteindelijk. Kleine twee seconden voorsprong nu op het schema van die Canadees. Veldkamp, 17e op de 500 meter. Siegmund, de nummer 20. Dan ga ik wel blij zijn dat Veldkamp aan de start staat. Hij was gisteren zo slim om de rivier voor het hotel over te steken. En Jaap Ory werd woest op hem, want Veldkamp wist niet dat die rivier pas 5 dagen dicht lag. Het is geen riviertje van 20 meter, maar bijna 100 meter breed. De rivier waarna de stad vernoemd is. Ja, want in januari was het hier nog warm in Moskou. En hij rijdt wel weer. Vlakke race. Twee seconden en een paar tienden sneller dan Arne Denkers. Na 1800 meter. Het is alweer een hele poos geleden
dat we Veldkamp op een podium hebben aangetroffen. Voor de laatste keer dat dat gebeurde bij een randstoernooi, dan moet je terug naar het laatste Olympische jaar, toen hij bij het Europees kampioenschap van 2002 dus nog derde werd op de 5 kilometer. Daarna zette Veldkamp de neergang in. Maar die neergang heeft hij tot een stilstand weten te krijgen. En hij gaat nu weer langzaam op. Kijk, 34. 34. Hij traint. Hoek van Kemkers. Wordt altijd gecoacht door vader Hans. Die begeleid. Maar traint nu in een ploeg en heeft ook weer flink wat competitie zo in die trainingen. Met Uithagen en met Verheijen. En misschien is dat het dan toch wel wat hij die jaren heeft gemist. Ja, hij heeft natuurlijk altijd met de Russische ploeg een aantal Russische jongens getraind. Sayutin, Kibalko. Toen waren ze ook erg succesvol. Ja, maar dat was toch op weg naar Salt Lake. Hè? Daarna toch werd de ploeg al maar kleiner. Hij heeft een tijdje aansluiting gezocht bij het team van Arie Vriesinger. Maar dat beviel hem niet. Hij heeft een tijdje meegetraind met de ploeg van Ingrid Paul. Ging ook niet. Maar hij kan met name goed overweg met Karel Verheijen. Denkers hier, 4.29.60. Kijk eens wat een flink verschil er al is gecreëerd. En er zijn nu kansen voor een medailleplek. Fabrice, Ervik, die doen allebei niet mee. Romme, geen allrounder meer. Maar ja, hij heeft Bob de Jong daarvoor teruggekregen in dit toernooi natuurlijk. Ja. Veldkamp had een 100ste punt achter, een 100ste achterstand op de Jong op een rechtstreeks gevecht op de 500 meter. Oeps. Hier krijgt hij een tikkie. 31-4. Van hard. Van 30-7. Dan zit Konrad Allebas aan de linkerkant. Vader Veldkamp op vooraan. Oeh. En Veldkamp kan nu al bijna geen zijwaartse valbewegingen maken. Het begint weer een beetje te steppen. Twee rondes nog. 31-7. Oeps. Ja, zijn voorsprong op Denkers zal hij niet verspelen in de laatste twee rondes. Maar allicht zijn medaillekansen op de 5 kilometer wel. Wat Pavel Ziekman nu doet. Zeer wisselvallig in een seizoen. Jammer dat het hier gebeurt. Nou, weet hij de 32ers nog uit te stellen? Of moet hij zich erbij neerleggen? Ja, 32-1. 3 seconden heeft hij nog over op het schema van Denkers. Als hij dat houdt, die 3 seconden, dan heeft hij een baanrecord te pakken. Baanrecord 6.32.88, klasje Ninin. Maar het zal een gevecht van tienden worden. En dat redt hij. 6.32.83. Gevecht van honderdste. Dus de baan zal straks worden gedweild in de wetenschap dat Bart Veldkamp in elk geval voor een minuut of 15 à 20 houder is hier van het baanrecord in dit mooie schaatsrecord in Moskou. 6.32.83. De toptijd in het eerste blok van de 5 kilometer voor Bart Veldkamp. Daar ziet hij het. En hij is echt op de hoogte van alle statistieke cijfers. Dus weet hij ook van, ik heb een baanrecord. Het is nog te vroeg om het diploma daarvoor al te claimen. Want in het tweede blok komen nog een aantal gekende 5 kilometer specialisten, zoals Bob de Jong, die meedoet bij de allrounders. Zoals Sven Kramer, houder van het wereldrecord voor junioren. Zoals Greudem, Uithagen en Verheijen niet te vergeten. En de Amerikanen,
Dus die 6:32.83, dat zal niet goed genoeg zijn voor een medaille op de 5 kilometer. Het zal aan het einde van de dag ook geen baanrecord meer zijn. Maar voorlopig leidt hij wel even de Belg Veldkamp. Dames en heren, goedemiddag. We zijn halverwege de 5 kilometer voor mannen op de WK Allround schaatsen in Moskou. Bart Veldkamp heeft tot nu toe de snelste tijd gereden. Maar er komen nog hele grote namen straks na de dweil, nog 5 ritten. Natuurlijk ook de nummers 2, 3 en 6 van de 500 meter. En dat zijn Davis, Hedrick en Bouchet, Henk Gemser. Wie gaat de Amerikanen stoppen? Vandaag niet. Nee, hè? Vandaag niet. Als ik met alle respect voor de Japanner, die nu nog eerste staat in de 500 meter, en die heeft hij gewonnen. Die zie ik op de 5 kilometer en op een gegeven moment niet op die plek, na de 5 kilometer niet op die plek, de eerste plek terug. En ja, als we naar de Nederlanders kijken, Sven Kramer is de eerste. Nou, die zit een seconde of 7. Zes seconden zit hij erachter, als ik me goed herinner. Jochem Uitenhagen zit er nog weer een seconde daarna. Dus dat is dan als Sven Kramer 6 seconden erachter zit, dan zit hij er 7 seconden achter. En dat betekent dat met de kwaliteit die ze zijn, dat het vandaag niet lukt. Nee. Nou goed, dan moeten we kijken naar de dag van morgen. Maar er volgen dus nog 5 hele spannende ritten. Het Amerikaanse schaatsen moest het in de voorbije decennia eigenlijk vooral hebben van wat incidentele successen. Nou ja, incidentele successen. Talenten als Eric Heiden waren er natuurlijk en Diana Holm. Maar de Amerikanen maken nu toch wel een beetje de dienst uit. Aan de wieg van die successen staat een Nederlandse coach. En zijn naam is Bart Schouten. Mart Smeets maakte de volgende reportage. Allround schaatsen was voor Nooren en Nederlanders, maar ineens kwam daar een dokterszoontje uit Wisconsin bij. Zijn naam luidde Eric Heiden en ze moesten hem serieus nemen. Wat ik ervan mee heb gekregen is dat hij gewoon eigenlijk de eerste schaatser is geweest die gewoon fulltime is gaan trainen. Die gewoon echt 2-3 trainingen per dag deed. En eigenlijk gewoon het schaatsen zeg maar professioneel benaderde door gewoon hard te trainen. En, maar waar had hij zo'n know-how dan vandaan? Ja, hij had Diane Holland als coach. En ik weet dat Diane ook in Nederland vrij veel getraind heeft. Volgens mij nog met Kees Verkerk, als ik het goed begrepen heb. Dus die zal wat het nodig hebben opgestoken in Nederland ook. En volgens mij trainde hij op dat moment gewoon ook harder dan andere mensen. En dat was het geheim? Ik denk het wel op dat moment, maar hij was ook gigantisch goed geestelijk. Is die man, kijk, hij is nu onze teamarts. En nog steeds, als hij rond het team is, dan is er gewoon een bepaalde aanwezigheid, een bepaalde, hoe moet je het zeggen, een bepaalde presence. De man, als hij rond het team is, dan wordt het team gewoon naar een hoger niveau gebracht. Hij brengt gewoon iets extra's. En je ziet gewoon dat hij een mentaliteit heeft die gewoon ongeëvenaard is. Uit het niets kwam hij. Een vederlicht jongetje uit Massachusetts. Wij konden slechts toekijken hoe hij onze sterren inpakte. Eric Flame. Flame, ja. Ik weet ook dat het een trainingsbeest was, dat hij ontzettend hard trainde. Vergelijkbaar met Eric Heiden. Hij zou ook ontzettend veel talent hebben gehad. Maar ik denk ook toch weer die Amerikaanse mentaliteit. Gewoon ook, wat Eric aangaf, niks is onmogelijk. En ze geloven ook rotsvast dat niks onmogelijk is. Dus Eric zegt, je kan nog steeds 5 gouden medailles winnen. En ik denk dat Eric gewoon zelf ook gedacht heeft, ik kan wereldkampioen worden. Ik kan een wereldrecord rijden. Ik kan die gouden medaille winnen. Uiteindelijk won hij zilver, maar hij reed wel als eerste het wereldrecord naar de knop in Calgary. Dus ik denk, de Amerikaanse mentaliteit, ze kiezen ergens voor en ze geloven dat het gaat gebeuren en ze geven zich 100%. Shaney Davis uit Chicago, Illinois, kijkt naar de Texaan Chad Hendrick. Het zijn beide nieuwkomers. De Amerikanen blazen de Nederlandse allround hegemonie weer omver. Cool en berekenend, maar wel goed en pijnlijk voor ons. Chad is gewoon echt gewend om te winnen. Hij heeft in het rolschaatsen heeft hij gewoon echt alles gewonnen wat er maar te winnen valt. En die is dus overgestapt naar het schaatsen omdat hij eigenlijk gewoon alles gewonnen had. Hij wilde een nieuwe uitdaging en die wilde ook Olympische medailles winnen. Ik denk dat hij goed op weg is. Shani is, ken ik gewoon minder goed. En dat is ook een jongen die in principe gewoon onbegrensd denkt.
En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat die jongens, die, voor hun is inderdaad alles mogelijk. Dus een Shane die denkt gewoon, ja, ik kan winnen. Die denkt gewoon altijd, ik kan winnen. Hoe kan zoiets? Ja, ik denk dat het gewoon weer aankomt op talent. Deze twee jongens hebben allebei zo ontzettend veel talent. Ja. Daarnaast hebben ze de wilskracht om hard te werken. De vrijheid van geest, dat gewoon alles mogelijk is. En ze dus ook gewoon ja, ervan uitgaan dat ze wereldkampioen kunnen worden. En... ja, ik kan ook niet zeggen dat het door een trainingsprogramma of iets dergelijks komt. Trainen zijn harder dan tuiterd en uitenhagen? Ik denk het niet. Trainen ze anders? Ja, ze trainen wel anders. Kijk, Shani natuurlijk, die rijdt het eigenlijk het hele jaar door. Die rijdt hier veel short track. Dus die traint anders. Ik denk dat Chad, alhoewel dit jaar gewoon eigenlijk te weinig getraind heeft. Want het kwam vorig jaar gewoon erg makkelijk. En dan is Chad toch wel iemand die een beetje achterover gaat leunen en wat minder gaat trainen. Dus maar Chad, normaal gesproken doet hij heel veel rolschaatsen in de zomer. En ja, dus ik denk dat dat toch een andere achtergrond is dan waaruit de typische Nederlandse schaatser vandaan komt. Het komt toch echt aan op de schaatser zelf. De ambitie, het talent, de werklust en de kwaliteit van het trainingsprogramma. En het herstel. En ja, ik denk dat we in Salt Lake hebben bewezen dat, ja, dat het toen goed gegaan is. We hebben net zoveel medailles als de Nederlanders gewonnen. En een record aan medailles voor de Amerikanen gehaald. Dus ik denk dat het niet zo mogelijk is. En dus mag een Nederlandse jongen uit Haarlem met onbegrensd denkenden uit Amerika op een schaatsbaan werken. En mag hij kampioenen maken. Kijk, terwijl je nou naar binnen loopt, wil ik nog één ding van je weten. Hoe maak je kampioenen? Is dat een kwestie van aanleg of is het een kwestie van werken? Ja, ik denk het gewoon een combinatie is van beide. Ze moeten ontzettend veel talent hebben en dan moeten ze daarnaast ontzettend hard werken. Jij weet hoe je ze moet laten werken? Ik denk dat we de afgelopen jaren hebben laten zien hoe, ja, hoe we mensen goed kunnen maken. Klopt. Have fun. Thanks. Ja, fun zal Bart Schouten zeker hebben deze dagen. In ieder geval vandaag, want het gaat goed met de Amerikanen. Straks, nou ja, dan hebben we een paar mooie ritten. We hebben dat net even zitten bekijken. In de laatste rit moet Carol Verheijen tegen Chad Hedrick. Dat was niet de bedoeling. Even voor de goede orde. Eskil Ervik is gevallen, heeft een hersenschudding opgelopen. Die komt niet meer in actie. En Enrico Fabrice is ziek. Die had zich vanochtend al afgemeld. Dus Henk, Carol Verheijen tegen Chad Hedrick. Jij zei meteen dat is voor Chad Hedrick een voordeel. Want dat is een. Het is een schaatsrijder, een sportman die een tegenstander moet hebben waar hij zich op richt. Met rondeborden en rondetijden, daar heeft hij nog niet zoveel ervaring mee. En bovendien haalt hij daar ook niet inspiratie uit om dus inderdaad zich maximaal te mobiliseren. Op enig moment dan gebeurt het wel, maar niet dat extra. En nu dus Ervik. Doordat hij eigenlijk zijn concentratie te laat ging geven op dus de laatste binnenbocht. 500 meter, ja. En daardoor mogelijk op een gegeven moment tijd tekort kwam en die val dus te verklaren was. Is het zo dat nu die zaak opschuift. En als je weet dat de persoonlijke records van die beide heren, van Chad Hedrick en van Carl Verheijen, op een seconde na precies hetzelfde zijn. Dan denk ik dat het A een hele mooie race wordt. Maar bovendien voor Chad Hedrick, die nu gelukkig weer gekoppeld is aan een tegenstander. Want dat is natuurlijk sportief gezien dus veel, veel eerlijker dan wanneer je alleen moet rijden. Want het is toch werkelijk meer een handicap. Ja. Krijg je dus dat Chad Hedrick daarmee, dus ondanks dat het jammer is dat Ervik is gevallen, toch inderdaad door de val van Ervik gelukkig een tegenstander heeft gekregen. En dat is dan een beetje de goede kant van de medaille. Ja, nou, daar komen mooie koppels aan. Sven Kramer, het jonkie, moet straks tegen Grødum. Ja, nou, Grødum is dus inmiddels heel snel gegroeid en aan het fundament als ster verschenen wanneer het langere afstanden betreft. De man met mogelijke wat beperking in zijn schoudergewricht, wat ook door zich is, maar die zo speciaal op een gegeven moment met zijn armen gedraagt. En
als je dan praat over dus efficiënt bewegen, dan zou je zeggen, ja, het moet een beetje anders, maar hij heeft dat zo. En als je daar aankomt, dan breek je mogelijk in zijn bewegingsgevoel. Nou, en die, daar zal Sven het niet van winnen, maar kan er wel heel veel steun in hebben. Als Sven de rust in zijn hoofd heeft, ja, om in ieder geval niet te voortvarend te starten, want het is een zware omstandigheid, grote luchtdichtheid, dan kan Sven daar een heel groot voordeel bij hebben. We gaan het straks zien in rit 9. Nu voor rit 7 gaan we weer live over naar Moskou. Naar Martin Hersman en Frank Snoeks. En u zag, denk ik, heel even Jochem Uytterhagen die zich aan het inrijden is voor zijn race over 5 kilometer. Straks tegen de jongste deelnemer, de Noor Havard Bukko. Hier zit Sven Kramer. Hij komt nadat Uytterhagen gereden heeft ook tegen een Noor in actie. De naam viel al, Grødum. Grødum, kandidaat voor het 5 kilometer goud hier. Maar er zijn meer kandidaten voor de ritwinst over 5000 meter. Chad Hedrick won de 5 kilometer bij de Noord-Amerikaanse kampioenschappen. Karel Verheijen heeft een beter persoonlijk record dan Chad Hedrick. Shawnee Davis kan veel en van alles en misschien nog wel meer. Bob de Jong kan een 5 kilometer winnen. Grødum, als gezegd. Kramer houdt het werelds juniorenrecord op de 5000 meter. Uytterhagen heeft wel eens een belangrijke 5 kilometer gewonnen. Bukko hoopt dat in de toekomst nog te doen. Maar we beginnen met rit 7 en we kijken dan toch stiekem naar het klassement, hè, naar Casey Bouchet. Zesde op de 500 meter. Het verschil met Para, die vierde stond, is 1/16 van een seconde. Hij lijkt vroeg weg, Bouchet, maar in, ja, het schot, het mag. Ja, het was een gedurfde. Wat moet hij rijden, laten we zeggen, rond de 6.40 om in het klassement Para voorbij te gaan? En hij moet wel weer iets harder gaan, ook om Skobrev, op wie hij een voorsprong heeft van 3 seconden, achter zich te houden. Dan is hij zo goed weg en dan heeft hij zo'n zwakke eerste 200 meter. Maar we hebben het al over kanshebbers voor de 5 kilometer, voor de ritoverwinning, maar op een allround kampioenschap dan heb je vaak nog wel eens bijzondere uitslagen. Eigenlijk moet je, het verstandigste is dat, Bouchet vergelijken met Skobrev. Die moet hij dus in het klassement achter zich zien te houden. Hij mag wat verspelen. 3 seconden. Maar Bouchet rijdt dit jaar zeer stabiel in de World Cup. Voelt zich voor eerst echt gezond. Van een aantal jaren loop je te kwakkelen met een rugblessure. Afgelopen weekend werd zijn David Davis met zijn vrouw wereldkampioen sprint. Of twee weken geleden alweer. En hij heeft al een aantal jaren, dat zou ik zeggen, goed gepresteerd met WK Allround. Alleen elke keer net aan niet op het podium. En nu de Amerikanen allemaal zo goed rijden. Ja, en Fabrice en Envieke natuurlijk niet zijn. Competitie zijn, niet meedoen. Zou er dan voor deze Amerikaan ook nog perspectief zijn op plaats 3? Dat perspectief is er zeker nog. Want het naast is, 500 meter. Als je naar de schaatsers gaat vragen wie zijn de kanshebbers, wordt altijd gezegd, ja, maar laten we ook maar wel rekening houden met Casey Bouchet. Een hele aparte gozer. Hij was een keer vierde bij het wereldkampioenschap Allrounds in Nagano. Ja. Toen hij op vaste schaatsen en Frank Dietrich die ten derde werd, al op klapschaatsen. 97. Hij is sneller dan Skobrev, op wie hij dus 3 seconden mag verspelen. Kijkend naar het klassement.
tijd die hier als vergelijkingsmateriaal geldt, is die van Bart Veldkamp uiteraard. De snelste tot nu toe op de 5 kilometer. En Bart Veldkamp ging hier de 31ers in. Nou, hier nog niet. 34 en Bouchet 39. Bouchet, dik winnaar geworden van de zesdaagse marathon. Volgend jaar zal hij die niet meer rijden. Gaat hij zich puur richten op de lange afstand. Wat de Jong. Bob de Jong nu doet, die gebruikt een... een humidifier. Is daar een Nederlands woord voor? Ja, eigenlijk een apparaatje die, waar een vochtcapsuletje in zit. En daar ademen een aantal sporters een aantal minuten door, zodat je luchtwegen wat vochtiger worden gemaakt. Dat is eigenlijk het aansluitend op het verhaal wat ik vanochtend vertelde bij de 500 meter. Dat de luchtvochtigheid in deze hal nu 38% is. En dat zijn Nederlanders helemaal niet gewend. Dus als het ware een beetje de luchtwegen smeren voordat je erg diep zou gaan op deze 5 kilometer. Om droge luchtpijpen te voorkomen. Ja. 4:26.89 naar 3400 meter. Hij is daarmee 1,5 seconde sneller dan Skobrev. Hier de 22-jarige atleet uit Chicago. Het fenomeen. Wil volgend jaar in Turijn zowel meedoen met de shorttrekkers als met de lange baan. Schaatsers willen beide programma's rijden. Van A tot Z, maar dat zal een kluif zijn. Want er zijn een paar dagen waarop en wordt geshorttrekt en op de lange baan wordt geschaatst. En hij traint bij Bob Fenn. En Bob Fenn is heel toevallig ook de allereerste ijstrainer van Casey Bouchet. Ja. Maar Bouchet zegt zelf, ja, leuke kerel die Bob Fenn. Maar ik heb schaats geleerd van mijn videoband. Aan de videoband van Johan Olof Kos. Hier, Bob Fenn. En een fan van een goede club. Hij heeft een goede pet op. En Bob Fenn, hij heeft al eens eerder een kampioen begeleid naar een wereldtitel. Eric Flame in 1988, Alma Ata. Toen stond Fenn ook langs de kant. Uit Milwaukee, de coach van Shawnee Davis. Het verschil nog steeds 1,5 seconde met Skobrev. In het voordeel van Bouchet, dus die gaat de Rus achter zich houden. Bij hier het horen van de bel. Skobrev rondje 31-8. Bouchet, dat kan leiden. 31-9. Met een dijk van een ronde komt hij nog in de buurt van Veldkamp zijn 6:32.83. Veldkamp sloot af met een 32er. 6:32.83 als gezegd. Dat lukt Bouchet net niet. 6:33.74. Ik denk dat hij meer had verwacht van deze afstand. Voorlopig in het klassement nummer 1. En daar is ook Miyazaki binnen. Bouchet leidt het tussenklassement. Op de Noord-Amerikaanse kampioenschappen werd hij dik en dik voorbijgereden door Davis en een Hedrick. En Hedrick natuurlijk. Dus, nou, benieuwd hoe, of we dat een beetje kunnen vergelijken. Maar daar komt de Europese kampioen. De nummer 11 in het klassement. En die moet dus nu in elk geval proberen een sprong te maken. Dat zal hem ook wel gaan lukken. Hij moet goed maken op Bouchet. 3 seconden en 16e.
Dus 6.30 moet hij rijden om eerste te staan in het klassement na deze race. Bukko reed zijn beste 5 kilometer in Berlijn, waar zo waanzinnig hard gereden werd. Hij heeft zich dit seizoen, deze jonge 18-jarige Noor, al 3 keer op de 5 kilometer verbeterd. Hij begon het seizoen met een persoonlijk record van 7 minuten en 5 seconden precies. Bukko, en nu staat dat op 6.31.9. Maar ik zou zeggen, 7.05 is een hele goede tijd voor een B-junior. Ja. Maar hij is nog B. Is hij daar nog 2 jaar junior? De Nooren zijn een beetje bang dat Müller al te veel met hem wil en te veel met hem doet. En Bukko heeft het Europees kampioenschap gereden, rijdt wereldbekerwedstrijden, rijdt nu dit toernooi. Er komt nog het wereldkampioenschap voor junioren. En het is een jongen die dan 18 is, als je hem ziet. Ook de Nooren logeren in ons hotel. Martin, daar zou je hem nog geen 16 geven. Nee. Hij heeft een engelachtig gezicht. Echt een heel jonge jongen nog. Ja, je hoeft zich ook niet eens te scheren. Nee. Hij rijdt hier bij de senioren mee. 2 seconden sneller dan Bouchet is uit te hagen, precies. En hij is... ook sneller dan Veldkamp. Een uitdager reed dit jaar op het Europese kampioenschap een persoonlijk record op de 500 meter. Vandaar zijn onvrede van vandaag. Het was onder een maat, dat gaf hij zelf ook aan. Maar daarentegen lopen ze lange afstanden de laatste weken wel weer beter. Vorige week, Bazelga, was er maar 1 man sneller, Greuden. Open lucht. Bij het Europees kampioenschap waren ze lange afstanden niet zijn beste prestaties. 2 keer 5e. En nadien is hij eigenlijk sterker geworden op de lange afstanden. Ja, hij kwam met de skate off. Eventjes op en neer met het vliegtuig. Verder een goede 5 kilometer. Dienen zo'n plek voor de World Cup. Dus we zien hem nog wel eventjes. Nu heeft hij zijn rondetijden omlaag gebracht. Van 30.7 naar 30.4 naar 30.2 zou er nog een 29 kunnen zelfs. Halve seconde, 2.14 om precies te zijn, sneller dan Veldkamp. Hij rijdt hier redelijk stabiel, maar nu hebben we de 3 kilometer gehad. Nu gaat de rondetijd weer wat omhoog. Dat gebeurt ook bij Veldkamp. Verschil wordt dus groter. Maar hij is wel in staat om de bochten goed aan te snijden. Deze buitenbocht pak je die hoog. We snel er nog uit. Mensen vragen zich wel eens af waarom laten die schaatsen zich tegenwoordig zo ver naar buiten waaien aan het eind van de bocht. Dat is eigenlijk bewust. Dan haal je de druk wat sneller van de benen af. En je kan een extra bochtpas maken. En de bochtpas is eigenlijk een makkelijke manier om snelheid vast te houden dan een rechte endslag. Een van de eerste die dat heel erg bewust deed was Jon Olaf Kos. Drie seconden was hij bij de vorige passage sneller dan Veldkamp. En daar is Hedrick. Daar is Hedrick. Rondje 31 hier van Uitenhagen. En dan loopt het verschil met Veldkamp zijn schema op.
Natuurlijk is uitdaging nog niet op het niveau dat hij had in het jaar 2002. Toen alles hem goed afging, toen alles hem lukte. Maar als je weet wat hem overkomen is. Knieblessure, begin van het seizoen, het auto-ongeluk. Hoe moeilijk hij dit seizoen heeft moeten inzetten, dan is het toch knap dat hij dit nu weer kan. Meer dan knap. Kleine 4 seconden sneller nu dan Bart Veldkamp. Dus op weg naar een nieuw baanrecord. Jochem Uitenhagen. Maar zo te zien, ook aan die andere schaatsen, zijn het zware omstandigheden. De luchtdruk is hoog. Je kan hier niet flyeren. Dus dat Jochem Uitenhagen goed kan. Je moet werken, bedoel je? Hard werken. Het zijn omstandigheden die niet in het nadeel zijn van een type als Chad Hedrick. Vijf seconden sneller dan Bouchet. Ruim sneller, 4 seconden. 4,5 dan Veldkamp. Hier komt dus het baanrecord aan voor Jochem Uitenhagen. En dat is scherper gesteld nu naar 6,27,87. Dan verbruikt hij maar 2 seconden meer dan in Heerenveen. Bij het Europese kampioenschap. Bukko heeft een jasje uitgedaan. 6,39,84 voor de jonge Noor. Hedrick laat zich hier oprekken. Je moet niet per ongeluk even te ver doorrekken, want dan is het einde toernooi. Ja, hij heeft natuurlijk een aparte techniek. Aan het eind van zijn afzetten maakt hij nog een extra swing. Die lenigheid moet ergens vandaan komen. Ze zeggen dat het nou heel erg ontspannen is wat daar gebeurt met Hedrick. Zo zag hij er niet uit. Uitdagen, 6,27,87. En dan is de beurt nu aan de Nederlander die er in het klassement naar de 500 meter het beste voor staat. Sven Kramer. Kramer mag verspelen op Uitdagen 1,5 seconde. Hij moet dus ook onder de 6,30. En dat is geen sinecure. Al 3 keer dit seizoen heeft Sven Kramer zich op de 5 kilometer verbeterd. Even zoveel keren heeft hij het wereldrecord voor junioren scherper gesteld. Naar nu 6,24,29. Elke keer ging het weer beter met Kramer. Die zichzelf begon te verbazen in het allerprilste begin van het seizoen bij het Nederlands afstandskampioenschap. Toen hij zich in de ploeg reed voor de wereldbekerwedstrijden. En daar had hij niet echt al op gerekend, wel op gehoopt. Het eerste wereldbekerweekend in Hamar ging goed. Hij verbeterde zich op de 5 kilometer wereldjuniorenrecord. Er kwam een optreden in Berlijn dat hem een beetje tegenviel. Maar weer scherpte hij zijn beste tijd aan. Bazelka vorige week 5e tussendoor. Nederlands allround kampioen geworden. En 2e bij de Europese kampioenschap. Wat een jaar voor Kramer. Nu is een rondje 28-9 voor Grodom. Kramer laat zich niet gek maken. Kramer sneller dan Uitenhagen in deze fase. En een mooi richtpunt voor zich. Grote kerel. Als iemand de lucht voor je kan breken, is Grodem het wel. 110 kilometer bij de Europese kampioenschappen. Erfiek deed dat voor de Noor op de 5 kilometer. Grodem weet nu dat het op beide lange afstanden van hem komen moet. Hij haalt op het Europese kampioenschap niet het meeste geluk met de omstandigheden. Hij gaf ook aan dat het toch wel lastig was om na 500 meter, ook al is het zo kort, dan gelijk weer een goede 5 kilometer te rijden. Dat hoor je vaker.
Vandaar dat ik ook net al zei dat op een allround toernooi 5 kilometer wel eens anders kan zijn dan op een afstandskampioenschap. Hij heeft ervan geleerd. Het verschil met Uithaars schema is 2 seconden. Kramer nu een fractie langzamer. Kreunum heeft veel vertrouwen gekregen. Vorige week versloeg hij voor het eerst in een echte wedstrijd Jordi Romme, de 5 kilometer. Ja, Romme was gehandicapt, hè? Ja. Maar ja, je weet, als je je tegenstander niet goed kent, en als Pieter nu de coach is, net zoals, noem ik het voorbeeld, dat Sven Kamer al zei dat hij het idee had dat Chad Hendrik expres verkeerd wisselde. Zo praten coaches en schaatsen dat tegen elkaar. In deze ronde liep Greuden wel veel weg van Kramer, 18e van een seconde. Ja, Kramer heeft natuurlijk niet de lekkerste publiciteit gisteren gekregen. Alle journalisten begonnen al over het feit dat hij naar TVM zou gaan. De ploeg van Gerrit Kemkers. Dat is niet goed voor je concentratie. Maar hij versnelt weer. Nou, ik heb nog niet de indruk dat Kramer heel erg onder die aandacht gebukt ging, hoor. Hij is een vrij nuchtere jongen. Klopt, maar het is voor de wereldkampioenschap oraal niet lekker als, dat soort, als je dat soort vragen krijgt. En het gaat niet over jouw sport of over het schaatsen. Nee, nee. Alle energie niet aan de races besteed is te veel energie. Hier wordt hij weer in 1 rondje op 17e gereden door Greuden. Greuden, 2/10 seconden sneller dan Uithagen. Ja, dan gaat vanaf nu per rondje, als hij zo doortrekt, veel winnen op Uithagen. Bij Uithagen liep de rondetijd hier omhoog om te eindigen op 31-6. Greuden, 30-5. Bij hem loopt het ook op, dus. Kramer nog steeds 30ers, hoor. Goed, hoor. 1/3 seconde boven het schema van Uithagen, Kramer. En hij mocht verspelen op Uithagen. 1,5 seconde. Ja, je weet hoe Kramer kan eindigen. Ja, ja. Over het algemeen versnelt hij nog eventjes in de laatste 2-3 ronden. Dat zou hij nu ook nodig hebben om Uithagen achter zich te houden. Hier pakt hij 1/10 op Uithagen terug, Sven Kramer. Uithagen ging vanaf hier boven de 31 rijden. Het zijn kleine marsjes. En als hij 30ers kan blijven rijden, Sven Kramer, dan houdt hij Uithagen in het klassement achter zich. En ook met lage 31ers zal dat het geval zijn. 30-7. Leudum aan 3,5 seconden sneller nu. Kramer 30-8. Een zeldzaam vlakke race van Sven Kramer. Ongelooflijk goed. Zelden zal het gevecht om Kramer groter worden dan om een junior, bedoel ik. 1-31er zat ertussen. Maar om die jongen in een ploeg te krijgen. Hij kan nog steeds kiezen. De bel voor Uistijn Greudem. 36. Ja, over vlakke races gesproken. Die van Greudem is er ook een om langs de liniaal te halen. 31er nu voor Kramer. De eerste. Maar de tweede. De eerste was een foutje. Verschil met Uithagen, 3/4 van een seconde. En daar zal toch een goede laatste ronde nog weer komen. Het handelsmerk van Sven Kramer. Je ziet het ritme omhoog gaan. Het is net als die 1500 meter rijdt, zoals hij finisht. Hier de finish van Greuden. 6:22:31, het nieuwe baanrecord hier in Krylatskoye. En Kramer 6:27. 27 loopt 16e uit. En kijk naar die slotronde. 30-3. Het is speciaal. Het is een speciale. De zoon van Iep Kramer. Je zou toch ook gaan denken, ook voor deze jong is het een lang seizoen. Zijn eerste seizoen bij de senioren meegedraaid, terwijl hij nog junior is. Ja, maar hij is zo stabiel, zo ontzettend in evenwicht. Kijk naar het lichaam. Hij ziet er ook niet uit als een junior, hoor. Grote, sterke kerel. En heeft zich dus niet af laten leiden.
door alle commotie om hem gisteren hier in Moskou. Kreudem hoopt dat zijn 6:22:31 genoeg is voor de afstandszege op de 5 kilometer. Dat valt nog maar zeer te bezien, want er komen er nog 4 die daar ook aanspraak op denken te maken. In elk geval denken te kunnen maken. Davis van alle markten thuis. Bob de Jong, eerst en vooral steer. En pas in de tweede plaats allrounder. Voor het eerst sinds 1996 draait de Jong dus zijn rondjes op een internationaal allround toernooi. Dat heeft dus even geduurd. De vorige keer werd hij wereldkampioen bij de junioren. Dat was hij trouwens 2 keer. Davis, 18:83. Ja, dat zal hij doen, ja. En dan kruist hij hier over de Jong heen, met 200 meter. En de Jong gaf aan in het interview, vlak na de skate, waar hij zich plaatste voor dit toernooi, dat hij wel blij was dat ik hier mee mocht rijden. Want hij zegt, ja, ik heb eigenlijk nooit de kans om tegen een Jong als Davis te schaatsen. En uitgerekend in de loting. Ja, daar is rekening mee gehouden. Soms gaan mensen in vervulling. Maar zal hij zich niet te veel focussen? Want één ding wat... Ook hij begint met de 29. En de Jong ook. Bob de Jong kan dan wel eens in de fout vervallen dat hij gaat wachten op zijn tegenstander. Dat hij niet zijn eigen race gaat rijden. Nou, maar Davis neemt wel initiatief, hoor. Poeh. Ik weet niet waar Davis aan kijkt. Davis reed op het Noord-Amerikaanse kampioenschap 10 seconden sneller dan Casey Bouchet. Misschien rekenen is heel simpel. Bouchet reed 6:33. Ik ga op 6:23 weg. Ja. Je noemt me vaak het fenomeen, maar een andere bijnaam zou ook wel bij hem passen. Het fantoom. Ja, het fantoom, maar er is iemand die zo heet. Ja. Hij laat zich alleen maar zien. Af en toe. Sporadisch laat hij zich zien. Dat is niet een ergernis, maar dat is voor de concurrentie natuurlijk wel eens lastig. Hij duikt op af en toe als het om wereldtitels gaat en verdwijnt dan weer van het decor, wereldbekerwedstrijden. Ze interesseren hem niet, omdat het shorttrack zijn grote liefde is. Ook zijn coach, Bob Venn, zegt ja, hij vindt het shorttrack nu helemaal veel leuker, het geeft hem een grotere kick, hij vindt het cool. Maar het is ontegenzeggelijk een feit dat hij een groter talent heeft voor het lange baan schaatsen. Je moet het eigenlijk zo zien. Shawnee Davis is een hele goede violist. Een soort Yehudi Menuhin op de viool, maar hij vindt gitaarspelen leuker. En dat is gek. Maar hij doet wat zijn hart hem ingeeft. En het hart zegt vooral shorttrekken. Daar rijdt hij ook de wedstrijden om de wereldbeker. Een lange baan schaatsen doet hij onder. Als het echt om de wereldtitels gaat. Van Davis weten we dat hij goede 1500 meters kan rijden. Hij is momenteel de wereldrecordhouder. En ook nog eens de wereldkampioen op deze afstand. Maar voorlopig is hij in de tussentijd sneller dan Øystein Grodum. Op de 5000. En de jongen weet niet wat hem overkomt. Ja, dat is wat velen overkomt als ze tegen Davis rijden. Wat dacht je van Jan Bos in die laatste bocht op die 1000 meter in Salt Lake City? Toen daar opeens Davis onderlangs kwam. Maar de Jong kan goed versnellen. Ik sluit niet uit dat Davis het ook kan. Als Davis competitie krijgt, gaat hij over het algemeen mee? Ja. Hij kent de reputaties niet en interesseert hem ook helemaal niet. Nee, ik denk dat de hele Bob de Jong niet kent. Nee. 3 kilometer. Kreudem, 3:49:44. Davis zit daar nu boven. 3:50:89. Ik denk dat hij snakt naar wat competitie, Davis, nu. Ja. Die heeft hij nog niet gehad in deze race van Bob de Jong. De Jong besluit. Ja, dat kan hij goed. Dezelfde rondetijd. 34 reden ze allebei. Hij moet nog een heel groot gat overbruggen.
Reudum kende weinig zwakke plekken. 30-5 in deze ronde. Shawny Davis 30-8. En de Jong 30-1. Ja, nou wordt het leuk. Nu gaan we competitie krijgen. Eindelijk. Eindelijk. Ja, de Jong gaat de buitenbocht in. Wil hij de volgende kruising onderdoor komen? Ja, Davis krijgt het al mee van Bob Venn, van zijn coach. Denk erom, daar komt iemand aan. 31-0 Davis, de Jong 30-2. Een groot gat. Griet Paul gaat de Jong terzijde. Ja, die kant op. Maar hij komt nu bij. Hij komt nu bij. In deze bocht kan hij het dichtrijden. Oeh, en Davis gaat stappen in de bochten. Bij de volgende kruising kruist de Jong voor. En dan moeten we zien of Davis de competitie tot het bittere einde aan kan. Of hij mee kan. Nu komt het erop aan voor Davis. Kan hij mee? Hij houdt zijn arm wel los. De Jong heeft de laatste binnenbocht. Hoe groot is nu het hart van Davis? Nee. Dat gaat hij niet redden. Ja, zeg het niet te gauw. De Jong wil wegrijden. Davis geeft zich niet gewonnen nog. Davis versnelt namelijk een halve seconde in deze ronde, maar de Jong versnelt mee. Dan gaat Davis hier klop krijgen. Van Bob de Jong. Maar het gaat om het klassement. Dan kan het hard gaan aan één rondje. Greudem 6-22, 31. Dat redt Bob de Jong niet. 6-24, 12. En Davis 6-26, 39. Kortom, op zijn directe concurrenten, voor zover die er al waren geweest, loopt Shawny Davis uit. Hij vergroot zijn voorsprong in het klassement op Sven Kramer en op Jochem Uitenhagen. Hij legt het af in dit rechtstreekse gevecht in de laatste rondes tegen Bob de Jong. En in tijd is nog altijd Øystein Grødum de beste geweest op de 5 kilometer. Grødum is dus verzekerd van eremetaal op de 5000 meter. Want er komt nog maar één rit, die tussen Chad Hedwig en Karl Vrijen. En deze steers, Grødum en de Jong, zijn in principe verzekerd van de laatste afstand. Of zijn sowieso verzekerd van de 10 kilometer. Ja. Maar dat was voor Bob de Jong wel een hangijzer. Een hangijzer. Nou, dat heeft hij gered hoor. Met vlag en wimpel. Koen Laude toegelaten tot de 10 kilometer. Er wordt een beer geworpen op het ijs en daar ontfermt zich over Bob de Jong. Ik denk dat die beer bedoeld was voor Shawny Davis. Die staat bekend als berenverzamelaar. Ja. En dan komt er nu ook een vraag. Nee hoor. Hij komt nu wel naar de Jong toe. Wat zou ik die beer mogen? Shawny Davis staat bekend als groot collectioneur van teddyberen. Maar Bob de Jong denkt, ja, ik heb gewonnen, hij zal toch voor mij zijn. Nou goed. Hier staat nog een rekening open tussen deze twee mannen. Ja, 5 kilometer Heerenveen, wereldbekerfinale. Daar refereer jij nu aan. Ja. Maar is die rekening toen niet 2 weken later al terugbetaald? Ja, door Hedwig? Verheijen kleineerde Hedwig bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. Rondje 28-7. Tussendoor eventjes. Maar ja. Daarna werd Hedwig wel weer dat kampioen afstanden. Precies, in Seoul. Daar is de beer. Nou, geef die beer nou gewoon aan Davis. Goeie race voor Bob de Jong. Maar hier, Hedwig moet nog steeds wat goed maken ten opzichte van Davis. Ja. En dat is 3 seconden en 2 tienden. Chad Hedrick, 29.78. Dus onder de 21, hè? 6.21, daaronder. En dat kan hij wel, Chad Hedrick, maar dat heeft hij toch ook niet al te vaak gedaan, hoor. Onder de 6.21. Hij dacht wel even op het Amerikaans kampioenschap in Salt Lake City dat wereldrecord te verbeteren. Maar hij bleef hangen op 6.19.
Maar hij is wel scherp. Hij maakt nu geintjes tijdens de training. Waar is de kruising? Waar is de kruising? Ja, ja. Help me alsjeblieft aan te herinneren waar ik moet kruisen. En nu zie je ook dat Bart Schouten op het eind van de kruising staat. Dat is wat Tom Cushman vorig jaar deed. Vorig jaar schaatsen het zet ik nog bij Tom Cushman. Maar hij is zelf overgestapt naar Schouten. Maar hij werd uitgelachen in Baselga. En daar houdt hij niet van. Voorlopig geeft Hendrik toe op Shorrie Davis een seconde. En hij moet dus winnen voor het klassement. 3,2 seconden. Verheyen staat op Hendrik zeg maar 10 seconden achter. Dat is niet weg te werken in deze race. En voorlopig moet Verheyen ervoor zorgen dat het gat niet groter wordt. Dat is zijn eerste zorg. Hier. Heel goed de rondetijd voor Verheyen. Niet laten zien aan Chet Hendrik. Vaker uitgelegd. Schaatsers proberen altijd op elkaars rondebord te kijken. Als je de energie hebt, kan je daarop reageren. Nog in de ronde. Dat zie je ook. Verheyen is in deze ronde 14e sneller dan Chet Hendrik. Dat weet Hendrik nu ook al, want die ziet hem nu voorlangs komen. Die kant op, ja. Pijltjes om te wisselen. Ongelooflijk. Nu is Hendrik weer sneller in de ronde. Maar nog altijd een seconde langzamer dan Shorrie Davis. Ja, kijk je naar de persoonlijke records op de 10 kilometer, die morgen klaar staat, dan zou Hendrik kunnen denken, ach, ik kan dat morgen wel wegwerken, dat verschil met Davis. Want die liggen een flink stuk uit elkaar. Ja. Met Davis hoefde het toen nog niet, want Hendrik werd gedisqualificeerd. Precies. Oeh, Hendrik, 30-9. Ja, en daarmee loopt het verschil tussen Hendrik en Davis op. Verheyen sneller in deze fase dan Bob de Jong. Bob de Jong ging op dit moment versnellen. En Hendrik is een fighter. En dit had hij niet gehad als de situatie was gebleven zoals begin van de dag. Dan had hij alleen moeten rijden. Ja, maar dat was geen beletsel bij de Amerikaanse kampioenschap op de 10 kilometer om er 13-3 uit te gooien. Nee, maar met zijn achtergrond, het skileren, is dat het prettiger om een tegenstander te hebben. Zeker een stabiele schaatser als Carl Verheyen. Eens kijken, 4.50-51 van Greudem hier. Snelste man tot dusver. Bob de Jong. Dat wordt vergeleken met Bob de Jong. 4.50-51 van Greudem. Daar zit Verheyen dus een eentje vanaf. Dus Greudem die kan het medailletje wel gaan ophalen. En Hendrik gaat de 31ers in. Of kan hij mee? Mooi hè? Ja. Binnenbocht of buitenbocht? Komt erop aan. En hij kan mee hè? Hij kan mee. Hendrik. Hij gaat versnellen. Rondetijd Davis hier 31-2. En Hendrik 29-7. Zie je? En toch doet mij dit denken aan die race van de vorig jaar in Heerenveen. En nu is hij sneller dan Davis ook. Hendrik op slag met deze ronde van 29-7. Maakt hij zoveel terrein goed op Davis. Maar Verheyen kan niet mee. Nee. En hier krijgt Verheyen dus terugbetaald door Hendrik. Of zo van, ik doe wel even nu op mijn manier een waanzinnig rondje tussendoor. Kijk of jij dat koekje kunt slikken. Maar kijk eens hoe die finish. Wat komt er nu nog uit? Het is een koekje van... Weer een 29. Ja, 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 een koekje van Verheyens 9 dat hem hier wordt gegeven. Ja, twee slotrondes van 29 en er komt nog eentje aan. En zo pakt hij nu ook opeens anderhalve seconde op het schema van Shorrie Davis. En dan rijdt hij het gat met zijn landgenoot Davis nagenoeg dicht. Fenomenale race van Chet Hendrik.
De ritzege gaat naar Greudum. Maar met zijn 6.23.61 pakt hij een halve seconde terug op Shawny Davis. Die de nummer 1 blijft in het klassement na de eerste dag. Maar Hedwig zit hem op de hielen. En met de 10 kilometer voor de boeg belooft dit een ontknoping te gaan worden morgenmiddag. Als er niets misgaat op de 1500 meter, dat kan zomaar met Hedrick, dat weet u. Als u vorige week heeft gekeken naar de uitzending die vanuit Bazelka kwam, dan belooft dit een geweldige ontknoping te worden tussen twee Amerikanen morgen. En vergeet niet, vorig jaar werd Hedrick wereldkampioen zonder een afstand te winnen. En wat zei zijn vader toen? Ja, die was daar niet tevreden mee. Nee. Maar die kent de regels van het allround ook nog niet zo goed. Hedrick schudt het hoofd, want die had hier toch wel graag kennelijk dan ook die 5 kilometer gewonnen om zijn vader onder ogen te komen. Nou goed, die 5 kilometer is het domein van Øystein Grødum. 6.22.31, baanrecord. Chad Hedrick met een fenomenale laatste kilometer, 6.23.61. Bob de Jong houdt een bronzen herinnering over. Karel Verheijen wordt vierde. Shawny Davis is de nummer 1 na de eerste dag in het klassement. Sven Kramer, het is Amerika en Noorwegen, Amerika en Nederland dat de klok slaat, maar de Nooren slaan. Dus het hardst met Grødum op de trommel, Uithagen 7e, Veldkamp 8e. En daar Bouchet, Denkers, Kobrev enzovoorts. De verschillen in het klassement tussen de nummers 1 en 2 zijn buitengewoon klein. Hier Grødum, die aan nagenieten nog niet echt toekomt, gezien zijn gehoest. We gaan nog verder de diepte in. Tot aan Marois en Elm, die een WK-onwaardige prestatie leverden, dan het klassement. Het verschil tussen Davis en Hedrick op de 1500 meter. Davis is de houder van het wereldrecord, is ook de wereldkampioen, is 1300ste. Sven Kramer, de beste van de rest, op plaats 3. Fantastische eerste dag voor de jongeling. Uithagen en Verheijen op de plaatsen 4 en 5 hebben Kramer nog in het zicht. Hetzelfde geldt misschien nog voor Bouchet, maar dat loopt al fors op naar het verschil. Bob de Jong op plaats 7, zal hij zelf niet hebben gedacht. Skobrev, de eerste Rus die we tegenkomen op plaats 8. 1300ste dus tussen de nummer 1 en 2 van het klassement. Davis zal morgen op de 1500 meter willen uitlopen. En dan moet blijken op de 10 kilometer of dat voldoende is om Hedrick van een tweede wereldtitel af te houden. Zo lijken de conclusies na de eerste dag bij het mannenschaatsen. En de Nederlanders dansen mee vooralsnog om plaats 3. Ja, dat was de 5 kilometer. Dag 1 voor de mannen en vrouwen zit erop. Die 5 kilometer wordt dus gewonnen door een Noor. Maar Henk, waar haalt Chad Hedrick ineens die versnelling vandaan? Uit zijn linker kleine teen. Ik geloof je niet. Nee, maar er is een studie van gemaakt. Ja. Daar zit heel veel in. Een geintje natuurlijk. Niemand waar verwacht haalt dit. Hij het vandaan? Nou, dat is zijn achtergrond bij het inlineskaten wat hij gedaan heeft. Ja. En waar hij zo verschrikkelijk veel inhoud heeft gekregen. Het is een enorme sterke man. En je vermoedt het niet, maar hij heeft het toch. 29-7, twee keer achter elkaar. Ja, twee keer achter elkaar en dan nog een rondje 30 ook in het laatst. Dat is niet te voorspellen van tevoren. Nee. En hij declasseert daarmee gewoon visueel, wat je nu ziet. Karel Verheijen, die toch ook een hele goede 5 kilometer heeft. Ja, dat vergeet je dan bijna. Jawel, maar daar waar wij ons op de 5 en de 10 kilometer toch inderdaad dus eigenlijk als eigenaar inderdaad waanden als we naar de startstrip gingen. Wordt die zaak nu werkelijk wel wat anders. En als je dat plaatst in het perspectief van volgend jaar Olympische Spelen, dan was het altijd een discussie over de korte en de middenafstanden, hoe dat dan zou gaan. Nou, op de korte afstanden doen we werkelijk wel mee. Denk maar aan de Bossen en de Wennemarsen. 1500 meter is een hele open kaart, maar op die 5 kilometer, dat was toch van ons. Ja. En ja, daar doen nu ook meer mensen. Er zijn meer mensen die aan de deur handelen, wat zeg ik. Als de eerste door de deur gaan. Ja. En dat is een Chad Hedrick in dit geval. Buitengewoon die laatste drie ronden, dat is niet te begrijpen. Daar kun je iets bij bedenken, maar dan is het bedacht. Dat is niet eerlijk. Het is een fenomeen. Nou goed, we weten inmiddels dat hij gekke dingen kan doen en dat hij heel hard kan schaatsen. Maar dit zit er dan zo niet in. Snap je wat ik bedoel? Nee. Hij rijdt een goede race.
Maar ineens alsof hij met een sprintafstand bezig is. Nou, ik lees daar ook iets uit af, anders dan in het vorig jaar. Daar ging hij toch soms heel voortvarend ging hij van start. Zelfs bij mensen die snel openen, dan ging hij daarbij mee. Omdat hij dus echt zijn tegenstander ook gebruikt. Dat is vanuit zijn andere sport, dat inlineskaten inderdaad, is meer te doen gebruikelijk. Ja. De competitie echt aangaan met de personen, niet met de rondetijden. Daarvan zie je nu dat hij dus toch zichzelf wat inhoudt. En toch inderdaad ook rekening houdt met de omstandigheden. En dus wat over heeft. 1040, 44, 45 millibare luchtdruk is een hoge luchtdruk. Is een grote luchtdichtheid en dus weerstand van de lucht. En als je daar heel geforceerd in het begin met je krachten gaat smijten, dan gaat er heel veel brandstof uit je benzinetank. En heb je dus heel veel rotzooi en problemen in je spieren om dus in die laatste ronde nog fit en snel door te komen. En hij houdt dat in reserve, heeft dus geleerd al van vorig jaar. En gooit dat in de laatste drie ronden eruit. En hoe? Ja, goed. De wereldkampioen van vorig jaar. En er is genoeg kansen om opnieuw wereldkampioen te worden. Moet u wel de confrontatie aangaan met Shawny Davis. Laten we het even over de Nederlanders hebben. Want die rijden eigenlijk stuk voor stuk een hele goede 5 kilometer. Ja, je mag ze geen bemerking maken zoals we dus dat naar de 500 meter... dus binnen zo'n allroundtoernooi dus naar Jochem dus wel hebben gemaakt. Ja, zullen we eens kijken naar Sven Kramer tegen Grødum. Jij zei al van tevoren, hij hoeft daar ook niet van te winnen, van Grødum. Het is ook niet eerlijk om te verwachten dat hij daarvan kan winnen. Nee. Maar, en als hij dus als jonge hond de discipline op kan brengen om zijn eigen race te rijden en zich niet gek te laten maken, dan is er al veel gewonnen. Ja. En dat heeft hij gedaan. En dat in het perspectief van dat hij dus heel veel meer rust heeft gekregen deze week in de voorbereiding van dit toernooi. Dat is gebeurd. En in die zin geef ik hem dus enorm veel compliment over de manier waarop hij zijn eigen race heeft gereden. En natuurlijk Grødum wel heeft gezien en op een gegeven moment ook wel voor hem heeft gezien. Ook wel gezien heeft dat hij daar niet van kon winnen. En eigenlijk dus nog niet van dezelfde soort is op de lange afstanden. Maar dan heeft hij ook hier zijn reserves wat bewaard voor het laatste gedeelte. Heel erg strategisch goed gepland in de indeling van zijn race. En dan is Grødum al lang gefinished en dan komt Sven nog. Maar we hebben ook een fenomenale laatste ronde weer. En ik moet zeggen... Ja, dat is inmiddels als een handelsmerk. Ja, maar ook onder deze omstandigheden zeker ook nodig. Dat je dus niet op een gegeven moment voortvarend, zoals een Irene Wüst wel deed, dus van start gaat. Want ja, dan kom je mogelijk wat vroegtijdig in de problemen. Ja, tevreden over Sven Kramer. Ja, voor zover ik dat op een gegeven moment iets betekent. Maar ik heb daar wel heel veel genoegen aan gehad. Ja. Kijken of Sven Kramer ook genoegen heeft beleefd aan zijn race op de 5 kilometer. Vond je het leuk? Ja, nou ja, ik heb ze wel eens makkelijker gereden hoor, de 5 kilometer. Dat ging niet zo heel makkelijk. Ik had een moeilijke tegenstander die heel hard wegging. En dan was de zaak om gewoon je eigen race te rijden. In het begin had ik een beetje moeite mee, maar ik kon daarna gewoon heel goed vlak houden. Ja, nou, alle complimenten. En dat is ook terecht. Ja. Maar ja, daar word je geen wereldkampioen mee. Nee, zeker niet. Ja, ik schrik zelf ook wel een beetje van hoe sterk die jongens rijden, hoor. En ja, ik had graag zelf vandaag wat betere 5 kilometer willen rijden. Een beetje meer in de buurt van de 25, 24. En ja, het zat er op het moment niet in. En ik denk dat ik hier gewoon, ondanks dat het niet zo heel lekker liep, dat ik er nog goed voor geknokt heb. En dat ik nog gewoon een goede tijd heb neer kunnen zetten waar je gewoon een goed klassement mee kunt draaien. Ja. Nou, alle lof ook hoor. Maar wij waren voor een spannend kampioenschap gekomen. Ja, nee. Ja, en ik heb dat gevoel niet. Hoe zit dat met jou? Nee, natuurlijk. Het is een beetje om die twee gaat het nu. En ik hoop dat ik morgen op de 10 kilometer wat aan kan doen. Ik denk dat de 1500 een beetje hetzelfde beeld krijgt als dit. En ja, hopen er morgen nog wat moois van te maken. Ja, en dan is het beste Nederlander worden voor jou en ja, het podium halen. Ja, nou, dat is nu wel het doel. Ik had het er met Wüst al over. Twee mensen van een jong oranje moeten nu de kar trekken. Dat heeft iets merkwaardigs. Ja, nou ja, is alleen maar goed, denk ik. Want jullie zijn goed? Nou, ten opzichte van de Nederlanders op dit moment wel. Maar ik kom overal en altijd om te winnen. En ik zie dat er nog genoeg te doen is. Dankjewel. Sven Kramer was dat. Dat is leuk om naar te kijken. Toch een signaal. Duim omhoog, hè? Ja, toch een signaal, hè? Vanuit de jonge Oranje op een gegeven moment mogelijk wat andere wegen bewandeld. Zoekend naar nieuwe impulsen in training. En ik denk dat daar waar we dan nu toch inderdaad een lesje vandaag hebben gehad als Nederland.
mag daar ook een goede kant aan zitten door daardoor geïrriteerd te raken en je af te vragen, er moeten nog andere dingen gebeuren dan datgene wat we nu de laatste 2-3 jaren dus hebben gedaan binnen onze winkels, aan merkenteams, om in ieder geval de schaatsen echt scherp te hebben voor volgend jaar. Ja. Ik put er ook een stuk inspiratie uit als Nederlander. Mooi, Henk. Laten we eens kijken naar Jochem Uithagen. Hij reed tegen die hele jonge Harvard Bucco, een Noor. Ja, het valt eigenlijk een beetje in het niet, want toen hij aan het schaatsen was, riepen we allebei, dat is een goede race van Uithagen. Alleen, ja, hij wordt er wel zevende mee. Ja, nou, dat is iets wat je dan mogelijk dus Jochem dus als opmerking kunt maken. Maar je kan hem niet een bemerking maken dat hij slecht gereden heeft. Nee. Als hij de rondetijden neemt en het technisch dus ziet gaan en toch ook met een souplesse op een gegeven moment zijn werk ziet doen, dan vind ik dat een goede wedstrijd die hij op deze 5 kilometer rijdt. En hij rebaseert zich erop zitten van die 500 meter, want het was gewoon waardeloos. Het is goed, ja, of slecht. Het is goed, ja, of slecht. Binnen een topsport, compromissen zijn er niet te maken. En dit is voor Jochem, is dit met zijn 27-87, is het goed. Maar in dus de rangschikking van die 5 kilometer, ja, een zevende plek. Dus ja, er zijn meer en anderen die dus dit werk ook kunnen. Ja, ben je verbaasd, echt verbaasd over het feit dat Sven Kramer op dit moment de beste Nederlander is? In plaats van Jochem Uithagen? Ja, dat verrast me wel een beetje. Ik wil dus Sven daar niet mee tekort doen natuurlijk. Maar ik had dus Karel en Jochem. En ook Bob had ik dus inderdaad ten opzichte van Sven, had ik dus wat in kwaliteit vandaag, had ik wat hoger aangeslagen. En ja, wat daar de oorzaak van is dat het niet zo is, dat kan ik niet zeggen. Nee, het is nu Davis, Hedrick, Kramer, Uithagen en Verheijen. Drie Nederlanders vlak achter elkaar. En het zal morgen dan inderdaad gaan om Davis en Hedrick. Is dat nog wel leuk, Henk? Kom je morgen wel met plezier terug? Ja, dan erop, joh. Het is competitie, hè? Ja, dat bedoel ik niet in jou te worden. Nee, begrijp ik. Maar natuurlijk gaan we kijken. En natuurlijk, we moeten dus die Amerikanen weer voor. En je moet niet in je gedachten in zo'n wedstrijd, ook naar die sporters toe, moet je nu je al gaan verontschuldigen. Je moet de gretigheid hebben en zeggen, het is een voorrecht om morgen weer te gaan. En wat voor dingen zei eerst, we doen toch ook mee. En je slijpt je schaatsen een keer extra. Ja. Nee, dat kan niet zo zijn dat morgen een dag is om niet te willen kijken. Ben mal. Gelukkig, dan zitten we hier gewoon, ja, weer. En Mart Smeets is er morgen ook, maar het is tijd om eens eventjes de dag van vandaag te bespreken. Mart, ga je gang vanuit Moskou. Ja, het is hier afgelopen. De meeste toeschouwers zijn weg. Dat hoort u waarschijnlijk wel. Er komt nu wat reuring op de tribune, maar dat heeft te maken met alcohol waarschijnlijk. Ab Krook zit naast mij, de schaatsprofessor, zeggen wij altijd. We hebben je speciaal gevraagd om een soort van helikoptershot te geven over de dag. Jij hebt op dat ijs gestaan. Wij Nederlanders zijn een verwend schaatsvolk, zoals je weet. Wij horen te winnen, wij horen vooraan te rijden. Wij horen niet op afstand mee te doen. We zijn hier gekomen voor een spannend kampioenschap. We zijn gekomen om een spannend kampioenschap. Het is toch zo vandaag geweest dat het duidelijk geworden is dat wat we al een klein beetje vermoeden, dat wij in het allround schaatsen in ieder geval een stapje terug hebben moeten doen. Maar het was toch van ons? Het was van Nederland. We hebben 10 jaar lang zijn we wereldkampioen geweest. Afwisselend tussen Gianni, Rientje en Itz. Vorig jaar was het echt een verrassing. Want toen dachten we zullen toch wel met 2 man of 3 man op het podium staan. Dit jaar hielden we er rekening mee dat het veel moeilijker zou zijn. Ik denk dat Jochem het goed noemde dat Hedrick was favoriet en hij was een kanshebber. Maar het blijkt nu gewoon na 2 afstanden dat er ook geen kanshebbers meer voor de titel zijn. Want het verschil tussen nummer 2 en 3 is behoorlijk groot. Meer dan 2 seconden. Ja, dat is duidelijk. Ja, 2 punten. Ja. Nou ben jij daar op dat middenterrein aanwezig geweest. Voel je zoiets? Is er iets van, jeetje, wat overkomt ons? Nou, het is heel apart, hè. Ik ben natuurlijk 14 dagen geleden in Salt Lake geweest. Daar is elke snaar gespannen, hè? Ook bij de coaches wat het wezen mag. En nu ook, ieder geeft zijn beste. Maar toch proef je een beetje van op een zeker moment als je Davis en Hedrick ziet rijden, dat ze toch op een hoger niveau zijn. Dat is een iets ander klimaat wat daar ontstaat. Ik kan me herinneren, 2 jaar geleden geloof ik bij het wereldkampioenschap werden wij 1, 2, 3, 4. Dan zeiden we achter het allround schaatsen, daar is niks meer aan, we zijn veel te goed. Als ik nu naar en het vrouwen- en het mannentoernooi kijk, er is een prachtige bronzen medaille voor Bob de Jong.
op de 5 kilometer. En voor de rest rijden we een beetje mee. Ja, ik denk dat de gevestigde orde, die is niet beter geworden. Er zijn nieuwe rijders bijgekomen die zich verder ontwikkeld hebben. We moeten wel zeggen bij de dames Irene Wust en uiteraard ook Sven Kramer, dat die echt voldoen. En dat zijn, ja, dat is niet leuk? Het zijn junioren. Het is een nieuwe generatie waar we al die tijd op hebben zitten wachten. Dat er eindelijk nieuwe mensen komen die zich ook verder kunnen ontwikkelen. Nou, zij komen binnen ook op een niveau dat ze in ieder geval in de top mee kunnen rijden. Dus dat moeten we absoluut als positief zien. En misschien is dat ook wel een beetje nodig. Maar we moeten heel eerlijk concluderen dat we in het allround schaatsen, als we het zeker gaan vergelijken met de Amerikanen. En voor het schaatsen is het heel goed, heel fijn, maar we willen wel winnen. Hè? Maar jij weet toch ook, Ab, dat en meneer Herwerk en meneer Davis vinden dit wel leuk om in Moskou te rijden. Maar het gaat zo om één ding, dat is volgend jaar Turijn. Want daarmee tel je in Amerika. Er is niemand die in Amerika wakker ligt van wereldkampioenschappen hier. Zij pakken dit er gewoon bij en ze zijn vreselijk goed. En je hebt het net al aangesneden. Het andere waar wij dus zeer alert op moeten zijn, het allround schaatsen was van ons. Maar je ziet nu ook dat je op de verschillende afstanden toch zomaar blijkt dat Grudem er is. En als we de laatste rondjes van Hattrick gezien hebben. En als we morgen Davis op de 1500 meter zien rijden. Dan betekent het dat er deze zomer heel veel gebeuren moet. Er komt dus een morele herbewapening binnen de schaatsploegen, neem ik aan. Hè? Nou, in ieder geval zal iedereen zich goed moeten realiseren dat het niet vanzelf gaat. Want de uitslagen zoals ze er vandaag staan, die zijn niet ten faveur van rood-wit-blauw. Nee, absoluut niet. Niet in het allround. Maar als je wat verder na gaat denken en je gaat het analyseren, dan kom je in ieder geval tot de conclusie. Gianni Romme is er niet bij voor de lange afstanden. Maar dat het ook niet zo vanzelfsprekend is dat we zomaar eventjes alle afstanden daar gaan winnen. Dankjewel voor deze conclusie die je hier op deze late momenten van de Moskouse middag hebt gedaan. Wij liggen 2 uur op u voor, dat weet u. Morgen zijn we terug met dit merkwaardige kampioenschap. Ze pakken ons allround schaatsen af. Help, doe er wat aan, zou ik zeggen, Nederlandse schaatswereld. Morgen is het 10 voor 10 bij u weer te doen. Dan is het hier om 10 voor 12. En dan kunnen we kijken hoe ze allemaal wakker zijn geworden en of ze goed opgedroogd zijn. Dit in ieder geval, Dion, was het laatste wat we hier vandaan konden zeggen vanaf deze prachtige baan, waar een paar Nooren met alcohol en heel veel Russen op het ogenblik de laatste beelden kunnen zien van inderdaad de enige man, Bob de Jong, die daar nog een medaille weghaalde. En deze mensen hebben nog wel feest, die vinden het nog wel aardig. Alle Russen zijn hier weggegaan, die snappen sowieso niks van allround schaatsen, want dat was 43 jaar geleden. Voor we hier voor het laatst reden. Toen was het met 100.000 mensen die het stadion ingejaagd werden, omdat toen nog een ander regime hier gold. Vandaag mochten ze binnenkomen en moesten ze 900 roebel betalen. En dat is gelijk aan 10 voetbalwedstrijden of 10 ijshockeywedstrijden hier volgen. Een Noor en een Amerikaan. Bij de dames leidt Annie Vriesinger. Bij de heren is het de heer Davis. De Amerikanen gaan uitmaken wie bij de mannen wint. De Duitse vrouwen. Plus de Canadese klassen doen dat bij de vrouwen. Tot morgen, 10 voor 10, uw tijd vanuit Moskou. Ja, het is duidelijk, ook na het gesprek van Mart Smeets met Ab Krook. Er moet nog veel gebeuren. Maar Henk, er is toch nog niets verloren voor volgend jaar Turijn? Nou, datgene wat Ab Krook en wat Mart Smeets zeiden, dat is eigenlijk een variant op wat wij bespraken. En je kunt daar ook inspiratie uit halen om mogelijk scherper te zijn dan dat je tot op dit moment was. Ja. En in die zin hoef ik dat helemaal ook niet, de situatie van vandaag en op andere momenten geconstateerd hebben dat we dus ook echt inderdaad werkelijk concurrenten hebben. En zo niet mensen hebben die voor ons uitschaatsen. Hoeft dat voor nu en voor straks en voor de komende voorbereiding naar de Olympische Spelen van volgend jaar niet te betekenen. Dat je dus nu al verslagen bent. Je moet er wakker worden, je moet erbij zijn. Je moet nieuwe wegen bewandelen, je moet initiatieven nemen. En je moet inderdaad dus mogelijk ook informatie uitwisselen van ene merkenteam met andere merkenteams, zodat je elkaar versterkt. Ja. En dat isolement, voor zover het er nog is, en dat kan ik niet goed overzien, dat moet ook weggebroken worden. Het gaat om het nationaal belang. Ja. Maar je rijdt toch niet geschrokken naar huis? Nee. Wel nadenken. Het was wel ingecalculeerd. Ja, dit was maar op een gegeven moment, ja, je kunt op een gegeven moment je betrokkenheid niet ontkennen natuurlijk. Nee. Dus daar waar er zo geschaatst wordt, dan schaats je toch wel wat mee. Goed. Henk, ik hoop je morgenochtend vroeg weer hier aan te treffen. Ik ben present. Okay, we beginnen met koffie drinken morgen. Laten we dat.